Dit is Frontieren Radio. We hebben vanavond Pieter Stuurman in de uitzending. Misschien bij jullie wel bekend van zijn blogspot, pieterstuurman.blogspot.nl. Ja, waarin hij, wat zal ik zeggen? Hij heeft over macht, over politiek, maar ook over relaties. En ja, hij neemt eigenlijk in alles geen blad voor de mond en doet hele heldere uiteenzettingen op een hele nuchtere manier. Schrijft op, in mijn beleving, op een heel aansprekende manier. En dus reden te meer om hem vanavond eventjes goed uit te horen over wat hij allemaal te vertellen heeft en wat voor visie hij heeft op al deze onderwerpen. Ja, nou en we kicken natuurlijk af met Pieter Stuurman aan een nieuwe serie uitzendingen op de donderdagavond. Waar we elke week een interessante gast in de uitzending hebben. Pieter is een spreker, een begenadigd spreker. En excuseer voor de achtergrondgeluiden, er wordt ondertussen druk aan een studiootje gebouwd. Ja. En we hopen dat het niet de hele uitzending zal duren, maar het is nou eenmaal iets dat moet gebeuren. Pieter schrijft al een behoorlijke tijd blogs en zeer kritische artikelen over wat er allemaal gaande is in de wereld. En dat is niet niks natuurlijk. En vooral zijn maatschappijkritische insteek spreekt mij persoonlijk zeer aan. En veel van zijn lezers ook, wat ik zo begrijp uit de reacties die ik tegenkom en de dingen die over hem geschreven worden op Facebook, zeg maar. Dus niet wat hij zelf schrijft, wat men over hem schrijft. En natuurlijk, daar kun je ook al een hoop informatie uithalen. Dus Peter, probeer jij hem ondertussen maar even te kijken of je Pieter erbij kan halen. Of hij er al klaar voor is. Regelen. Ja. Goedenavond. Goedenavond, Pieter. Kan je ons horen? Ik kan je horen, jazeker. Kan je mij horen? Ja, prima. Je komt luid en duidelijk door. Oké. Nou, ja, leuk dat je er bent, man. Het heeft even geduurd. We hebben een maand of twee terug al contact gehad, denk ik, zoiets. Ja, zoiets. En toen was de intentie al duidelijk. En eindelijk na het symposium en alle drukte daaromheen kunnen we van start met deze serie uitzendingen. En jij bijt het spits af, zoals ze dat zeggen. Ja. Dus ja, welkom, Pieter. Dankjewel. Nou, Pieter, zoals Robert al zei, hartstikke leuk je in de uitzending te hebben. We hebben je net al even kort ingeleid, maar misschien kun je ons wat over jezelf vertellen. Wie is Pieter Stuurman, wat doet hij en wat voor missie heeft hij en wat wil je graag delen met onze luisteraars? Ja, nou, dat zijn nogal wat vragen. Je mag ze één voor één doen, hoor. Ik mag ze één voor één doen, oké. Wie ben ik nou? Ja, ik ben Pieter en ik ben 54 jaar. Ik werk als coach en consultant op het gebied van reïntegratie van mensen die uitgevallen zijn door psychische problematiek. Dus een beetje therapeutisch en een beetje praktisch bij elkaar. Daarnaast, zoals jullie weten, vind ik het boeiend om naar de wereld te kijken. En soms doe ik dat met verwondering. En die verwondering probeer ik dan te vatten in stukjes die ik schrijf en dan op mijn blog plaats. En dat doe ik al een hele tijd, zo een jaartje of 6, 7 op mijn blog. En daarvoor schreef ik ook wel voor andere websites en soms ook wel voor een tijdschrift. En ik heb daar in de loop der tijd steeds meer reacties op gekregen van mensen. En die me dan weer inspireerden en die me weer nieuwe inzichten gaven. En zo ging het van kwaad tot erger, zeg maar. Van kwaad tot erger. Van goed tot beter. Dus heel erg interessant inderdaad. We zijn de afgelopen dagen natuurlijk ook een beetje artikelen wezen doorkijken. En vooral de afgelopen maanden ook vind ik mooie stukken tussen zitten inderdaad. Ik zie hier tijd voor iets werkelijk nieuws, verandering, de dictatuur van het geld. Eigenlijk problemen artikelen over problemen die gigantisch actueel zijn. Ja. En ik vind dat je dat op een hele, hele mooie, nuchterende, beschouwende manier bekijkt inderdaad. En ook in een taal die iedereen aanspreekt, of in ieder geval de mensen die ik ken die het lezen. Dus mijn vriendin noemde het Jip en Janneke taal, zeg maar. Die opmerking heb ik wel vaker gehad. Ja. Nou, weet je, ik wil het graag begrijpelijk opschrijven. Niet alleen voor de lezer, maar ook omdat het mijn bedoeling is het zelf te begrijpen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En
hoe moet ik het zeggen, ingewikkeld lijken dingen vaak, maar als je er wat langer naar kijkt en je loopt er een keer omheen en je beschouwt het, dan ja, valt dat eigenlijk wel mee. Ja. Ja, hoe moet ik zeggen, inzicht is steeds meer dat de dingen eigenlijk helemaal niet zo gecompliceerd zijn. Ja, ja, grappig ook dat je dat opmerkt inderdaad. Dat is een conclusie die wij zelf ook trekken inderdaad. En ja, bijvoorbeeld, ik heb hem laatst ook nog van Anthony Michels gehoord, een van onze radiocollega's. En ja, vooral bekend van zijn artikelen die hij schrijft over de economie, het economisch systeem. En dat zegt ook, het wordt vaak heel erg complex voorgesteld, maar eigenlijk wanneer je ja, de materie wat beter bekeken hebt, is het eigenlijk gigantisch simpel. Dat is mijn conclusie ook. Ik ben een tijdje geleden ook achtergekomen dat als het op een gegeven moment strandt in complicaties, dan zit er ergens een vergissing. Ja. Dingen zijn niet ingewikkeld. Dus dat is iets, ja, een van de Van de inzichten die ik in de loop der tijd wel heb opgedaan. Ja. Nou, je noemde net je leeftijd al. Je bent toch iets ouder dan ik zelf had gedacht. maar daar heb jij natuurlijk wel een heleboel zien gebeuren in de laatste, nou laten we zeggen, 30 jaar zeker. Want dan was je 24 en ik denk dat je, zeg maar, van iemand die halverwege zijn 20 is, wel kan zeggen dat hij dingen begint te zien als hij daar tenminste voor open staat. En kan jij kort omschrijven wat jij nou denkt dat er afgelopen 30 jaar is gebeurd, waardoor die menselijkheid en die compassie voor elkaar, weet je, we zijn maar van sociale controle naar technocratische controle gegaan. Ja. En ja, waar denk jij dat hem nou de kneep zit? Wat hebben we verloren waardoor deze wildgroei heeft kunnen ontstaan eigenlijk? Ja, dat is een grote vraag. Nou ja, inderdaad, ik ben het met je eens dat je een zekere verharding ziet. Een verkilling. Ik denk niet dat toeval is. Er zit te veel structuur, zeg maar, in de veranderingen die we de afgelopen tijd hebben doorgemaakt en die we nu in een soort sneltreinvaart doormaken. Ja. Mede vanwege alles wat op het ogenblik aan het veranderen is, onder invloed van de crisis, et cetera. Ik heb heel sterk het idee dat daar een zekere regie achter zit. Ja, ja. Dat dingen niet per toeval gebeuren, maar dat dingen aangestuurd worden, dat daar een strategie achter zit. Ja. En in de loop der tijd heb ik steeds meer het beeld gekregen van inderdaad dat we een kant op worden gestuurd zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Ja, precies. En dan neem ik aan dat je het niet hebt over bijvoorbeeld dat het gebeurt binnen de politiek, maar vooral ook door machten daarachter of financiële krachten. Hoe zie je dat? Ja, nou inderdaad, machten daarachter. Hè. Er bestaat een machtselite op de wereld, een groep mensen, een cultuur, noem ik het een subcultuur, of je zou het beter een supracultuur kunnen noemen, die al heel lang bestaat en die de wil heeft de wereld te besturen of naar de hand te zetten, of in ieder geval een positie boven de rest van de mensheid in te nemen. Ja. En die daar strategisch op inzet. Ja, ja, precies. En bijvoorbeeld, dat is uiteraard ook terug te zien in toch een beetje het wegvallen van de middenklasse ook op het moment inderdaad. Dat zeker. De kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. En dat je eigenlijk straks twee soorten mensen overhoudt eigenlijk. De grote leiders die alles aansturen en, om het maar eventjes cru te zeggen, de slaven die het zware werk uitvoeren. Ja, precies. Nou ja, goed, als je mijn blog gelezen hebt, dan zie je ook dat het onderwerp macht een centrale rol speelt in de dingen die mij interesseren, die ik opschrijf. Dat kan je wel stellen, macht, ja. Ja, macht is het vermogen om andere mensen te laten doen wat je als machthebber wil dat ze doen.
Ja. En nou ja, goed, zoals iedereen wel weet, en de geschiedenis wijst dat ook uit, zijn er altijd mensen geweest die uitgeweest zijn op macht. Ja, ja. Mensen die graag macht over anderen wilden hebben. En nou, al vele eeuwen geleden heeft er zich een soort, ja, zoals ik net al zei, supracultuurtje van machthebbers afgesplitst van de rest van de mensheid. Hè? Een cultuur die waarbij nog maar weinig directe communicatie is tussen die groep en de rest van alle mensen. Ja. Je ziet koning Willem-Alexander niet bij de supermarkt staan. Nee, absoluut of bij de Shell om zijn auto vol te gooien. Dus daar wordt onderling verkeerd. Er wordt onderling getrouwd. Ja, binnen die supracultuur bestaan hele andere overtuigingen en ook hele andere voorkeuren dan die leven bij de rest van de mensheid. Ja, precies, precies. En ja, je zou het eigenlijk een beroepsgroep kunnen noemen. En het in feite beroep wel, ja. Is het besturen van de wereld. Ja. Nou ja, en zoals dat met elke beroepsgroep gaat. Zeker als de vaardigheden van vader op zoon worden overgedragen. Ja, men wordt steeds handiger. Ja. Hè? Er is sprake van voortschrijdend inzicht. Ja, dat... De manier waarop men de wereld wil besturen, naar de hand wil zetten, ja, wordt steeds geraffineerder. Ja. En met name in de laatste decennia zie je dat, ja, dat daar ook een gebruik gemaakt wordt van technologische mogelijkheden die er voorheen niet waren. Ja, inderdaad. Ja. Wil je mensen laten doen wat jij wil dat ze doen? Ja, dan doen mensen dat niet zomaar. Nee. Ja. Je zult daar dus een managementtechniek voor moeten ontwikkelen en gebruiken. En nou ja, in de loop der tijd heeft de machtselite, die supracultuur waar ik het net over had en waar binnen die macht steeds behouden wordt, of in ieder geval van generatie op generatie wordt doorgegeven, ja. Steeds geraffineerdere technologieën, managementtechnologieën ingezet, bedacht en ingezet. En ja, daarbij is gebruik gemaakt van alles wat voorhanden was. Ja. Ik bedoel, in de vroege middeleeuwen had je de koningen en de keizers en later met name de invloed van de kerk en de geloofssystemen. In de 18e, 19e eeuw kreeg je de industriële revolutie en de onderworpenheid van en afhankelijkheid van de arbeidende klasse ten opzichte van de heersende klasse. Ja. Nou ja, later de militaire en economische grootmachten die we nu nog steeds kennen. Ja. Mm-hmm. En daar is de afgelopen decennia ook een heel stuk technologische ontwikkeling bijgekomen die gebruikt wordt voor controle en het managen van de menigte, zeg maar. Ja, ja. En je hebt het inderdaad over toch al een hele oude kliek, weet je, dat het van vader tot op zoon wordt doorgegeven. Ja. En ja, die worden natuurlijk al in een soort nest geboren dat zichzelf als superieur voelt, verheven boven de rest in ieder geval. Nou, er bestaat inderdaad een hele eigen manier van denken binnen die cultuur. Die cultuur die zich al, nou ja, misschien al wel 20 eeuwen geleden heeft afgesplitst en die steeds meer een eigen leven is gaan leiden. Ja. Ja, ja, een soort van divine right to rule dichten die mensen zichzelf toe. Nou ja, die overtuiging die bestaat daar inderdaad. Hè? Het recht om te heersen, een superioriteitsgevoel ten opzichte van de rest van de mensheid, dat ook soms de meest afschuwelijke beslissingen rechtvaardigt. Ja, en zoiets van het moet nou eenmaal gebeuren en wij zijn degene die het bepalen. Dus, exact. Nou ja, binnen die cultuur bestaan dus totaal andere overtuigingen dan die bestaan onder de rest van de mensheid. Hè? De meeste, zeg maar even, gewone mensen zouden er niet aan denken om hun doel te willen bereiken door middel van bijvoorbeeld oorlog. Dat miljoenen mensen, miljoenen mensen het leven zou kosten. Ja. Terwijl de machtselite zijn hand daar niet voor omdraait, zoals de geschiedenis bewijst.
Ja, precies. En dat, ja, dat lees ik ook terug in jouw artikelen inderdaad. En dat maakt het vaak ook zo moeilijk te vatten. Juist ook voor de normale mensen. Is dat, ja. Het is zo ver van je bed in de zin van... Nou, dat mensen eigenlijk denken van... Dat doen mensen toch niet? Dat, precies. Weet je, dat gaat er eigenlijk psychologisch gewoon niet in. Nee. En, de meeste mensen denken dat anderen precies zo denken zoals zij denken. Ja. Dus ja, ze kunnen zich haast niet voorstellen dat er iemand een beslissing neemt die het leven van miljoenen mensen kost. Ja. Toch, als je eventjes naar de geschiedenis kijkt, als je daartoe bereid bent, dan zul je zien dat er altijd machthebbers geweest zijn die dat gedaan hebben. Ja. Ja, alleen in de afgelopen 100 jaar hebben we al meer dan 100 miljoen doden door gezagsgeweld die opgetekend zijn te betreuren gehad. Ja. Dat zijn allemaal, al die doden, al die sterfgevallen zijn het gevolg geweest van beslissingen van hoger hand. Ja, ja, inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk een aantal hele grote voorbeelden. Ja, de grote leiders rondom de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En dan hebben we het over Hitler, Stalin, maar ook Mao bijvoorbeeld in China. Exact. Die misschien, ja, wat ik wel hoort, misschien wel 50 miljoen doden op zijn geweten heeft. Het gigantische getallen. Ja. Ja. He, dus er is een soort, wat Orwell zou zeggen, doublethink, die er bestaat binnen de mensheid. Aan de ene kant kan men niet geloven dat er mensen zijn die dat soort beslissingen nemen, ja, omdat ze het zelf niet zouden doen. Aan de andere kant weet iedereen dat het toch gebeurt. Ja. En dat het op grote schaal gebeurd is en nog steeds gebeurt. Hè. Als je nu kijkt wat er de afgelopen 10, 15 jaar gebeurd is in Afghanistan, in Irak. Hoeveel slachtoffers daar zijn gevallen. Dan praat je ook alweer over miljoenen. Ja, inderdaad. Ik ben zelf sinds een dag of 3, 4 ben ik mij in het verdiepen in het werk van de filosoof Spengler. Ik weet niet of je daar eens van gehoord heeft. Mm-hmm. En die spreekt over wanneer een cultuur... zeg maar niet meer dynamisch is, dus statisch wordt, dan treedt beschaving in. En bij een beschaving horen ook zeg maar wat ze noemen megasteden, megacities, waar de elite eigenlijk ten alle tijden in een vergelijkbare omgeving zichzelf kan bedruipen. En iedereen die niet in die megacities zit, die zijn sowieso eigenlijk gewoon filosofisch, psychologisch gezien gewoon afgeschreven. Die tellen niet mee. Dat zijn de schaapjes. En er zijn tussen die schaapjes zitten er een paar slimme paarden die we op een wat luxer grasveldje voor ons laten werken. En die bevinden zich er allemaal in de wat luxere appartementen in de grote steden. En zelf kunnen ze natuurlijk in hun penthouses en verborgen... gemeenschapjes en die gated communities die ze dan hebben, kunnen ze zichzelf bedruipen. Maar wat mij is gaan opvallen in wat Spengler beschrijft, is dat ze zichzelf eigenlijk al ontkoppeld hebben van het proces van cultuur die dan verschillende stadia doorloopt en uiteindelijk een beschaving wordt en kort daarna instort. Dat kunnen we natuurlijk ook in de voorgeschiedenis van onze eigen soort kunnen we dat terugzien. In mijn beleving hebben die elite puur door hun niet te bevatten materiële rijkdom en controle die ze daarmee bereikt hebben op aarde, zich kunnen onttrekken van dat hele proces. En ze zijn eigenlijk van de zijlijn niet alleen architect, maar ook getuige van die cycli van hoe een cultuur opkomt, dynamisch wordt, een explosie van creativiteit. Ja. Volgens treedt hij, het wordt ijs. Het is eigenlijk net als de jaagtijden, lente, zomer, herfst en dan winter. En winter loopt alles vast en dan moet het transformeren, willen weer een nieuwe lente komen. Ja. En in die zin wordt Europa nog wel enige kans gegeven vanwege onze oude culturen, waarden die we hier nog hebben sinds het Keltisch bewustzijn dat we met z'n allen hadden. Maar dat het eigenlijk voor Amerika in die zin gewoon te laat is, omdat die geen geschiedenis heeft. Ja, dat zou kunnen. Hoe kijk jij dat tegenaan? Denk je dat het inderdaad een soort
natuurlijke cyclus is waar een cultuur doorheen gaat, net zoals een mens dat gaat, van jeugdigheid naar stabiliteit naar verval. En dat ze daar vervolgens handig op inhaken en daarvan profiteren. Of dat ze die hele cyclus zelf programmeren. Of dat het ergens ertussenin ligt. Wat denk jij zelf? Nou, beide zaken spelen, denk ik. Dat wij als, zeg maar, mensheid bepaalde cycli doormaken. Dat lijkt me wel duidelijk. Dat geldt eigenlijk voor alles dat leeft of alles dat bestaat. Maar er speelt ook nog iets anders. En jij noemt dat cultuur. Kijk, cultuur is eigenlijk niet zoveel meer dan een set algemene gebruikelijke afspraken en normen. Ja. Een cultuur bestaat dus uit een gedachte van anders zijn dan een andere cultuur, van afscheiding. Ja. Dat daarin wordt gestuurd is wel duidelijk. Hè? Cultuur bestaat uit een soort gedachte van collectieve identiteit. Ja, ik bedoel dan wel een cultuur die van onderaf komt. Dus die organisch ontstaat door de resonantie van de verschillende leden van die cultuur. Zeg maar, of van die stam of van die bevolking. Dat is in de historische zo gebeurd. Hè. Mensen hebben nou eenmaal de neiging om afspraken met elkaar te maken, zeker als je dicht bij elkaar woont. Ja. En op een bepaalde manier van doen, samen af te spreken. En dat noemen we dan cultuur. In het verleden, toen de verschillende bevolkingsgroepen nog niet zo in contact met elkaar stonden zoals nu, was dat gewoon gebruikelijk. Wat er nu van over is, is eigenlijk niet meer zo noodzakelijk. De wereld is wat dat betreft open genoeg om met iedereen te kunnen communiceren en door iedereen te laten te inspireren als je dat wil. Ja, precies. Ik las ook in je artikel, jij hebt het over dat mensen steeds de neiging hebben om in hiërarchische culturen te gaan leven. En denk jij dat de tijd er nu rijp voor is om dat op een andere manier te gaan invullen? Nou, dat hoop ik. Naar mijn visie is een hiërarchische inrichting van de wereld simpelweg een vergissing. Ja, omdat daardoor ook de gelijkheid eigenlijk en de gelijke kansen uitschakelt. Nou, achter hiërarchie zit de overtuiging dat het zinvol of noodzakelijk is om je verantwoordelijkheid over te dragen aan iemand anders. Aan iemand met gezag. Dat is simpelweg onmogelijk. Ja, dat kan gewoon niet. Ja. Dus dat is een illusie. Het is een illusie dat zoiets mogelijk is. Maar die illusie die resulteert wel in echte resultaten. En een van die echte resultaten is dat je dus machtsverhoudingen krijgt in de wereld. Je krijgt machthebbers en machtelozen. Juist. Ja. En wat die situatie voortbrengt, dan kom ik terug op wat ik net zei, dat kun je lezen in de geschiedenisboeken. Alle ellende die is uitgestort over de mensheid in de loop van de eeuwen is altijd het gevolg geweest van macht en machtsverhoudingen, of de hang naar macht. Ja. Elke oorlog, elke genocide, elke vervolging, honger, armoede, noem maar op, is daar het gevolg van. Ja. Als je daar op die manier naar kijkt, dan zou je zeggen van is het dan wel een goed idee om het op die manier te doen? Ja, precies. Ja, dat is misschien iets dat toch zo primair in de mens verankerd zit. Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld dat de overlevingsdrang het grootste is, vervolgens de drang om voort te planten en eigenlijk daar op de derde plek komt dan al de wil tot macht en het overheersen van de... Ja, van de omgeving of van de andere mensen. Ja. Zo is de inrichting van de wereld al heel lang. Hè. Die is al heel lang hiërarchisch ingericht. Veel mensen denken ook dat het onvermijdelijk is, dat het bij onze soort zou horen. Ik denk dat het absoluut niet het geval is. Ten eerste niet omdat machtsverhoudingen alleen in stand gehouden kunnen worden op een kunstmatige manier. Machthebbers kunnen hun positie alleen behouden bijvoorbeeld door middel van misleiding. Ja, inderdaad. En er is geen enkel natuurlijk systeem in de hele natuur dat alleen door onwaarheid en misleiding in stand gehouden kan worden. Daaruit blijkt al dat het geen natuurlijke manier van doen is voor mensen, maar dat het gebaseerd is op
een gedachte en in mijn optiek een vergissing. Ja. En namelijk de vergissing dat het mogelijk en zinvol is om je verantwoordelijkheid aan iemand anders te geven. Ja, precies. Het is grappig dat je het aanhaalt inderdaad. Ik ben me toch ook al op vrij jonge leeftijd bewust geworden van dit proces. Mm-hmm. En vooral ook in het spreken en in de taal van mensen, zeg maar. Bijvoorbeeld een van de meest gebruikte werkwoorden in ons tijd, bijvoorbeeld woord moeten, zeg maar. Hoe vaak ik niet mensen ik moet dit, ik moet dat hoor zeggen, denk ik, wow, alsof er iets anders is buiten henzelf dat bepaalt dat ze iets zouden moeten, in plaats van dat ze zelf de verantwoording dragen voor het feit van oké, ik kies voor dit en ik kies voor dat. Exact. Nou ja, dan komen we heel dicht bij de kern. Want de inrichting van de wereld is natuurlijk het gevolg van wat mensen doen. Ja. Door wat wij doen, richten we de wereld in. We maken de dingen die we maken, we geven de structuren vorm, we conformeren ons aan systemen. En met dat doen richten we die wereld in. En achter dat doen zitten onze overtuigingen. Ja, er zitten de overtuigingen die bij ons leven. Omdat mensen doen namelijk nooit zomaar iets. Mensen doen altijd iets met een bepaald motief. Ja. Je hebt een reden om, een beweegreden om iets te doen. En die beweegreden die bestaan dus weer uit gedachten. Ja, precies. En denk je dat het niet ook gedeeltelijk voortkomt uit gewoonte? Zeg maar zoiets van, zeker, de structuren liggen er nu eenmaal. Het is cultureel zo vormgegeven. We hebben het altijd zo gedaan. Dus zijn we niet gigantische gewoontedieren wat dat betreft? Absoluut, dat zijn we zeker. En, maar ook de overtuiging dat het niet anders kan, die houdt het in stand. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat mensen met de dingen die ze doen, dus hun eigen wereld, hun eigen realiteit creëren. Ja, door eigen dogma eigenlijk. Nou, überhaupt door iedere overtuiging, door iedere gedachte, door ieder geloof. Zoals ik net al zei, mensen doen de dingen die ze doen op basis van wat ze denken. Ja. Op basis van wat ze denken dat ze moeten doen, wat goed voor ze is om te doen. En daarmee creëren ze dus hun eigen realiteit, heel letterlijk. Ja, precies. En daarom zal het natuurlijk waarschijnlijk ook vastlopen inderdaad. Want wanneer je inderdaad niet in staat bent om die, nou laten we het even inderdaad zoals je het zelf noemt, realiteit noemen. Daarin vastlopen, omdat er gewoon hele verkeerde aannames worden gedaan en eigenlijk de hele realiteit dus op los zand gebouwd is en helemaal niet strookt met de werkelijke realiteit. Nou, het is mensen eigen. Zo werken mensen. Wij beleven ons leven uitsluitend in onze beleving. En verder nergens. En die beleving, die creëren we zelf. Wij creëren die door onze gedachten over de wereld. Bijvoorbeeld de gedachte dat we moeten gehoorzamen aan machthebbers. Ja. En vervolgens doen we dat. En met dat doen creëren we die realiteit. En die realiteit die beantwoordt natuurlijk altijd aan die initiële gedachten. Ja, die is daarop gebaseerd. Die wordt bevestigd ook door de interactie met die realiteit en de emoties die dat opwekt. En ja, dat maakt het natuurlijk, het is heel subjectief ook natuurlijk voor iedereen. Precies. Wat dat betreft zijn eigen subjectieve realiteit. Ja. Want het lijkt ook allemaal gigantisch echt natuurlijk, zeg maar, alles wat er om je heen gebeurt en hoe dat invloed op je heeft. Exact. En dus uiteindelijk creëren we een realiteit die beantwoordt, die de basisgedachte zeg maar weerspiegelt. En wat ik dan het zie je wel effect noemt, die dus ook bevestigt. Ik zal je een voorbeeld geven. Hè? Als wij denken dat geld waarde heeft, noem maar wat, hè? Geld heeft waarde. Ja. Dat is wat we denken. Nou, daar ontstaat dan een bepaalde emotie uit. Die emotie is, nou ja, geld willen hebben. Hè, of angst om het niet te hebben. Mm-hmm. Ja. Nou, en van daaruit gaan mensen dingen doen. Hè, ze gaan proberen dat geld te vergaren, bij elkaar te krijgen, ervoor te gaan werken. De realiteit die daaruit ontstaat, is dat niemand weer iets wil doen zonder daar geld voor te krijgen. Ja. En nou, de bevestiging die eruit voortvloeit, dus zie je wel, we hebben geld nodig, geld heeft waarde. Ja, precies. Ja. En dat kun je, dat geldt eigenlijk voor iedere overtuiging. Iedere overtuiging creëert uiteindelijk in deze cyclus een realiteit die de overtuiging bevestigt. En dat is de reden waarom verandering zo vooral te moeilijk is. Omdat mensen denken dat die realiteit
die ze zelf gecreëerd hebben, dat dat waarheid is. Ja, en dat daardoor is echt onveranderbaar. Ja, dat het gewoon zo is. Ja, het is toch gewoon zo, want ik maak het elke dag mee. Ja. Dus een zelfgecreëerde realiteit die zichzelf voortdurend bevestigt, zorgt er ook voor dat als er in de basisovertuigingen vergissingen zitten, dat er nooit aanleiding is om die bij te stellen, omdat diezelfde vergissing voortdurend als waar wordt bevestigd in deze cyclus. Ja, precies. En wanneer ook iemand tornt aan dat waarheidsbeeld, dan schiet hij natuurlijk uiteraard meteen het verdedigingsmechanisme in actie. En wordt er gevochten, wordt er strijd geleverd of wordt er weggerend, fight or flight eigenlijk wat dan gebeurt. En zo kunnen dus misvattingen kunnen eeuwenlang blijven bestaan en ook eeuwenlang ellende blijven opleveren, zelfs zo lang dat mensen gaan denken dat het nou eenmaal bij onze soort hoort om ellende te veroorzaken, om oorlog te voeren, om elkaar de hersens in te slaan of elkaar het bestaansrecht af te stelen door met elkaar in gevecht te gaan of te concurreren. Terwijl dat in mijn optiek absoluut overbodig is. Ja. Dus, ik val er even stil van, Pieter. Ja? Ik vind dat je het heel mooi omschrijft. Want je spreekt vanuit toch wel een behoorlijk brede horizon, heb ik het gevoel. Zou je jezelf omschrijven als een spiritueel mens? Ik vind dat een moeilijke term. Het is een term die ik zelf niet zo gauw zou gebruiken, omdat er allerlei associaties aan kunnen hangen die niet van toepassing zijn op mij. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik van wel. Metafysische mens beter omschreven. Ja, misschien kun je dat beter zo zeggen. Ja, dat klopt wel. Maar als je zegt spiritueel, is dat wat betrekking heeft op de geest. Ja, in die zin bedoel ik het ook wel hoor. Ik bedoel daar niet een specifieke stroming mee. Ik beschrijf het zelf ook meestal als meer, omdat spiritueel inderdaad een hele grote wanklank heeft ook. En als een zweverig woord binnenkomt. Weet je, daarom noem ik het ook liever authentiek en zelfbewust. En authentiek, datgene wat je ervaart en voelt op een authentieke manier naar buiten brengen. Dat is voor mij spiritualiteit. Ja, nou wat ik vooral ben is observerend. Ik vind het mooi om van een afstandje al die mechanismen te bekijken. De dingen die mensen drijven, de dingen die mensen doen. Om die te bekijken en te zien hoe het werkt. Als je een klein beetje afstand neemt, ik noem het zelf wel eens het alien perspectief. Ik stel me dan voor. Ik vind het vaak wel interessant om naar woorden zelf te kijken en naar wat ze letterlijk zeggen. Het woord verstandig, oftewel verstandig, zegt eigenlijk precies hetzelfde. De afstand nemen en dan vervolgens het totaalplaatje kunnen zien, of in ieder geval een groter plaatje. Ja, precies. Dus ik stel me dan voor dat ik hier kom. Ik heb helemaal nog geen overtuigingen van. Nog helemaal geen geloofssystemen. Ik kom hier gewoon de boel eens bekijken. Ja, en inderdaad. Als je dat doet, dan val je van de ene verbazing in de andere. Dus ik wel. Ja, dat klopt. Ik heb vaak mogen ervaren, ook tijdens een ayahuasca-ceremonie of een paddenstoelceremonie, dat je dan ook automatisch in dat perspectief terechtkomt. Ja. En ik lig altijd helemaal krom om de waanzin van wat er zich afspeelt. Ook die in mijzelf, zeg maar. De patronen die ik dan in mezelf waarneem. En het hilarisch vind dat ik daar in mijn dagelijkse waakbewustzijn eigenlijk totaal niet bij kan. Het is inderdaad af en toe heel hilarisch. Als je er op die manier naar kijkt, dan is het af en toe werkelijk compleet idioot. Ja, inderdaad. En ik heb het zelf wel nodig om het af en toe zo te kunnen zien. Want anders dan zou ik mezelf in deze waanzin absoluut niet staande kunnen houden. Ja. Ik vind het ongelooflijk boeiend om op die manier naar de wereld en alles in de wereld te kijken. En dat heb ik altijd al heel boeiend gevonden. En na een jaar of 10 geleden is dat een beetje in stroomversnelling terechtgekomen. En zoals het gaat, naarmate je meer inzicht krijgt, wordt het makkelijker om nog meer inzicht te krijgen. Ja, en heb je ook wat meer van de wereld gezien? Heb je gereisd? Ik heb wel wat gereisd, maar niet overdreven veel. En ik zelf ook niet veel, maar wat ik me wel
Zeker toen ik wat ouder was en op andere plekken kwam, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dat ondanks de enorme culturele verschillen die er zijn, dat daar allemaal stuk voor stuk diezelfde psychologische motieven werkzaam zijn. Ja, en, nou, ik denk wel dat wij als... Ja, dat klopt. Nou, ik denk wel dat we als mensheid, en dat hadden we toen straks al even over toen je het over cultuur had. Als mensheid maken wij ook cycli door. Dat gebeurt eigenlijk op ieder niveau, individueel en collectief. Ik heb heel sterk het gevoel dat er sprake is van een soort langzame volwassenwording van onze soort. Ja, precies. En ja, ik denk het ook wel inderdaad. Wanneer je kijkt dat als fysieke wezens evolueren wij natuurlijk. Maar eigenlijk als psychologische wezens doen we dat ook inderdaad. Door elke nieuwe ervaring worden we weer een stukje in ieder geval rijker aan kennis en informatie. En ja, op een gegeven moment zullen we inderdaad toch wel naar een soort van volwassenheid toe gaan. Als je kijkt de gangbare mentaliteit is op dit moment binnen de mensheid, precies ook wat je zegt, in verschillende landen kom je dat tegen, dan is dat, wordt die in mijn visie vooral gekenmerkt door een mate van onvolwassenheid. Ja. Als je dat afspiegelt aan het individu, dan zie je dat mensen, als ze onvolwassen zijn, als ze nog kind zijn dus, vooral gekenmerkt worden door het simpele feit dat ze nog geen volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen dragen. Ja. Dat ze nog afhankelijk zijn van ouders die voor ze zorgen. Dat moet ook zo zijn. Maar als een kind volwassen wordt, dan kan die dat wel. Ja. Een volwassene kan in principe gewoon volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen. De wereld is op dit moment nog zo ingericht dat mensen daar moeite mee hebben. Ja. Die stap nog niet willen nemen. Verteld wordt wat ze moeten doen dan dat ze daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. En dus krijg je een inrichting van de wereld die dat weer spiegelt. Als er een behoefte bestaat om je verantwoordelijkheden af te dragen aan iemand anders die jou moet vertellen wat je moet doen, ja, dan zal dat gebeuren. Ja, dan zal er altijd inderdaad de sterke man of de grote dictator, tussen aanhalingstekens, zal naar voren stappen om die leiding te geven. Ja, die maakt daar gewoon gebruik van. Ja. De realiteit, de inrichting van de wereld zoals die nu is, die weerspiegelt simpelweg de algemeen gangbare gedachtegang, de algemeen gangbare mentaliteit die heerst. Ja. Ik heb met mensen wel eens over een situatie, een wereld die niet hiërarchisch is ingericht. Dus een wereld zonder gezag. Nou, heel veel mensen zeggen dan dat is onmogelijk, want dan wordt het een grote puinhoop. Ja. Dus wat ze daarmee zeggen is, als mij en alle andere mensen niet verteld wordt wat wij moeten doen, dan wordt het een zootje. Ja, precies. Is een wereld zonder gezag in jouw ogen hetzelfde als een wereld zonder afspraken? Nee. Oké, dat wou ik helemaal niet zeker weten. Okay. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, iedereen is vrij om afspraken met elkaar te maken. Het lijkt me ook een goed idee om afspraken met elkaar te maken. Maar, geen totale anarchie dus? Ik vraag me af of anarchie betekent dat er geen afspraken zouden zijn. Ik denk dat is een goed punt. Ja, het woord anarchie zegt natuurlijk letterlijk zonder heerser. Heerser. Ja. Dus dat betekent dat is een situatie waarin mensen de dingen doen die ze doen op basis van hun eigen beslissingen. Ja. En niet op basis van wat ze verteld wordt dat ze moeten doen. Ja, precies. Dus meer vanuit een bepaalde innerlijke ethiek dan dat het vanuit een van buitenaf opgelegde moraal is. Ja. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk het enige wat er dan overblijft. Hè? Als niemand je vertelt wat je moet doen, dan heb je geen andere keuze dan zelf te bepalen wat je moet doen en wat oké is om te doen. Ja. En dan heb je geen andere leidraad dan je eigen ethiek. Ja. En denk je dat ook een beetje aan het gebeuren is inderdaad, dat er nu een gedeelte van de mensheid in ieder geval volwassen genoeg aan het geraken is om echt serieus, autonoom voor hunzelf die beslissingen te nemen en dat nog wel eens bord, zeg maar, met de massa die nog gigantisch vast in vele patronen zit? Nou, er zijn natuurlijk individuen genoeg te vinden die op
die dat het liefst zouden doen. Alleen als we het collectief gaan bekijken, dan zie je dat het grootste deel van de mensheid nog in de oude manier van denken zit. Ja. Wel is dat snel aan het veranderen en dat komt omdat het nu heel snel duidelijk wordt in toenemende mate dat ja, de oude manier van doen, dus zeg maar, de hiërarchische inrichting van de wereld en het gehoorzamen aan machthebbers, dat dat niet langer een goed idee is. Het is ook niet voor niks dat nu steeds meer schandalen aan het licht komen van zogenaamde bestuurders en leiders die corrupt zijn, die eigenlijk er alleen zitten om hun eigen zakken te vullen. Het is geen toeval dat mensen daar steeds bewuster van worden. Dat politici, leiders, et cetera, niet de agenda voeren die ze zeggen te voeren. Ja. En dat betekent dus dat mensen beginnen te twijfelen aan of het wel een goed idee is om je daar voortdurend aan te blijven conformeren. Daar ontstaat er een soort mentale crisis hè, die je in toenemende mate kunt waarnemen. En de enige manier om ingesleten gewoonten te veranderen, bijvoorbeeld de gewoonte om te gehoorzamen aan het gezag, is door een crisis. Ja. Waarom zou je je gedrag veranderen als er geen noodzaak toe is? Nou ja, de definitie van een crisis is simpelweg een situatie waarin bestaande manier van doen niet meer voldoet. Ja, precies. Ja. En dat dan als katalysator dient voor vernieuwing, voor verandering. Het is de enige mogelijkheid om tot verandering te komen. Want verandering ontstaat niet zomaar. Het is eigenlijk simpelweg een natuurkundig gegeven dat alles dat bestaat wil blijven bestaan zoals het bestaat. En wil je het veranderen, wil er verandering in komen, dan moet je daar een energie aan toevoegen. Ja. Wil je je gewoontes veranderen, dan zul je daar even kracht voor moeten bijzetten. En daarvoor heb je ook weer een motief nodig. Ja. Nou ja, het motief wat op dit moment aan het ontstaan is, is een grote onvrede bij heel veel mensen over de manier waarop de wereld bestuurd wordt. Ja, precies inderdaad. Dus eigenlijk ja, er een grote roep naar oplossingen inderdaad, naar ideeën of visies waar mensen zich wel in kunnen vinden en wel weer opnieuw in kunnen verenigen. Ja, eigenlijk wel. Dus dat betekent dat mensen, dat er een bereidheid aan het ontstaan is om anders te gaan denken. En dus ook anders te gaan doen. Ja, ja en vooral de netwerkmogelijkheden die we op dit moment hebben, die dragen daar denk ik ook wel aan bij. Absoluut. Het wordt natuurlijk ook enorm gemonitord allemaal. En in mijn beleving, kijk, we krijgen heel wat doemscenario's op ons afgeslingerd. Maar ik heb toch meer het gevoel dat het een steeds groter wordende hooiberg is ook. Voor de elite om die ene naald in te kunnen vinden. Want ze zijn zo bizar veel informatie aan het verzamelen. Je kan het niet anders noemen dan hoarding, zoals ze het in het Engels zo mooi zeggen. Ja. Exact, ja, zo is het. Nou ja, goed, er is dus, waar we het toen straks al over hadden, technologie is nu beschikbaar. En dus zal de machtselite die technologie willen gebruiken. Ja. Sterker nog, ik denk zelfs dat de machtselite een grote vinger in de pap heeft in welke technologie al of niet ontwikkeld wordt. Ik bedoel, dat denk ik ook, het ontwikkelen van complexe technologie kost veel geld. En zij zijn degene die gaan over het geld, zoals je weet. Zij zijn de financiers voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën. En ze zullen alleen die technologieën financieren die in hun agenda passen. Ja, precies. Die hun macht in stand houdt of nog verder uitbouwt. Precies. Hè? Dus wanneer een nieuwe technologie zich vrijer zou kunnen ontwikkelen en onafhankelijker van financiers, dan zou die ongetwijfeld de mensheid veel meer dienen dan dat die dat nu doet. Ja, precies inderdaad. En je ziet het eigenlijk ook al in alles terug. Hè? Ook in de productie van technologie. Een telefoon die elke 2 jaar stuk gaat, zodat je een net ietsjes betere kunt kopen voor. Ja. Dat ook, maar technologie, zeg maar in grotere zin, die wordt ingezet inderdaad om de agenda van de machtselite te dienen. Nou ja, als je dat kijkt wat er aan de basis ligt. Wat is de behoefte? Wat is de wil, de behoefte van de machtselite? Is eigenlijk heel eenvoudig. De wil is dat ze het vermogen hebben om mensen te laten doen wat zij willen dat ze doen.
Hè, want met dat doen wordt de realiteit ingericht. En die richten ze het liefst in naar hun voorkeur. Ja. Ja. Die dus duidelijk anders is dan de onze. Hè, want het is een hele andere cultuur met andere voorkeuren. Ja. Maar zij kunnen dat zelf niet inrichten. Wij moeten dat voor ze doen. En wij doen dat alleen als wij keurig netjes aan ze gehoorzamen. Ja, precies. En dan wordt en geld als incentive gebruikt om dat te doen. Of in ieder geval... Nou, geld is eigenlijk een managementtechniek. Ja. Managementtechnologie. Een manier om ons de dingen te laten doen die zij willen dat ze doen. En dat is dus één van de dingen die ze graag willen. Het andere is natuurlijk dat ze ook heel goed beseffen dat zij in een hele kleine minderheid zijn ten opzichte van de mensheid. Ja. Dat die hele mensheid, al die miljarden mensen, die 6 miljard mensen zeg maar bij elkaar, of inmiddels zijn het al meer, dat die een enorme kracht vertegenwoordigen. Ja. En een kracht die zij, willen zij in hun positie blijven, in toon moeten zien te houden. Ja, precies, inderdaad. Dus dat betekent dat zij controlemiddelen nodig hebben om ons inderdaad keurig netjes in de pas te laten blijven lopen. Nou, en er zijn in de loop der tijd ongelooflijk veel managementtechnieken, controlemiddelen ontwikkeld en gebruikt om dat voor elkaar te krijgen. En een van de meest recente incarnaties van zo'n managementtechnologie is de surveillance techniek, hè, de digitale technologie waardoor iedereen gevolgd kan worden. Wat in mijn beleving voorkomen te onrechten voortdurend wordt aangesproken met privacy. Ja. Het gaat helemaal niet over privacy. Het gaat over het in kaart willen brengen van ieders gedrag. Juist. Op individueel niveau. Ja, precies. De term surveillancecultuur. Ja, surveillancecultuur. En ja, dan kun je je afvragen waarom zou een machtselite dat nou willen? Hè? Het is niet alleen nieuwsgierigheid. Maar is het niet gewoon pure angst ook van hun kant? Voor ja, dat denk ik wel, ja. Dat kwam bij mij ook binnen, ja. Dat denk ik wel. En ik geloof ook dat ze daar gelijk in hebben. Maar wel met een stukje meer natuurlijk. Ja, precies. Hè? Dus ze zijn terecht bang. Ja. Dus ze begrijpen heel goed dat, dat wij dat daar een soort explosieve kracht ligt waar je geen lont in moet steken. Nee. Ja, precies. En is het daarom ook dat bijvoorbeeld heel veel van de oproerkraaiers, in ieder geval in hun ogen, vaak zo hard worden aangepakt inderdaad. En die ook maar enige macht blijken of lijken te krijgen. Ik denk dat het ligt aan dat hoor. Één ding moet je eens nageven. Ook dat hebben we net al even aangestipt. Eén ding moet je ze nageven. Ze hebben wel een ongelooflijk groot inzicht in de menselijke psyche. En vooral als het gaat om massapsychologie. Ja, absoluut. In de loop der eeuwen. Nogmaals van vader op zoon doorgegeven. Zijn ze ongelooflijk handig in geworden. Om de massa op psychologisch niveau te bespelen. Want ook zij begrijpen heel goed dat wij alleen maar dingen doen. Vanuit onze gedachten. Dat wil je mensen dingen laten doen, dat je de gedachten moet bespelen. Ja. En dat is het hele idee achter bijvoorbeeld propaganda. Ja, de hele psychologische oorlogsvoering, de war on the mind. Ja. De enige manier waarop je mensen kunt sturen is via hun gedachten. Ja. En dus als je de juiste gedachten implanteert, dan zullen ze het juiste gedrag laten zien. Dat hebben ze heel goed in de gaten en dat snappen ze ook heel goed. Vandaar dat ze ook al lang geleden de media hebben opgekocht en ervoor gezorgd hebben dat wij op die manier van gedachten worden voorzien die hun passen. Ja. Ja. En, maar wat betreft die surveillancecultuur, de bedoeling is natuurlijk niet alleen informatie te winnen, maar om uiteindelijk ook met die informatie iets te gaan doen. Ja. En daar ligt het werkelijke gevaar. Kijk, als je op individueel niveau een gedragsprofiel kunt maken, en je hebt bovendien de toegang tot technologie die mensen kan uitsluiten van bepaalde primaire levensbehoeftes, mm-hmm. dan kun je dat aan elkaar gaan koppelen. Ja. En dan kun je op een gegeven moment zaken op individueel niveau gaan rantsoeneren. Ja. En dat is volgens mij, naar mijn inzicht, de bedoeling van
die hele controle infrastructuur die er op dit moment gebouwd wordt. Hè? Overal camera's, ze kunnen je volgen via gsm. De bedoeling is ook dat er standaard gps systemen komen in auto's die dus overal gevolgd kunnen worden. De OV-chipkaart, nou noem maar op. Zodat dat houdt niet op. Er volautomatisch een compleet gedragsbeeld wordt gemaakt. En dat mensen die uit de pas lopen, dus individueel, op individueel niveau, zeg maar, bijgestuurd kunnen worden. Ja, ja, en de ontwikkelingen daarin gaan ook gigantisch hard ook. Robert en ik waren zo'n 2 maanden geleden, denk ik, bij een presentatie van TED, van TED.com. Ja. En dat wordt voor een deel gefundeerd ook vanuit de Singularity University. Dus mm-hmm. De mensen die zich transhumanistische beweging is daar het onderdeel van, ja. Ja, en daarin wordt ook gezegd bijvoorbeeld, is dat er is een nieuwe generatie bijvoorbeeld met drones die zo groot zijn als je vingertop of als een insect in de maag, die straks per miljoenen overal over de hele aarde verspreid zullen worden en straks real-time al die informatie gewoon kunnen doorsturen. Absoluut, ja. En, maar niet alleen ook dat, maar ook de mogelijkheid dat die min of meer interactief worden, hè? Dus die mensen ook kunnen uitschakelen bijvoorbeeld op individueel niveau. Ja, dus ja, dat wordt de volgende stap natuurlijk. Of ja, daar zijn ze natuurlijk ook al mee bezig. Ja. Nou ja, ik denk dat ze bijvoorbeeld de economische crisis die we nu hebben, dat die ook bewust geïnitieerd is om een volgende stap te kunnen maken in managementtechnologie. Het geldsysteem dat we, zeg maar in de vorm zoals we die nu hebben, zo'n 100 jaar draait. En dat echt een succesnummer is gebleken als machtsmanagement systeem, is verouderd. Hè? Technologie heeft het ingehaald. Ja. En dat betekent dat daar iets anders voor in de plaats moet komen. En je kunt dat niet zeg maar van de ene dag op de andere doen. Je moet mensen daar een beetje aan laten wennen, omdat mensen waarde hechten aan geld. Maar ja, dat was ook altijd de bedoeling geweest natuurlijk, anders was het geen succesvol management systeem geweest. Maar het moet nou uitgefaseerd worden en dan moet straks een ander systeem voor in de plaats komen. Ja, en met een andere motivator ook natuurlijk. Absoluut, hè? En het moet een volledig elektronisch systeem zijn. En dat geeft je natuurlijk de mogelijkheid om mensen uit te sluiten van het betalingsverkeer. Ja, ja, daar hebben we inderdaad jaren terug ook al de... Ja, de ontwikkelen ook op het gebied van de microchips en eventueel die als een implantaat onder de huid kunnen worden aangebracht. En waar inderdaad, daar gaan al heel lang geruchten over, hè, dat men dat wil. Daar is natuurlijk nog wel grote weerstand tegen. Ja. Als mensen in hun bestaan bedreigd worden, letterlijk in hun bestaan, dus dat wil zeggen als ze geen eten meer hebben bijvoorbeeld, dan zijn ze wel eerder bereid om dingen te accepteren. In ieder geval meer dan wanneer ze in welvaart leven. Ja. Ja, dat is absoluut waar. En wat je zegt, dat gaat ook erg gefaseerd. Bijvoorbeeld, ik zag laatst al de spotjes langskomen van dat ze bijvoorbeeld kinderen willen gaan implanteren, zeg maar. Maar ja, want dan raken ze niet zoek, zeg maar. En ja, dat is stap 1. En wat is dan de volgende stap? Zijn het gedetineerden? Nou ja, het is iedere keer hetzelfde. Vrijheidsberovende maatregelen worden altijd gebracht onder het argument van veiligheid of gemak. Ja. Dat zijn altijd de 2 argumenten. Nou, een keer op keer blijven we er ook intrappen met z'n allen. Dat is wat mij nog het meest verbaast van dit alles. Ja. Is dat die geschiedenis die blijft zich over de duizenden jaren heen maar herhalen. We blijven maar als een stelletje Pavlov getrainde hondjes op ons achterpoten staan en bedelen om een koekie. Op het moment dat we die bel horen, beginnen we te kwijlen en staan we paraat voor ons baasje. Het is zo bizar dat er niet uit te krijgen is. Nee. Nou, ik heb eens een mooie uitspraak gehoord. Ik ben even kwijt van wie die is, maar dat is een Engelse quote. Die ging zoiets van: there's one thing we can learn from history, is that we never learn anything from history. Juist. Ja. Dat is eigenlijk wel de rode draad. Dat is een beetje zeg maar een negatieve gedachte, want veranderingen zijn er wel hoor. Ja, die zijn dat ben ik het niet eens. Maar ik bedoel meer, dat is wat het het massabewustzijn doet. En dan heb je natuurlijk de golven op de zee, die pieken.
Die individuen die zeg maar de rest eigenlijk, dat zijn de kartrekkers in feite, want dat kun je gewoon niet ontkennen als je kijkt naar het massabewustzijn, dat daar gewoon, ja, je hebt kartrekkers en de rest die hobbelt daar eigenlijk een beetje achteraan. Absoluut, ja, ja, dat klopt. En zowel het positieve als het negatieve. Ja, absoluut. Maar dat heeft inderdaad te maken met die gewoonte en ook vooral het zelfbevestigende karakter van de door onszelf gemaakte realiteit. En mensen zijn gaan denken dat het nou eenmaal zo is, terwijl in principe wij mensen elke denkbare realiteit kunnen creëren. Wij kunnen op basis van onze eigen gedachten kiezen voor waarvoor we maar willen. Ja, dat is, ja. Ja, en er is bijvoorbeeld ook in mijn optiek een enorm groot verschil tussen wat ik realiteit noem, hè, dus de door onszelf zeg maar ingerichte wereld en de dingen die we daarin iedere dag beleven, en waarheid. Ja, ja. Dus zeg maar het verschil tussen dat wat objectief is en hoe wij het subjectief ervaren. Ja, ja. En het is voor mensen moeilijk om dat uit elkaar te houden. Mm-hmm. Om de doodsimpele reden dat, dat wij ons leven en alles wat daar zich in bevindt alleen beleven in onze beleving. Het is onze beleving waar zich alles in afspeelt. Ja, daarbuiten is niks. Wat je niet beleeft lijkt niet te bestaan. Nee. En die beleving die wordt gevuld, die wordt gevormd door waar je aandacht aan geeft en hoe je daarover denkt. Ja. En dat is dus een zelfgecreëerde realiteit. Dus je beleving en je beleefde realiteit is exact hetzelfde. Maar die hoeft helemaal niet in relatie te staan tot waarheid. Dus tot de dingen die er gewoon zijn en zijn zoals ze zijn. Ja, precies. En dat wordt vaak door elkaar gehaald, omdat die beleefde realiteit vaak wel op waarheid lijkt. Ja, ja. En dat is misschien ook wel weer de plek waar ook, laten we zeggen, spiritualiteit om de hoek komt kijken. Ja. Dus het is inderdaad ook over het aansluiten op die objectieve kern, zeg maar, het objectieve universum en van daaruit handelen, alleen in plaats van die subjectieve realiteit die voor iedereen anders is. Ja, nou, het verschil zit hem hierin, ligt een beetje aan waar je naar kijkt. Ga je naar de dingen kijken zoals ze zijn, hè? De alle externe zaken die er in het universum en dan het liefst hier nog op aarde, zeg maar, gewoon zijn, die gewoon voor onze neus liggen. Ja. Ga je naar die dingen kijken of ga je die dingen beschouwen, ga je naar je eigen gedachten daarover kijken? Mm-hmm. Ja. En dat is een groot verschil. Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. Mensen kunnen, voor mensen lijkt dat absoluut hetzelfde. Maar het is totaal mekaars tegenovergestelde. Ja. Ja, en wat zou daarin sturend kunnen zijn? Een meer wetenschappelijke benadering, wanneer je het bekijkt. En dan heb ik het over de wetenschappelijke methode bijvoorbeeld. Dus laten we zeggen, een beetje op de trial and error manier eigenlijk. Zeg maar. Geef alles een eerlijke kans, een open hart. Maar geef het ook altijd een kritische geest. En kijk naar wat wel werkt en niet werkt op een objectieve manier. Nou ja, eigenlijk wat ik eigenlijk wil zeggen is, geloof jezelf niet. Of je eigen beleving inderdaad. Ik bedoel, je eigen beleving kan je ontzettend voor de gek houden. Als je kijkt naar je eigen overtuigingen, naar je eigen geloofssystemen, dan kunnen mensen werkelijk de meest idiote dingen geloven. Ja. En op het moment dat ze het geloven, dan is het voor hun realiteit, maar dat wil absoluut niet zeggen dat het waarheid is. Ja, precies. En vandaar ook misschien de hele grote macht van de bijvoorbeeld op schrift gestelde realiteitsbeelden, zoals bijvoorbeeld in religie, in bepaalde filosofieën, dat die maar zo gigantisch krachtige invloed blijven uitoefenen. Dat klopt, hè. Als mensen er op een gegeven moment in gaan geloven en ze laten het deel uitmaken van hun eigen verzameling overtuigingen, dan zullen ze daarna handelen. En dan hebben we het weer, dan richten ze daarmee hun realiteit in. En dan wordt de correctheid van die realiteit weer bevestigd. Zie je wel, het klopt met de initiële gedachten. Het klopt met mijn overtuiging. Ja, de cirkel is weer rond. En de cirkel is weer rond. Hè? Ja. Dit is het creatieve proces. Dit is het creatieve proces dat ligt achter het creëren van realiteit. En dat doen we individueel. Maar dat doen we ook collectief. Hè? Omdat er binnen het collectief ook een, jij noemde het net cultuur, maar in ieder geval een gangbare manier van denken bestaat. Een gangbare mentaliteit bestaat.
En ja, zo richten we die realiteit, die beleefde realiteit in. En we denken dat het waarheid is. Maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Ja, ja. En ja, wat zou volgens jou een oplossing zijn binnen... ja, hoe kunnen we de mensen uit eigenlijk een beetje loswrikken uit die denkbeelden, uit die, ja, uit die cyclus, zeg maar, of die neerwaartse spiraal nu, waar het in ieder geval op lijkt. Ja, ja. Wat breekt ons los? Wat geeft ons nieuw perspectief? Verandering is alleen mogelijk als mensen gedwongen worden om te veranderen. Hè? Dus dat is de definitie van crisis, hadden we het net al even over. Ja. Die crisis is er nu. Er is een economische crisis, een financiële crisis, maar er is ook een mentaliteitscrisis. De overtuigingen waar mensen zich altijd aan vastgehouden hebben, die komen op losse schroeven te staan. En er is dus behoefte aan nieuwe gedachten, aan een nieuwe manier van kijken naar de wereld. Toen ik een jaar of 6, 7 begon met het schrijven van mijn blog, ja, toen had ik veel minder aansluiting bij mensen dan nu. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat de manier waarop we de dingen doen en de manier waarop we over dingen denken, dat die ons niet langer meer dient. Ja. En er is dus behoefte aan nieuwe input. En wat je kunt proberen te doen, is mensen te inspireren om op een andere manier te denken. Want die gedachtegang, die ligt aan de basis van wat mensen gaan doen. En met dat doen, ja, gaan mensen de wereld dus weer inrichten. En dan zit je weer terug in die cyclus. Ja. En wanneer je de aandacht heel erg zou richten op het doen alleen, zonder daarbij de bijbehorende inzichten en denkwijzen, ja, dan gaat het niet lukken. Dus op dit moment zitten we in een situatie, in een tijdsgevricht, zeg maar, waarin het naar mijn visie het belangrijkste is dat de karttrekkers, zoals jij die net noemde, dat die laten zien van, hey, we zijn bezig op een manier die ons niet dient. We zouden, als we op een andere manier naar dingen gaan kijken en er anders over gaan denken, ook een heel andere wereld kunnen krijgen. Ja, en dat is dus, ja, eigenlijk de definitie van inspireren. Inspireren is niks anders dan mogelijkheden laten zien. Ja, ja, en dat het is onzichtbare ook zichtbaar maken. Ja. Zo is het. Ja. En mogelijkheden die mensen zelf nog niet gezien hebben, laten zien. En ja, of ze die mogelijkheid omarmen, is helemaal die mensen zelf. Ja. Ja, inderdaad. En dat is ook wat we met Frontier en ook Frontier Radio proberen te doen. Is dat mensen die zo'n inspirerend geluid laten horen of ideeën of initiatieven die echt mensen laten zien van, hey, kijk, op deze manier kan het ook en het werkt, die zichtbaar te maken en die te organiseren en die met elkaar in contact te brengen. En, precies. Ja, ik denk ja, dat, laten zien, inderdaad. Ja, ja. Ja, dat het voor ons ook inderdaad ja, de goede manier is inderdaad om dat aandacht te geven. Want anders kan het ook niet in die belevingswereld van mensen terechtkomen. Exact, exact. Hè. Zonder aandacht kun je dingen niet beleven. Zo simpel is het. Hè, dus als je om de aandacht vraagt en mensen zijn bereid ernaar te kijken, wat nog wel eens een keertje tegenvalt, zoals je waarschijnlijk ook wel eens hebt ervaren. Maar goed, als die bereidheid er is en er is behoefte aan wat nieuwe inzichten, dan... ja, dan kun je daarin voorzien. Ja. Ja, en een klein stukje persoonlijke beleving ben ik ook wel nieuwsgierig naar bij jou, Pieter. Ja. Kun jij nu nog je eerste grote aha-moment herinneren en wat dat met je deed? Ja, er zijn wel momenten geweest dat dingen in een stroomversnelling terechtkwamen. Nou heb ik altijd op een heel observerende manier naar de wereld gekeken van kinds af aan al. Ja. Ik heb me als kind al heel erg verbaasd over hoe mensen doen en wat mensen doen. Maar er zijn wel een paar momenten geweest. Een van die momenten was toch wel aan het begin van de crisis, hè, in 2008. Toen ik in de gaten begon te krijgen van dat letterlijk alles anders is dan ons wordt verteld. En ja, toen ben ik gewoon gaan kijken van, ja, hoe zitten wij in elkaar? Ja, ja. Ik wilde het gewoon weten. Ik wilde het gewoon leren kennen. En ja, er is maar één manier om iets te leren kennen. En dat is door er aandacht aan te geven. Dus ja. Ik heb me daarop gestort.
En toen kwam ik erachter dat die wereld heel anders in elkaar zit dan ons altijd is verteld. Ja, van de ene in de andere verbazing gevallen ook. Ja, ik kwam in stroomversnelling terecht. Ja. En dat was wel een moment geweest dat, dat ik dacht van wow, dit is zo, hoe moet ik dat zeggen, zo ongelooflijk anders dan de meeste mensen denken dat het is. Ja. Bijna surrealistisch. Ja, precies. Ja. Kon je omgeving, ja? Je directe omgeving daarbij omgaan? Dat je ineens die dingen had? Nee, heel moeilijk. Heel moeilijk. Dus, heel herkenbaar ook. Dat denk ik wel, ja. Ja, nee, maar zeker in die tijd niet. Hè. Nu, het grappige is dat de mensen die zich het meest verzetten, zeg maar, tegen de dingen die ik toen leerde en ook vertelde, dat die nu toch er heel anders in staan. Er toch wel bijgedraaid, zeg maar. Ja. En dat heeft weer met die cyclus te maken, volgens mij. Hè? Met de bereidheid van mensen om naar nieuwe manieren van denken te gaan kijken. Ja. Simpelweg omdat ze in hun dagelijks leven steeds meer ervaren dat de oude manier van doen gewoon niet meer werkt. Ja, ja inderdaad, als reactie inderdaad op, zoals bijvoorbeeld Gandhi al zei. Iets in de trant van first they mock you, ze maken je eerst belachelijk, dan strijden tegen ze en uiteindelijk overwin je of overwint het idee waar je voor staat in ieder geval. Ja. Dan wordt het gemeengoed, op een gegeven moment wordt het gemeengoed en ik heb wel sterk de indruk dat dat steeds meer het geval is. Ja, ook dat is dan eigenlijk net zoals misschien die absolute controlestaten, wellicht we die toch een tijdje mee gaan maken, is de ineenstorting van diezelfde controlestaat ook onvermijdelijk. Want dat gaan we never nooit niet trekken met z'n allen. Absoluut, ik denk dat dat uiteindelijk het geval zal zijn. Ik denk dat we nog wel door een hele diepe mentale crisis moeten en ook door een praktische crisis moeten als mensheid. Dat zit er denk ik voordat we, voordat we bereid zijn echt radicaal anders te gaan denken en dus radicaal anders te gaan doen. En ik denk dat dat noodzakelijk is, omdat we de manier van doen van de afgelopen 20 eeuwen in toenemende mate radicaal, als we nou toch dat woord gebruiken, ingaat tegen wat mensen werkelijk zouden willen. Wat mensen willen is niet zo heel erg ingewikkeld. Ze willen graag voor zichzelf kunnen zorgen en voor hun dierbaren om zich heen. Ja, dat zal het. De manier van doen en de manier van denken die dominant is op dit moment, die maakt dat onmogelijk voor veel mensen. Voor heel veel mensen. Dit is een stukje dat mij persoonlijk ook wel aangaat en aan het hart ligt. Het is ook onderwijs. Ja. In mijn beleving is zeker sinds de jaren 20 van de vorige eeuw het onderwijs behoorlijk verminkt. En met name ook wiskunde, omdat wiskunde toch een deel van het denkvermogen activeert, waardoor beter met emoties omgegaan kunnen worden. Het traint je logische beredeneringsvermogen sowieso. Ja. En mijn conclusie is wel dat die verminking sinds die tijd, kijk, waren we als mensheid, we waren natuurlijk bijgelovig en we geloofden in allerlei verschillende dingen. En heus zal daar een deel ook wel een kern van waarheid in zitten. Want in mijn beleving komen die mythes en legendes en noem het maar op, zijn die niet zomaar uit de lucht gegrepen. Mijn beleving is wel dat een heleboel meer voorkomt vanuit een onderbewustzijn, een collectief onderbewustzijn dan fysiek meegemaakte dingen. Ja. Maar die verminking die aan is gebracht op die educatiemodellen. Sindsdien is er behoorlijk veel hysterie gekomen, zeg maar. Weet je wel, ook de natuurlijk is het aan de ene kant een explosie van creativiteit. Maar de rock'n'roll tijd en de flower power beweging, waar ontzettend veel positieve aspecten aan zaten. Maar vanuit een ander standpunt gezien ook hele negatieve impacten hadden. Omdat we gingen echt los, zeg maar. Ja. En ook die stimulatie om heel erg right brain te zijn. Is voor mij ook iets dat maakt mensen zo stuurbaar. En omdat ze compleet surfen op emoties
En dat is een complete realiteitsbeeld. Dus via die emoties zijn ze zo makkelijk in allerlei hoekjes te duwen. Terwijl als ze enigszins enigszins logisch na konden denken, zouden ze er niet in trappen. Exact. Dus het is in het belang van de machtselite dat mensen niet op die manier denken. Dus zullen ze proberen dat te voorkomen. En het onderwijssysteem zoals we dat kennen sinds de invoering van de leerplicht is een poging geweest om daar om controle te krijgen over de denkwijze van mensen. Ja, ja. En dat is natuurlijk een heel effectieve manier, hè, als je daar bij kinderen op jonge leeftijd al mee kan beginnen. Je ziet dat er op dit moment ook een tendens gaande is om bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang samen te voegen. Ja. En een totaal, zeg maar, van bovenaf gecontroleerd onderwijssysteem. Nou, zelfs gekoppeld aan de middelbare school ook, hè? Dat het echt zelfs gekoppeld aan de middelbare school ook. Dat je echt in één traject van je 2,5 tot je 18e zit, zeg maar. Exact, hè? Waarbij dus de totale controle over wat kinderen leren als zijnde waar. Ja. En daar gaat het uiteindelijk over. Dat je die behoudt. Hè? Dat je ze kunt programmeren tot het soort burger dat je wil hebben, dat jou dient. Hè? En het hele idee achter de leerplicht, eind 19e eeuw is die leerplicht ingevoerd. Ja, ja. Het gekke is dat men mensen heeft laten geloven dat dat een soort verworvenheid is. Hè? Ja, een soort, dat het iets moois is. Ja, daarom ook bijvoorbeeld, wanneer ik daar even op mag inhaken inderdaad. Leuk. Het woord plicht ook inderdaad. Weet je, er wordt vaak ook een beetje gemorreld met woorden. Want zeg maar, plicht is in ieder geval in mijn beleving iets dat vanuit jezelf voortkomt. Plichtbesef. En dat je onderdeel bent van iets groters en daardoor een soort plicht voelt om iets te gaan ondernemen, zeg maar. Maar plicht, zoals het nu wordt gehoord in ieder geval, heeft veel meer met dwang te maken, met iets dan van buiten af wordt opgelegd. Exact, dit is externe plicht. En wanneer het werkelijk een verworvenheid zou zijn, iets wat mensen graag zouden willen, zou die verplichting overbodig zijn. Ja. De leerplicht die is in alle landen, in alle westerse landen ongeveer tegelijkertijd ingevoerd. En dat is geen toeval. Ook dat is simpelweg het gevolg van het voortschrijdend inzicht van degene die de wereld besturen. Die hebben op een gegeven moment gedacht van, als we kinderen vanaf heel gaan jong... Dan is dat een goed idee. En daarom zie je dat het ook in alle landen ongeveer tegelijk is ingevoerd. En ook daaruit kun je dan weer opmaken die machtselite geen grenzen kent. Die kent letterlijk geen landsgrenzen. En die landsgrenzen die zijn er wel, maar die zijn er om ons een illusie van identiteit te geven. Ja. En ons een reden te geven om het met elkaar oneens te zijn. Ja. Om wat ik noem... het verdelen in heersprincipe. Ja, verdelen in heersprincipe. Wat eigenlijk niks anders is dan de illusie van wat ik noem horizontale concurrentie. Ja. Hè, concurrentie tussen het ene en het andere land of tussen de ene bevolkingsgroep en de andere bevolkingsgroep verdelen en heersen inderdaad, terwijl de enige werkelijke concurrentie die er bestaat is verticale concurrentie, ja, die van concurrentie tussen, ja precies, tussen die kleine machtselite die graag haar belangen veilig stelt en de rest van de mensheid. Ja inderdaad. Dus dat verdelen en heersen is volledig gebaseerd op illusies. Maar nou dwaal ik een beetje af van het onderwijs. Je ziet dat trends en tendensen en nieuwe regels die worden ingevoerd, dat geldt niet alleen voor het onderwijs, maar voor alles, dat altijd supranationaal is. Je ziet bijvoorbeeld dat de politieke trends in alle westerse landen op dit moment hetzelfde zijn. Ja. Ja. Overal moet bezuinigd worden. Overal worden sociale voorzieningen uitgekleed. Overal is er sprake van meer controle van de overheid en ook over een langere periode over het onderwijs. Ja. Het idee achter democratie en naar de stembus gaan wordt daarmee ook meteen onderuit gehaald. Want ja, we hebben in al die landen verschillende regeringen. En die zouden dan toch verschillende beslissingen moeten nemen. Ja. Maar overal gebeurt exact hetzelfde. Het wordt precies dezelfde dus agenda regie, door. Er zit een regie boven. En als je dat eenmaal weet, dan ga je ook de strategieën herkennen die de regie, zeg maar, over
nou, de hele mensheid zeg maar uitvoert. En dat is al heel lang het geval. Ja, precies, inderdaad. En nu helemaal met geld als incentive. Ja. Anthony Michels, die ik net al even noemde, inderdaad, die vertelt het ook inderdaad. En dan hebben we het even over het stukje rente bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. Dat is ook een hele grote crux binnen dit hele spelletje natuurlijk. Ja, is dat geld wordt per definitie door rijke mensen aan arme mensen uitgeleend. Want arme mensen hebben geen geld en rijke mensen hebben het wel. En precies. Door die rente die daar overheen komt, geldt eigenlijk altijd helemaal naar de top van de piramide toe vloeit. En ja, we zitten nu natuurlijk ook in een tijdperk dat die balans weer zo gigantisch scheef getrokken wordt, inderdaad. Dat die crisis eigenlijk onafwendbaar is. Ja. En dus ook het volgende inzicht en in ieder geval de vraag om dingen op een nieuwe manier te gaan invullen. Dus ja, als dat er eindelijk van gekomen is, dan zullen we dan in de komende jaren de gelegenheid krijgen om ons onderwijs... was je even weg? Ja, de verbinding viel even weg. Oké. Maar we zijn er weer. Gelukkig. Maar ik heb je verhaal nog wel kunnen volgen, want ik hoor op de achtergrond ook de radio-uitzending. Oké. Ja, dat scheelt. Ja. Gelukkig. Dan komt hij net erachteraan, inderdaad. Ja. Nee, maar je hebt gelijk, rente, geld. Nou, het hele geldsysteem is nooit ontworpen als... het hele geldsysteem zoals we dat nu hebben, bestaat ongeveer 100 jaar, hè, met de invoering van, je kent het verhaal van de Federal Reserve, de invoering van de centrale banken, en langzaamaan het omvormen van geld als ruilmiddel naar zeg maar machtsmiddel. Geld is op dit moment, als het gaat om aandacht voor mensen, dominant. Ja. En dat is ook altijd de bedoeling geweest dat het zodanig kan worden. En als jij de controle hebt over het geldsysteem, controle hebt over dat wat in de beleving van mensen het meest dominant is, dan heb je de controle over mensen. Ja. Dus geld is niet, is geen ruilsysteem. Geld is een managementtechnologie die ontworpen is simpelweg om meer controle en dus meer macht te krijgen over alle mensen op de wereld. En het is een heel succesvol systeem geweest. Om het succesvol te kunnen laten zijn, had men onze medewerking nodig. Dat geldt trouwens voor elke vorm van macht. Hè. Zonder de medewerking van de bevolking heb je geen macht over die bevolking. Ja. Je bent in een hele kleine meerderheid ten opzichte van de totale hoeveelheid mensen op de wereld. En wil jij die mensen dingen laten doen die je wil dat ze doen, dan zul je die medewerking moeten creëren op de een of andere manier. Ja. Je zult die mensen motief moeten geven om mee te werken. Ja. Nou ja, als je de geschiedenis van het geldsysteem bekijkt, dan zie je dat men ons eerst de voordelen heeft laten beleven. Het heeft een aantal decennia gezorgd voor een toenemende welvaart. Ja, de booms inderdaad. Ja, precies. En steeds maar weer toenemende welvaart. En we waren daar gezapig blij mee. We hebben in dat lokaas gebeten en nu we er volledig van afhankelijk zijn, gaat de fuik dicht. Ja. Nou is het dus de vraag van, willen we inzien dat we zeg maar belazerd zijn en willen we onze gehechtheid aan dat wat we dachten dat waarde had, namelijk geld, willen we die opgeven of en ook de willen we ook de gevolgen daarvan aanvaarden dat als we dat neerhalen, dan dat we het dan ook zelf moeten doen. Ja, exact. In die zin is een heel groot deel van de massa bevindt zich in dat zin, in dat zin nog in het puberstadium zelfs. Ja. De potentie is al wel aanwezig, maar de afleidingen zijn nog zo groot. Ja, dat is zo, hè, maar dat heeft weer te maken met het voorwaar aannemen van de zelfgecreëerde realiteit. Ja, precies. Dus de gedachte dat we geld nodig hebben, dat we het allemaal willen hebben en dat we de enige manier om het te vergaren is via concurrentie, door het proberen van anderen af te nemen. En iets wat er bijvoorbeeld in de media ook voortdurend wordt ingevreven. Hè? De concurrentie is iets goeds, winst is iets goeds. Terwijl als je het even heel nuchter beschouwt, zowel concurrentie als winst hele eenvoudige dingen zijn die volkomen
absurd zijn en irreëel zijn. Ja, precies. Ja, en ook uit onderzoeken blijkt ook dat het vooral coöperatie is dat mensen vooruit helpt en helemaal niet de concurrentie. Helemaal niet, nee. Absoluut. Coöperatie is wat dat betreft een veel vruchtbaardere manier om samen te werken dan concurrentie. En concurrentie is ook overbodig. Concurrentie is een onderdeel van het verdelen en heersen gedachte. Het is weer horizontale concurrentie tussen de een en de ander, waarvan men ons graag wil laten geloven dat die bestaat. Maar we worden op die manier tegen elkaar uitgespeeld, zodat de werkelijke concurrentie, de verticale concurrentie tussen de machtselite en de rest van de bevolking, de concurrentie tussen de beroepsgroep der menshouderij, zoals ik het noem, en de gehouden mensen, moet bevorderen. Daar gaat het over. Ja, precies. Precies zoals een varkenshouder, de branche der varkenshouderij, steeds slimmere strategieën verzint om zo optimaal mogelijk resultaat te halen uit het houden van varkens. Ja, ja. Is de beroepsgroep der menshouderij ook steeds slimmer geworden. De beroepsgroep der menshouderij. Exporteren van de mensheid. En dan natuurlijk ook het geweldige rookgordijn dat ze ertussen hebben. Zeg maar. We hadden het al even over verdelen en heersen inderdaad, maar ook het brood en spelen. Brood en spelen, de gigantische celebrity cultuur daar aan de gang is. De verheerlijking en glorificatie van voetballers en acteurs. Dat idee achterachter is natuurlijk ook een beetje van, luister eens, als je kunt in de aangeboden systemen, kun je succesvol zijn. En omarm ze en probeer binnen dat systeem ook te bereiken wat jouw idolen bereiken. Ja. En ik heb regelmatig wel gesprekken met mensen. En als ik dan aangeef van we hebben eigenlijk dat hele geldsysteem niet nodig, dan stuit ik vaak op weerstand. En als je dan wat doorvraagt, dan blijkt het motief erachter te zijn van men wil toch graag het idee hebben dat er ook voor hun de mogelijkheid bestaat om tot de elite te gaan behoren. Ja. Om rijk te worden. Everybody wants to be an alpha. Dat is wel een soort evolutiedrijfveer, heb ik soms het idee. Ja. Alleen dat gaat nooit lukken natuurlijk. Het gaat nooit gebeuren. Nee. Want daarvoor is het systeem niet ontworpen om zoveel mogelijk mensen toegang tot rijkdom te laten krijgen. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen uit te sluiten daarvan. Ja, precies. Het kader waarin deze competitie geplaatst wordt is ook het materiële kader. Dus het enige dat telt is materiële rijkdom. Zou het in een geestelijk kader geplaatst worden, of in een psychologisch, filosofisch kader, die competitie, dan zouden we wel eens hele interessante resultaten kunnen krijgen, die tot veel hogere mate van groei kunnen leiden. Ja, exact. Hè. Dus wat dat betreft, als je daar verandering in wil brengen, dan zul je op zijn minst, zal daarvoor nodig zijn dat mensen gaan nadenken van wat nou werkelijk de definitie is van waarde. Ja, Nietzsche zei het al zo mooi, hè? De herwaardering van alle waarden. Exact. Ik denk dat de tijd is aangebroken daarvoor. Nou, ik denk wel dat we nu in een spannende periode zitten in die zin. En niet alleen voor ons, maar ook voor die machtselite. Hè? Die zijn niet voor niks bezig om nou die hele digitale surveillance infrastructuur op te bouwen. Ja. Die begrijpen dat als ze dat niet doen, dat ze dadelijk de controle verliezen. En dus die zijn nu bezig met de voorbereidingen voor het zetten van een elektronisch digitaal hek om de mensheid heen. Zodat als ze straks de vlam in de pan slaat, dat ze die mensheid kunnen dwingen om toch te blijven gehoorzamen. Door ze simpelweg uit te sluiten van hun levensbehoeften als die straks volledig via technologie toegankelijk moeten worden. Ja. Maar nou, denk je niet dat hek te hacken valt? Er wordt me vaak gevraagd, wat is jouw visie over de nabije toekomst? Ik heb er wel een scenario voor in mijn hoofd. Ik denk dat er een wat ik noem een blitzcrisis zal komen. Dus dat wil zeggen dat er op een gegeven moment de systemen die nu via de media voortdurend als feilbaar worden neergezet, en met name de economische systemen,
Ja. Hè, daar wordt nu zeg maar al een soort voorwerk gedaan. Ja, het ECB bijvoorbeeld. Dat ja, dat we begrijpen van ja, die systemen zijn veilbaar. Dat die op een dag in de zeer nabije toekomst een keer in elkaar storten. Ja. Ja, dus dat er dan de Ruttens en de andere premiers en presidenten van Europa op hetzelfde moment op de televisie komen. Ja, ja, en, dat en is... zeggen van luister, het is nu in elkaar gedonderd. Wij verwachten van jullie even geduld. Wij doen er alles aan om het weer zeg maar gangbaar te maken, om het weer in orde te krijgen. Wij verlangen jullie medewerking. Nou ja, dan zul je van de ene dag op de andere niks meer uit de pinautomaat krijgen. En dan blijven de supermarkten dicht. Ja, na een weekje of zo krijgen mensen honger. Ja. En dan gaan ze eruit ingooien bij die supermarkt. En nou ja, dat wordt dan op de media gepresenteerd als sabotage. Hè. Mensen werken niet mee en het wordt een grote puinhoop. En, ja. Nou ja, en dan zal men met de oplossing komen. Ja, ja. Problem, reaction, solution. Exactly. Ja. En dan zal de oplossing zijn van ja, luister, we bevinden ons in een crisis, we verwachten van iedereen medewerking. Jullie vrijheden en rechten worden voorlopig even opgeschort, maar dat is nou eenmaal nodig. Om tot een oplossing te komen. Hè. Wij verwachten dat jullie daaraan meewerken. En nou ja, dat zal betekenen dat er een bereidheid zal ontstaan om dingen te accepteren die anders onacceptabel zouden ja. zijn. Ja. He, want mensen willen gewoon eten. Ja. Ja. He, als je niks te eten hebt, ja, dan pak je iedere mogelijkheid wel aan. Ja. He, en daarmee zal het oude geld meteen uitgefaseerd worden. Dat is niks meer waard. Je krijgt dan een elektronisch betalingssysteem. He, waarbij je dus ook mensen vanaf afstand kunt uitsluiten van het doen van aankopen. Of zelfs het soort aankopen. En dat gekoppeld aan het totale elektronische zeg maar, persoonsprofiel wat je hebt gemaakt, gedragsprofiel, ja. Dat zal betekenen dat je op individueel niveau mensen kunt aansturen op basis van hun gedrag. En daar gaat het toch uiteindelijk om, hè? Want nogmaals, macht is het vermogen om andere mensen te laten doen wat jij wil dat ze doen. Het gaat dus altijd over gedrag. Het gaat over hoe mensen zich gedragen. Ja. En met de moderne technologie zijn er veel verfijndere management technieken nodig voor dat gedrag. Dan met zeg maar het dominante management tool geld die er nu bestaat. Ja. Dus men wil het uitfaseren, men wil het verfijnen. Dus ik denk dat gaat gebeuren. En ik denk eerlijk gezegd dat de mensheid erin gaat trappen. Ja. In eerste instantie. Wel denk ik dat maar van korte duur zal zijn. Mm-hmm. Ja, ik denk dat wel heel snel overduidelijk zal zijn dat dit toch wel heel veel vrijheden inperkt ineens dan. Ja, ik denk dat het mensen gaat doen nadenken over wie zijn wij nou eigenlijk? Wat zijn we? En wat willen we nou werkelijk? Een collectieve identiteitscrisis kunnen veroorzaken, zeg maar. Ik denk dat exact goed gezegd is. Een collectieve identiteitscrisis. Ja, ja misschien wel dat ook gewoon nodig is. Nodig. Ja, inderdaad. Ja. 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 Een soort. Hoe heet die man nou, die Engelse? Jeff Stray die noemde het al dat we aansturen op een soort collectieve, bijna doodervaring. Ja. Het was heel mooi gezegd, maar daar wordt inderdaad op aangestuurd in de veronderstelling en de overtuiging dat we de redding gaan zoeken bij de leiders. Ja, we kunnen natuurlijk ook als Phoenix uit de as herrijzen. Dus dat we de oplossingen die aangedragen worden, dat we die zullen omarmen. Zoals we dat in het verleden keer op keer hebben gedaan overigens. Hè. Dus je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze die overtuiging dat ze die hebben. Nee, dat is dat. Nee, dat ja, klopt. Die kun je ze niet kwalijk nemen, nee. Ja, dus, maar goed, dat is iets wat we uiteindelijk zelf doen. Waar ik ook regelmatig tegenaan loop, is mensen die zeggen van ja, die machtselite, die moeten we achter slot en grendel zetten of van de wereld helpen. Ik denk dat heel weinig uit zal maken. Omdat de inrichting van de wereld nou eenmaal een afspiegeling is van ja, hoe wij collectief denken. Ja. Wat de gangbare gedachtegang is. En binnen die gangbare gedachtegang
is er een tweedeling tussen een bestuurlijke elite of tussen een gezag en de rest van de mensheid? Zolang wij niet anders gaan denken, zal die situatie niet veranderen. Hè, wanneer je nu, bij wijze van spreken, de 300 machtigste mensen van de wereld achter slot en grendel zet. Ja, dan binnen no time zijn die vacatures weer vervuld door andere, andere machtzoekers. Hè. Er zijn nou eenmaal meer mensen die macht zoeken dan die het werkelijk hebben. Ja. En dan kom je ook uit op de onvrijheid die binnen de die machtscultuur, binnen die elitecultuur heerst. Ja. Ze hebben geen keuze. Nee, omdat het in stand geworden, gewoon in stand gehouden wordt door het psychologisch collectief kader waar we nou eenmaal met z'n allen in zitten, inderdaad. Exact. Dus wanneer daar niets in verandert, inderdaad, ook in de uiterlijke weerspiegeling van die geestelijke wereld niet zal veranderen. Precies. Ze zijn daar simpelweg een symptoom van. Ja. Zonder die machtselite had de gangbare gedachte om de mensheid, de collectieve gedachtegang, nooit vorm kunnen krijgen. Nooit de vorm kunnen krijgen die het nu heeft. Dus ze hebben een functie verricht. Ik denk alleen dat die dat die op termijn... Het is tijd dat ze met pensioen gaan, zeg maar. Ja, dat is niet vol te houden, omdat die namelijk gebaseerd is op een misvatting, namelijk de misvatting dat het noodzakelijk is om je verantwoordelijkheid aan iemand te geven die zegt wat je moet doen. Ja. En denk je toch ook, wanneer je hier psychologisch naar kijkt, ook toch de angst hieraan ten grondslag legt. De angst om tekort te hebben eigenlijk. De angst om verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Nou ja, dat is het eigenlijk. De angst om verantwoordelijkheid te nemen. Hè. En, ik denk dat inderdaad aan de basis ligt. De angst, maar ook de overtuiging dat het niet mogelijk is. En daarom noem ik het ook collectieve onvolwassenheid. Hè. Want nogmaals, er is maar... één periode in een mensenleven, en ik denk ook maar één periode in het leven, in de cyclus van zeg maar het organisme dat we de mensheid noemen, waarin je geen volledige verantwoordelijkheid voor jezelf kunt dragen. Dat is wanneer je kind bent, wanneer je dus afhankelijk bent van een ander. En collectief bestaat die gedachte op dit moment. Dus vandaar dat het... Ja, hoe het organisme mensheid op dit moment denkt en doet, lijkt heel erg op hoe een individu in het leven staat als hij puber is, zeg maar. Ja. Hè? Aan de ene kant de behoefte om zich los te maken, aan de andere kant ook het nog niet kunnen nemen van volledige eigen verantwoordelijkheid. Ja, precies. Ja. Een collectieve puberaanval eigenlijk, we last van hebben. Ja. Semi-autonoom, om het maar precies, even, semi-autonoom, ja. Daar horen ook de nodige conflicten bij. Aan de andere kant hoort er ook bij de ouder die zeg maar zijn positie niet wil opgeven en zijn bijna volwassen kinderen toch nog wil laten doen wat hij zegt dat ze moeten doen. Ja, en je ziet dat bij individuen ook regelmatig terug. Hè? Dus dat ouders die positie niet willen opgeven. En dan is er maar één optie. En dat is namelijk dat kinderen gewoon zeggen van... Ja, luister eens, beste pa of ma. Leuk dat je het zegt, maar ik ga mijn eigen beslissingen nemen. Ja, ja. Het is wel het collectief papa-complex waar we met z'n allen aan eigenlijk wel. Ja, vooral nog een papa-complex ook nog. Ja. Daddy issues hebben we allemaal. Ja. En, precies. Denk je dat kijk, ik ben zelf wel van overtuigd dat ik ben een erg... mijn motto is echt zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. En dat de mensheid is ook een levend wezen op zich. En exact. Ik heb, het is één organisme. Mijn beleving zegt dat dit niet zeg maar de eerste incarnatie is van het organisme mensheid hier op aarde, zeg maar. Ja, dat zou je goed kunnen. Als je de cyclische aard bekijkt van alles dat is en alles dat leeft, dan kun je bijna niet anders dan denken dat er in ieder geval een goede mogelijkheid is dat we deze cyclus al een keer hebben doorlopen. Ja. Zij het op een ander niveau, want ook die cycli maken weer deel uit van grotere cycli die ook voortdurende evolutie met zich mee brengen. Ja, spiraaltjes in, spiraaltjes in, spiraaltjes. Zo is het, ja. Ja.
Nou, ik vind zelf vooral die synonimiteit tussen wat het collectief doet en wat je als individu doorloopt, al die verschillende stadia. En dat valt nog verder terug te trekken ook. Dat ook een gedachte in jezelf, die doorloopt ook die stadia. En waarschijnlijk zijn er nog wel kleinere vormen daarvan, dat de gedachte ook weer onderdeel is van bepaalde interactie tussen je brein en je geest, waardoor bepaalde delen van je brein oplichten, ook weer in een bepaald patroon, en dat het allemaal diezelfde curves heeft, zeg maar, van ontwikkeling. Absoluut, ja. En dat is zeker zo, hè. De dingen, de mechanismen die je kunt waarnemen in het individu, die neem je precies dezelfde wijze waar in het collectief. Ja. Zij het op een ander niveau en dus ook met een andere frequentie. Een mensenleven duurt eenmaal korter dan de levensduur van onze soort. Ja, ja. Wat logisch is, hè, naarmate iets groter wordt, wordt de frequentie laag. Ja, wij zijn de individuele cellen van onze soort lichaam. En ja, wij scheiden per dag ook miljoenen huidcellen af die dan afsterven. Ja. En zo komen en gaan de mensen hier ook als celletjes in het lichaam der mensheid. Ja, ik denk het wel. Dat zou in ieder geval wel heel, een heel, zeg maar, waarschijnlijke... dat zou heel waarschijnlijk zijn. Ik vind het ook wel poëtisch. Op de een of andere manier. Ik vind het prachtig. Nou ja, dat is ook zoiets. Ik krijg regelmatig wel van mensen van de opmerking van, ben je toch negatief? Ik vind het... Integendeel, Pieter. Zeg, helemaal niet negatief. Nee, zo ervaar ik je helemaal niet zelf. Nee. Nou goed, het grappige is dat bij mensen die een beetje op dezelfde golflengte zitten, zoals jullie, ik die opmerking nooit krijg. Maar het is helemaal niet negatief bedoeld. Ik vind het ongelooflijk fascinerend en prachtig hoe het werkt. Ik zit hier met een grijns achter de microfoon, hoor. Dus, Het is echt wel een prachtige perfectie hoe die mechanismen allemaal werken. Ik vind het ook daarom ook zo leuk om ernaar te kijken. Het fascineert me. Ja, Peter en ik geven ook af en toe nog wel eens een presentatie over vooral de wiskundige aard van onze werkelijkheid. En hoe ook alles geregeerd wordt door intervallen en ratio's en verhoudingen tot elkaar. En ook uit het gesprek van vandaag kom ik ook alweer inderdaad dat we continu... Eigenlijk, de Maya's noemden het de dagen en de nachten. Ik noem het eigenlijk de stadia van resonantie en dissonantie. We spelen af en toe even heel harmonieus als een heel goed getraind orkest met elkaar. En we hebben momenten dat we in totale valsheid en cacophonie vervallen. Om vervolgens onszelf weer te hervinden en een nog mooier muziekstuk dan daarvoor te gaan maken, zeg maar. Ja, dat is het eigenlijk ook, hè. Ik bedoel, die dissonie en die valsheid... Die is het gevolg van het verschil. Nou ja, dan kom ik daar weer op uit. Het verschil tussen wat wij denken dat realiteit is de aard van het universum. Willen wij een beetje harmoniëren met het universum, met dat wat is en dat is zoals het is. Wat ik waarheid noem, maar je kunt het allerlei andere dingen noemen. Wil je daar een beetje mee harmoniëren, dan zul je daar jouw gedachten over de realiteit aan moeten aanpassen. En dan harmonieert dat. Anders dissoneert het. Ja. En ja, ik heb in mijn optiek is de collectieve beleving van de mensheid op dit moment volkomen dissonant. Ja, zo ervaar ik hem ook. Ja. Wat ik ook heel bijzonder vind is dat vooral in de popmuziek, wat zeg maar de top 40 bereikt, is de laatste 10 jaar ook een enorme trend. Is dat zeg maar 80% van de muziek die in die lijst staat, is allemaal in mineurstemming in plaats van majeurstemming. Ja. En dat zijn ook van die dingen. Teksten ook, als je het vergelijkt met... Nou ben ik niet een enorme 60s, 70s muziekfan, maar ik vind de teksten en de ideeën die toen verkondigd werden via het medium muziek, die hadden een bepaalde betekenis die nu gewoon compleet ontbreekt. En als die al de kop opsteekt bij een artiest of bij een groep, dan worden die meteen ingelijfd door de industrie en moeten ze hele slappe aftreksels van wat ze daarvoor konden produceren. Ja, dat is
zo, hè, dat soort uitingen die reflecteren wel heel goed wat de gangbare mentaliteit is op een bepaald moment in de geschiedenis. Ja, ja, Robin Williams die noemde dat in een van zijn comedy shows, noemde die van ja, we hebben eigenlijk met z'n allen een soort pil ingeslikt en die pil heet fuck it all. Weet je wel? Ja, dat is, als dat de gangbare zeg maar instelling is, dan zal dat inderdaad gereflecteerd worden door de uitingen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, absoluut. Tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi dat ook steeds meer, ook wat met bekendere mensen, een tijdje tussen terug, Russell Brand. Nou kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is in dienst van. Dat kan soms ook het geval zijn, ja. Ja, men is wel heel goed in het monitoren van wat er leeft onder de bevolking. Precies. Overigens, een van de geweldige gereedschappen die ze daarvoor in leven hebben geroepen is internet. Ja, precies. Internet is een beetje heeft een beetje de plek ingenomen van de biechtstoel in de tijd van. Ja. De macht van de kerk. Hè? Want ja, je kunt heel goed in de gaten houden wat er werkelijk leeft onder mensen. In de collectieve psyche. In de collectieve psyche. Dus je kunt dat heel goed monitoren. In die zin denk ik dat het vooral ook voor de elite ontworpen is als een. Ja, een prachtig middel om een vinger aan de pols te houden, een soort thermometer. Ja, ook gewoon, ze kunnen gedragspatronen van je in kaart brengen waar je zelf niet eens bewust van bent. Niet alleen op individueel niveau ook, maar ook, gewoon wat er speelt. En daar wordt dan op ingespeeld. Hè. Er bestaat dan een bepaalde zeg maar gedachtentrend die ontstaat. Hè. Een bepaalde, subcultuurtjes die ontstaan. Op een gegeven moment krijgen ze in de gaten van, dit houdt de mensheid bezig. Nou, dan weten ze wat ze moeten doen om dat tegenover te stellen. Ja. Dan bijvoorbeeld dan wordt er een bandje gelanceerd dat kritische teksten over de elite de wereld instuurt. En dat wordt dan top 40 ingeslingerd. Uiteindelijk is dan toch de boodschap. Je bent afhankelijk. Ja, inderdaad. De oproep is dan. Ook in de je bent machteloos. Of de oproep is om te gaan protesteren. Nou ja, om eerlijk te zijn, als ik deel uit zou maken van de machtselite, dan zou ik nergens blijer mee zijn dan met protest. Ja. Want protest betekent dat de overtuiging bestaat dat we afhankelijk zijn van degene tegen wie we protesteren. We zeggen we zijn afhankelijk van je. Je doet het verkeerd, je moet het anders doen. Ja. Protest is eerder een bevestiging van de hiërarchische verhouding dan een bedreiging ervan. Ja. Ja, gewoon niet meer meedoen, dat is de... Terwijl het absoluut overbodig is om waar dan ook tegen te protesteren. We moeten het gewoon anders gaan doen, anders gaan denken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor... De hele schuldproblematiek die er nu bestaat. We denken allemaal dat we afhankelijk zijn van de financiers en dat we daar schuld aan hebben en dat we dus nog jaren moeten werken om die schuld af te lossen. Ja. Totdat we beseffen... Dat het allemaal virtueel is. Dat het inderdaad nepschuld is. Hè? Ja. Op het moment dat we dat beseffen, dan zullen we die schuld niet meer erkennen en dan bestaat die dus ook niet meer. Ja, het is zo simpel als wat. Ja, heel grappig ook. Ik was vanmiddag nog even aan het sporten met mijn trainingsmaatje en toen ging het even over eigenlijk de nieuwe vormen van geld, zoals de bitcoin bijvoorbeeld, die gigantisch aan het stijgen is. Ja. En toen hadden we het over, misschien wat investeren daarin. Toen zei hij ook van, het is wel virtueel. Ik zeg van, ik hoop, ons geld nu is toch ook virtueel? Precies. Ja. Maar zolang, kijk, ik heb dat natuurlijk ook een beetje gevolgd op de achtergrond van het gebeuren met Bitcoin en de waardering daarvan die enorm gestegen is de afgelopen tijd. Maar achter Bitcoin zit natuurlijk nog steeds dezelfde gedachte. Ja. Namelijk de gedachte dat je jezelf kunt bevoordelen. Ja. En met een ruilmiddel. En mij lijkt dat als we daar werkelijk iets in willen veranderen, dat we op een meer essentiële, op een essentieel niveau anders moeten gaan denken over wat waarde is. Ja. En hoe we die waarden onderling elkaar beschikbaar willen stellen en hoe we dat uit willen ruilen. Ja. En hoe we die kunnen toetsen ook natuurlijk. Ja, precies. Daarvoor moet je een aantal fundamentele andere beslissingen nemen en op een fundamenteel andere manier gaan denken over wat het nou is. Wat we willen, waar we toegang toe willen hebben via een ruilmiddel.
Ja, inderdaad. Hey, Pieter, het is, we hebben nog zo'n 10 minuutjes te gaan. En er wordt hier in de chat al gekscherend geroepen van volgende week deel 2. Oké. Nou, wat mij betreft wel hoor. Ik denk dat we... Ja, nou, ik kan nog uren doorhouden. Ja, wij ook. Ja, dat is ook grappig inderdaad. Want ik sprak vandaag Jeroen Arends even en die zou de week na jou komen. Alleen, die had al wat verplichtingen op 5 december inderdaad. Dus we hebben nog wel een gaatje te vullen de aankomende week. Ja. Op 5 december wordt het lastig, want dan gaan we hier de kinderen Sinterklaas vieren. Oké. Dus daar ga ik me even niet aan onttrekken. Ja, nee, dat snap ik. Maar weet je, het is het boeit me altijd wel om met mensen te kunnen praten die een beetje, of heel veel in jullie geval, inzien hoe de wereld in elkaar steekt. Nou ja, we doen ons best, Pieter. En dank je wel trouwens. En, wat ons betreft doen we hem dan de week erop weer. Ik denk ook, want we hebben het nu heel erg over de maatschappelijke tendensen gehad. Hè, over wat er in het collectief allemaal zich afspeelt. En, je zei in het begin van de uitzending al dat je ook coach bent. En, ik wil het ook wel. Ik zou graag nog een keertje hierop doorgaan, maar dan meer op het individuele, zeg maar. Want dat vind ik ook leuk en dat boeit me ook eerlijk gezegd nog veel meer dan het collectieve. Ja, nee, ik denk dat dit dan daar een mooie inleiding toe was en dat we dan, laten we dan zeggen over 2 weken het individuele stuk aan kunnen pakken. Oké, dat lijkt me heel erg leuk om te doen. Nou, geweldig. Dan is dat bij deze afgesproken. En dan kunnen we wellicht ook gewoon de luisteraars op individueel gebied dingen een beetje aanreiken of ideeën activeren. Dat lijkt me een heel goed idee. In de dagelijkse praktijk, ook in mijn werk, kom ik regelmatig natuurlijk problemen tegen. Mensen die persoonlijke problemen hebben. Ook daarin zie je een patroon. Zie je dat daar vaak ook simpelweg vrij eenvoudige misvattingen aan ten grondslag liggen. Die over het algemeen niet gecompliceerd zijn. Nou, dan zijn we weer bij waar we mee begonnen, namelijk de wereld is niet zo heel gecompliceerd. Ja, ja. Nou, ze zijn in de chat heel enthousiast. Ze horen je heel graag weer. Dus, Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ja, wij ook. Ik zei het al, ik ben heel blij met wat je allemaal vandaag gedeeld hebt. En inderdaad, het is een beetje koor op onze molen ook wel, maar toch ook wel weer... Je hebt ook mijn horizon weer een stukje breder gemaakt. Dus dank je wel daarvoor. Ja, heel graag gedaan. En zou zeggen, laten we dat inderdaad over een week of twee, gewoon over 2 weken, punt. Dus dat zou dan 12 december, komt jou dat uit, Pieter? Ik zet het in mijn agenda. Oké, top. Nou, dan staat hij daar. Dan voor de luisteraars ook, 12 december, donderdag, vanaf 9 uur zijn we hier weer met Pieter Stuurman. En dan gaan we meer op het individuele vlak. We hebben nu inderdaad vooral vanuit het collectief naar individueel gekeken. En misschien is het inderdaad interessant om dat eens om te draaien, inderdaad. Ja. Ik denk het wel. Ja, ik natuurlijk. Je moet het van alle kanten belichten. Nou, dat wordt een leuke uitzending, denk ik. Ja. Nou, ze zijn er blij mee, Pieter. Dus, super. Nou, ik wil je sowieso hartstikke bedanken voor het gesprek van vanavond. En dat je de tijd genomen hebt. Dat het gelukt is met Skype ook, want het had... Ik ben niet zo'n held met de digitale wereld, zoals je inmiddels begrepen zult hebben. Nou, dat zul je van je blogs niet afzien. Nee. En ook van, het is vanavond met Skype inderdaad ook gelukt, hoor. Dus het is ook gelukt, valt behoorlijk mee, Pieter. Nou, fijn. Okay. Nou, dank jullie wel dat jullie naar me hebben willen luisteren. Ja, natuurlijk. En ik vind het leuk om het nog een keer voor te zetten. En Pieter, tussendoor, zou je er, ik weet niet zeker, voor mij heb ik het je al een keer gevraagd, maar zou je een keertje ook op een van onze toekomstige, want we gaan evenementen organiseren die meer op jongeren gericht zijn, ook een keer een praatje willen komen doen? Ja. Nou, te gek. Als we vooraf een beetje afspreken waar het dan over moet gaan. Ik vind het altijd een klein beetje moeilijk om dat te kaderen. Tuurlijk. Omdat alles wat je eruit laat, in principe datgene wat ik zou willen zeggen tekort doen.
doet. Maar ja, je kunt niet alles, nou dat merken we vanavond wel, hè. Je kunt niet alles in een kort tijdsbestek vertellen wat je zou willen vertellen. Nee. Dus als je daar vooraf een afspraak over maakt, dan, ja, dan kun je het tot een onderwerp maken. Ja, zeg maar. Ja, precies. En dat kunnen we dan waarschijnlijk ook wel uit het thema van de avond of van de dag destilleren, inderdaad. Ja, ja, die aansluiting vinden we wel. Nee, dat lijkt me gezellig. Super. Nou, dankjewel Pieter. Ik wens jou en natuurlijk de luisteraars van zometeen ook alvast nog een hele fijne avond. En tot over 2 weken en heel veel plezier met Sinterklaas in ieder geval. Ja. dank je. Dankjewel. Tot, nou, heel graag gedaan. Weken. En jullie ook bedankt. Ja. En tot over 2 weken dan. Ja, die staat 12 december. Oké. Okay. Goed. Goed zo. Dank je. Tot dag dan. Pieter. Dag Pieter. Goed. Doeg. Doeg. Dit is Frontier Radio. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. Welkom bij Frontier Radio op donderdag 12 december 2013. Mijn naam is Robert. Peter zit tegenover me en tussen ons in, jawel, niemand minder dan Pieter Stuurman. Hij is helemaal vanuit Eindhoven hier naartoe komen rijden. En dat waarderen we enorm, want dat maakt het gesprek waarschijnlijk een stuk leuker en dynamischer. We hebben vorige week, of 2 weken terug, een hele mooie uitzending gehad over een beetje de maatschappij en het collectief en hoe die omgaat met bepaalde problematiek en uitdagingen. En een stukje dialectiek is zelfs ter sprake gekomen daarin. En ik vond het zelf een heel bijzondere uitzending. Hoe vond jij het, Peet? Ja, ik vond het ook te gek. En ik denk onze luisteraars ook inderdaad. Het was muistil op de chat. Inderdaad, ja, dus iedereen was heel aandachtig aan het luisteren. Heel mooi. Ja, en een hoop positieve reacties. Vooral aan het einde van de chat. Ook van meer, we willen nog een keer. Dus zijn we er maar overheen gekomen dat we nog een ronde zouden doen. Ja. Nou, Pieter, jij was er zelf natuurlijk ook bij via Skype. Hoe vond jij het gaan? Een beetje onwennig voor mij in het begin. Gaandeweg kreeg ik er wat meer. Liep het wat vloeiender, vond ik. En ik vond het erg leuk om te doen. Ik heb ook veel leuke reacties op gehad achteraf. Oké, mooi zo, leuk. Dus leuk om het nog een keer te mogen doen. Nou, fijn om te horen. Wat ik net al zei, we hadden het over het collectief vorige keer. En de patronen en de gedragingen die zich daarin manifesteren. En ik heb net niet voor niks een stukje Mad as Hell gedraaid. Het bestaat al een tijdje. Ik geloof dat het een scène is uit de film Network. Weet ik zo even niet uit mijn hoofd, maar in ieder geval jaren 70, ik geloof 1976 zelfs. Zoiets, ja. En wat wij nu ervaren zo tijdens deze crisis als collectief, en ik denk dus ook op individueel niveau, is een bepaalde mate van frustratie, denk ik, met hoe het allemaal loopt. Zeker de mensen die aan het ontwaken zijn daarin. Ja, dat denk ik ook. We beginnen er langzaamaan achter te komen dat de manier waarop we dingen doen en de manier waarop we over dingen denken, twee dingen zijn overigens heel erg aan elkaar verbonden, dat het niet meer werkt, dat het ons niet meer dient. Ja, ja, inderdaad. En,
er ontstaat daardoor niet alleen een maatschappelijke en financiële economische crisis, maar er ontstaat ook een soort mentaliteitscrisis. Ja, dat kan je wel stellen. Ja, een inzicht dat, ja, dat we niet verder kunnen op dezelfde manier zoals we dat altijd gewend geweest zijn. En een crisis, de mooiste definitie van crisis die ik ken is, crisis is een situatie waarin bestaande overtuigingen niet meer voldoen. Ja, heel mooi, dat is heel kort en krachtig, ja. Maar dat is de definitie van crisis. Nou ja, en je ziet dan ook dat de crisis eigenlijk altijd volgens eenzelfde patroon verloopt. In eerste instantie ontstaan er dingen die wij als probleem ervaren. En mensen willen die oplossen, willen weer terug naar de situatie zoals die voor het probleem was. En nou ja, omdat de crisis een gevolg is van inderdaad niet meer goed functionerende, zeg maar, overtuigingen, kan dat niet. Ja. Het openbaart als het ware de misvattingen die collectief als waarheid zijn aangenomen. En je ziet dan dat in eerste instantie mensen weer terug willen. Je ziet het ook in de financiële crisis, hè, want we moeten weer terug naar de situatie daarvoor. Ja. Ja. En uiteindelijk kom je dan in een dal terecht en dan rest er geen andere mogelijkheid meer dan inderdaad nieuwe overtuigingen vinden, nieuwe gedachten, nieuwe manier van kijken naar dingen, nieuwe manier van doen die daaruit volgt. Ja. En dat is dus ook meteen de waarde van crisis, hè. Je zet daarmee de misvattingen en de vergissingen die lang een rol gespeeld hebben, die zet je krijgt dan de gelegenheid om die recht te zetten. Ja, ja, en zonder crisis is daar simpelweg geen aanleiding voor. Als alles goed lijkt te gaan, waarom zou je dan anders gaan denken? Ja, precies, inderdaad. Dus eigenlijk, het is een soort, ja, er komt een soort noodzaak en vervolgens dus transformatie, zeg maar. Want het gaat niet op de oude manier, het gaat op deze manier ook niet. Dus wat nieuws. Ja, dus zonder crisis is transformatie feitelijk onmogelijk. Ja, hè? Ja. Want het is de enige situatie waarin je erachter komt dat jouw gedachten niet meer voldoen. Ja, ja. Ja, we zijn natuurlijk wel echt een beetje gewoontedieren, hè? Mensen inderdaad, van nature. Dus eigenlijk hebben we toch wel steeds stimulans nodig om ons te blijven doorontwikkelen. Nou ja, dat geldt eigenlijk voor alles dat bestaat. Hè? Gewoontes zijn dingen die bestaan. En dingen die bestaan, die willen blijven bestaan. Dat is zelfs een natuurkundige wet. Wil je daar iets aan veranderen, dan zul je daar een energie aan moeten toevoegen. Je moet er iets aan toevoegen. Ja. Je moet er kracht bij zetten. Er moet in ieder geval iets gebeuren waardoor die verandering tot stand komt. Vanzelf gaat het niet. Ja, nee, ja, inderdaad. En ja, er zijn natuurlijk behoorlijk wat dingen in gang natuurlijk. En ja, massa is traag, gaat hier natuurlijk eigenlijk ook weer een beetje op. Dus ja, we zitten in een soort van molen die echt in volle gang een bepaalde kant op dendert. En ik denk ook dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze daar toch wel een beetje in opgesloten zitten. Of door meegesleurd worden, niet weten waar het naartoe gaat. Ja. Dus, nou ja, in deze fases van crisis is dat ook heel gebruikelijk. Je ziet dat in een collectieve crisis zoals nou. Maar je ziet het ook in persoonlijke crisis. Ja. Als iemand in een persoonlijke crisis terechtkomt, dan werkt het mechanisme op exact dezelfde manier. Ja, ja, zo binnen, zo buiten. Wij ja, en overigens geldt dat voor alle mechanismen die je kunt waarnemen binnen het collectief, binnen de mensheid, binnen de samenleving. Al die mechanismen die je daar kunt zien, die werken in het individu exact op dezelfde manier. Ja. Dus als je die mechanismen wil kennen, wil leren kennen, dan kun je, naar de buitenwereld kijken en ze waarnemen. Ja. En ze toetsen aan jezelf of aan de mensen om je heen. Ja. Je zult dan zien dat ze exact op dezelfde manier werken, wat natuurlijk ook logisch is. Ja. Als die mechanismen op het individu zo werken, dan werken ze ook op het collectief zo, omdat het collectief simpelweg uit een niks anders bestaat. Is van al die individuen bij elkaar. Ja. Ja, er is niks anders maar, waar het collectief uit bestaat. Peter, die zegt net, die had het over die trage massa. Denk jij dat, ondanks dat die massa traag is, dat het individu daarin wel heel snel zou kunnen handelen? Wat bedoel je met handelen? Nou, kijk, wanneer zeg maar, de trein der mensheid door de remmen gaat en op het stootblok afstormt, dan zullen er enkele zijn die in staat zullen zijn van die trein te springen en het te overleven, zeg maar. Misschien. Denk je dat
Nou, dat is dus eigenlijk de vraag. Als die massa zo traag is, ja. Kan een individu... natuurlijk, hij kan zichzelf daardoor laten belemmeren. Ja. Maar denk je dat het objectief mogelijk is? Of is het individu altijd vrij om te gaan en staan waar het maar wil, binnen die massa, ook al is die nog zo traag, zolang diegene daar maar genoeg gevoel van eigenwaarde heeft, denk ik, om dat te kunnen doen? Het ligt een beetje aan hoe je die massa bekijkt. Hè. Je noemt het massa, ik noem het liever het collectief. Massa heeft inderdaad wel een heel erg looiige, zeg maar... Dat is waar. Bijklank. Mooie verfijning, ja. Zoals ik net al zei, het collectief bestaat nergens anders uit dan uit individuen. Hè. Dus de enige die voor verandering kunnen zorgen, ja, dat zijn individuen. Omdat ja. die massa... dat collectief bestaat nergens anders uit. Wel is het zo dat als je het hebt over mensen, dan heb je eigenlijk twee grootheden. Je hebt het individu en je hebt het collectief. Ja. En het collectief werkt net als het individu, als een organisme. Ja. Het is één organisme, één geheel. Het is de mensheid, enkelvoud. En alle individuen maken daar deel van uit. Dat betekent dat dat collectief van invloed is, ook op het individu. Ja. Precies zoals je lichaam bestaat uit cellen. Die cellen alleen maar kunnen bestaan omdat het lichaam er is en andersom. Ja. Dus je kunt je niet afsplitsen van het collectief. Je blijft in een soort symbiose daarmee. Precies, je kunt je nooit afsplitsen van de mensheid. Je maakt er simpelweg deel van uit. Dus van de trein afspringen is denk ik geen goed idee. Verandering is noodzakelijk en zal er ook komen. Er is geen enkele crisis die niet tot verandering leidt. Dus deze gaat ook tot verandering leiden. Ja. De vraag is dan alleen hoe. Als oude overtuigingen niet meer voldoen, dan moeten er dus nieuwe komen. En ik merk ook op dat de laatste jaren er steeds meer honger ontstaat onder mensen. Voor nieuwe input, voor een nieuwe kijk op dingen. De vraag om geïnspireerd, de openheid om geïnspireerd te worden door nieuwe manieren van denken. Die oude overtuigingen die zullen naar de achtergrond verdwijnen, zullen niet over in de plaats komen. Ja. De vraag is alleen welke. Ja, en waar zijn die op gebaseerd? En waar zijn ze op gebaseerd? Ja. Zullen mensen door schade en schande wijs geworden kiezen om hun overtuigingen meer voor zichzelf de overtuigingen te kiezen die zichzelf dienen? Mm-hmm. Of zullen ze voor het gemak weer aangedragen overtuigingen van anderen aannemen? Van anderen aanpakken, Misschien onder invloed van een nog veel diepere crisis waarbij het bestaan zelfs in gevaar komt. Ja. Ik heb sterk de indruk dat het ook de hele bedoeling van de crisis is om een zodanige situatie te creëren dat mensen het gevoel hebben dat ze geen keuze meer hebben dan de aangeboden oplossing. Ja, inderdaad. Hapklare brokken. En ik hoop eerlijk gezegd dat mensen in de gaten krijgen dat het absoluut overbodig is. Zie jij het hoopvol in? Ben jij optimistisch? Dat is een goede vraag. Dat is iets waar ik ook wel vaak over nadenk. Om eerlijk te zijn, op heel korte termijn niet. Wat ik net benoemde, dat er een crisis wordt geregisseerd waar mensen letterlijk hun bestaan in het gedrang zien komen. Ja. Noem maar wat. Op een dag dat ineens gezegd wordt, het financiële systeem is in elkaar gestort. Ja. De supermarkten gaan niet open. Ja, na een week krijg je toch wel trek. Ja. En de kinderen moeten gevoed. En dan raken mensen in paniek en dan zullen ze elke oplossing omarmen. Ik denk eerlijk gezegd dat het meest waarschijnlijke scenario zal zijn voor de korte termijn. Wel denk ik dat het onmogelijk is om het op lange termijn vol te houden. Juist, dat gaan we niet gewoon simpelweg niet in de aard van mensen, niet in de aard van alle dingen op aarde en in het universum om voort te bestaan in onwaarheid. Ja, wanneer een slaaf zich bewust wordt van het feit dat hij slaaf is, zal het niet lang duren voordat hij in opstand komt. Het mooie zou zijn als het nog één stapje verder gaat, dat hij beseft dat hij ook niet in opstand hoeft te komen. Wat zou hij dan moeten doen?
een uitspraak van mij die ik wel heel vaak gebruik is deze. Onvrijheid is niets meer dan onvoldoende besef van vrijheid. En ik zie dan veel mensen een beetje naar het plafond kijken, zoals jij dat nou ook doet. Ja, ik zit echt even, ik moet echt even graven. Ja. maar strikt genomen is het wel waar. Onvrijheid is niets meer dan onvoldoende besef van vrijheid. Ja. Het is onze overtuiging dat wij moeten gehoorzamen aan de bestuurlijke elite, die ervoor zorgt dat we het doen. Ja. En het doen, het gehoorzamen, bezorgt die bestuurlijke elite haar macht. Ja. Als wij voldoende besef hadden dat dat niet noodzakelijk zou zijn, dan zouden we het niet doen en dan zou er ook geen bestuurlijke elite zijn waaraan we zouden moeten gehoorzamen. Ja, precies. Dus dan heeft het gewoon te maken met het kiezen om gewoon niet mee te werken. Dat is een mooie uitspraak, vind ik ook. They do not control us, we empower them. Ja. En dat is werkelijk zo. En dus collectief gezien begrijpen mensen dit. En je zegt van de enige reden waarom de machthebbers macht hebben, is omdat wij gehoorzamen machthebbers. Ja. Dat geeft ze hun macht. Als ik morgen een bordje op mijn borst spelt en staat op Pieter Stuurman, machthebber, dan lacht iedereen me uit. Hè? Dan is er geen enkele reden om aan mij te gehoorzamen. Pas als mensen het wel gaan doen, krijg ik macht. Ja. En die macht kan ik dan gebruiken om degene die aan mij gehoorzamen, de dwang te laten uitoefenen ten opzichte van de rest, zodat die ook gedwongen wordt met haar. Dus onvrijheid is niets anders dan onvoldoende besef, collectief gezien zeker, van vrijheid, maar ook individueel. Ik snap dan de context. En wanneer je van je daadwerkelijke fysieke vrijheid beroofd wordt. Ja. Bijvoorbeeld opgesloten wordt. Juist. Ja? Helemaal als je niks gedaan hebt, zeg maar. Ja. En dat gebeurt in Nederland. Het is pas nog gemeld ook. Over de 10.000 mensen zijn geloof ik onschuldig vast. Ja. Voor die mensen is zo'n uitspraak vrij leeg, denk ik. Dan komen we eigenlijk terug op waar we net waren. Je kunt je als individu niet onttrekken. Nee. Aan het collectief, aan de mensheid die wij nou eenmaal zijn. Ja. Dus dat betekent dat de misvattingen, vergissingen die in dat collectief leven, de gangbare mentaliteit en gangbare gedachtegang ook op jou van invloed is. Ja. Het is dus een factor om rekening mee te houden. Ja. We hebben het nou feitelijk over vrijheid. En vrijheid betekent automatisch verantwoordelijkheid. Ja, zeker weten. In vrijheid kun je zelf je beslissingen nemen. Je kunt zelf je gedachten bepalen. Je kunt zelf kiezen wat je gaat doen. Ja. Maar dat betekent dus ook dat je zelf en verder niemand anders verantwoordelijk is voor de gevolgen daarvan. Klopt. Verantwoordelijkheid hoort daar dus bij. Ja. Binnen een samenleving, binnen een mensheid, binnen een collectief waarin het gevaarlijk is om dingen te doen waarmee je jezelf kunt beschadigen, omdat ze zodanig tegen dat collectieve tegen de collectieve mentaliteit ingaan dat anderen je verbieden, dat anderen fysiek geweld zullen gebruiken of je zullen opsluiten als je dat doet, getuigt het niet van het nemen van gezonde verantwoordelijkheid voor jezelf. Nee, om dat, zeg maar, ruksigloos te gaan doen. Nee, inderdaad. Je moet gewoon met verantwoordelijkheid komt als eerste voor jezelf zorgen. Ja, zeker weten. En dat betekent dus dat rebellie in mijn optiek niet de juiste weg is. Rebellie is bovendien ook nog eens keer reactief en het is dus afhankelijk van de onderdrukker. De rebel kan alleen bestaan als een onderdrukker bestaat. Ja. De enige manier om je los te maken van degene die macht over je wil hebben, is hem zo min mogelijk te gehoorzamen. Ja. Want gehoorzaamheid is het enige dat macht voedt. Ja, inderdaad. Ja. En dat geldt collectief, het geldt individueel. Ja. Nee, daar sluit ik me persoonlijk helemaal bij aan, Pieter.
had het er net al even over dat ik zelf heel moeilijk vind om steun te geven aan. Dat was voor de uitzending trouwens, daar waren de luisteraars nog niet bij. Om mij steun te geven aan een systeem dat ons aan één kant eigenlijk een beetje aan het handje vasthoudt. Maar tegelijkertijd hele grote keien over de schutting naar de buren gooit, zeg maar. En niet echt rekening houdt met waar ze daar terechtkomen. Ja. En die keuze daartoe heeft heel veel pijn en moeite gekost. Ik heb vroeger was ik ook iemand die echt best wel met de stroom meeging. Ik luisterde naar autoriteit. Ik erkende dat. Al dan niet ten onrechte. Want soms is autoriteit ook daar geplaatst. Weet je wel. Als iemand op een bepaald vlak deskundig is en ik niet, dan heeft hij op dat gebied autoriteit. Ja, ja, het woord autoriteit kun je op twee manieren uitleggen. Ja, nou, je kunt het uitleggen als iemand die gewicht in de schaal legt, die verstand heeft van iets, die juist goed is in zijn merite, deskundig is, en autoriteit die gepaard gaat met dwang. Juist. En dat zijn twee totaal verschillende zeg maar, definities van autoriteit. Maar dat ervaar ik ook meer als dominantie. Dat is ook bedoeld om te domineren. Dat soort autoriteit is ook bedoeld om te domineren. Overigens is die laatste vorm van autoriteit helemaal over het algemeen niet gestoeld op deskundigheid in een bepaalde merite. Maar alleen op hiërarchische positie verwerving. Ja, precies. Je ziet dan ook dat degene die hiërarchische posities verwerven in het collectief, of het algemeen nauwelijks deskundigheid hebben. Juist, behalve dan handigheid in het verwerven van die positie. Ja, en misschien een dominante persoonlijkheid inderdaad. Op de een of andere manier hebben zij de overtuiging dat het voor hun noodzakelijk is om anderen te domineren, zodat zij prettig kunnen leven. Ja. Het is een externalisering van verantwoordelijkheid. Wat ik daarmee bedoel is, zij zijn ervan overtuigd dat niet zij zelf, maar het gedrag van andere mensen bepalend is voor het succes van hun leven. Ja, en vinden daarin het motief om het gedrag van die anderen dus te beïnvloeden. Ja, te sturen en te domineren. Zodat hun leven een succes kan worden. Ja. Het is een externalisering van beleving. Ja, ja. Het betekent ook dat degene die mentaliteit hebben, ervan overtuigd zijn dat niet zij, maar anderen dus verantwoordelijk zijn van de kwaliteit, voor de kwaliteit van hun leven. Mm-hmm. En het betekent dus, en je ziet dat ook voortdurend en overal terug, dat ze vinden dat ze er niet zelf voor verantwoordelijk zijn. Nee. Je ziet dan ook dat bestuurders en machthebbers een heel slecht ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Neem politiek. In de politiek is er niemand die ooit verantwoordelijkheid ergens voor neemt. Mm. Nee, het is, er worden wel bevelen uitgevaardigd en die moeten we allemaal opstraffen van boetes of gevangenzetting. Die moeten we allemaal opvolgen. En werkt het beleid dan niet, ja, dan krijg je opmerkingen als van ja, maar ja, met de kennis van nu. En als het dan echt niet gaat, dan wordt er gezegd, nou, deze politicus die neemt nou zijn verantwoordelijkheid. Die wordt geofferd. En die gaat weg. Juist. Maar ja, weglopen is geen verantwoordelijkheid nemen. Nee. Dat is echt iets totaal anders. Ja. Maar dat is de hoogste graad van verantwoordelijkheid nemen in de politiek, is weglopen. Weglopen. Ja. En daar houden we dan zo'n beetje op. Maar je ziet dus dat, en dat is ook volkomen logisch, dat machthebbers nooit verantwoordelijkheid zullen nemen voor degene over wie ze macht hebben, en zelfs niet voor zichzelf. Ja, klopt. En om de doodsimpele reden dat zij ervan uitgaan dat anderen hun het geluk en de rijkdom moeten komen brengen. Dat is een misverstand waarop eigenlijk de hele hiërarchische inrichting van de wereld gebaseerd is. Oké. Ja, nou, wordt hier in de chat best wel mooie vragen gesteld. En er wordt gezegd, maar wanneer jij of wij daartegen in opstand komen of komen, ben jij dan zelf verantwoordelijk voor de gevolgen? Nou, ten eerste is in opstand komen een soort gelijk mechanisme, namelijk als je in opstand komt tegen de machthebber, dan zeg je, machthebber, jij bent verantwoordelijk voor mijn ellende. Ja. Ik ben afhankelijk van jou. Ik vind dat jij het niet goed doet. Je moet het anders doen. En daarmee onderken je juist
zijn macht. Daarmee onderstreep je zijn macht. Dus het heeft geen enkele zin om in opstand te komen. Als we werkelijk vrij willen zijn, dan hoeven we alleen maar op te houden met gehoorzamen. En dat opstand is helemaal niet noodzakelijk. Je ziet dan ook dat alle opstanden in de geschiedenis, alle revoluties die er geweest zijn, nooit geleid hebben tot het doel, namelijk vrijheid van de bevolking. Ja. Alleen maar tot verandering van het beleid. Verandering van het regime. En van het regime en een ander regime waar je vervolgens weer aan moet gehoorzamen. Ja. Het gaat niet over vrijheid, dat gaat over tevredenheid met de onvrijheid. Kom niet in opstand, neem afstand. Ja. Ja. Overigens is het hele begrip democratie daarop gebaseerd. Ja. Democratie gaat helemaal niet over vrijheid, heeft niets met vrijheid te maken. 0,0. Als een slaaf mag kiezen wie zijn slavendrijver is, dat maakt hem niks vrijer. Nee. Dus het is volkomen onzin. Waar democratie alleen maar over gaat, is over al dan niet tevreden zijn met je onvrijheid. Ja. We kiezen iedere keer weer iemand aan wie we moeten. Een nieuwe dictator. Ja, met behoud van de illusie van keuze inderdaad. Terwijl het, er is geen enkele keuze, althans niet op het gebied van vrijheid. Hè? Want of je nou meneer A of meneer B het scepter zwaait, je moet even hard aan hem gehoorzamen. Dus je bent altijd precies even onvrij. Ja. Is een vervolgvraag. Maar een ongehoorzamen heeft toch ook consequenties? Dat kan consequenties hebben, maar ongehoorzamen bedoel ik zoveel mogelijk je beslissingen baseren op wat je zelf oké vindt. En een van de dingen die je zelf naar mijn smaak oké zou moeten vinden, omdat het gewoon gezond is, is dat je zelf niet in de problemen komt. Ja. Zorg dat je jezelf niet beschadigt. Daar mag het dan toch wel mee beginnen, vind ik. Dat hoort bij verantwoordelijkheid nemen. Dus binnen de context, binnen de situatie zoals die op een gegeven moment is. Binnen de inrichting van de wereld zoals die op dit moment is. Heb je veel meer bewegingsvrijheid dan veruit de meeste mensen denken. Ja. En zonder meteen door te schieten in het extreme. Omdat dat jezelf kan beschadigen. Ja. En dat is gewoon geen goed idee, uitgaande van het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja. Dus voor je eigen gezondheid, maar ook zoveel mogelijk voor je eigen keuzes en je beslissingen zoveel mogelijk baseren op wat je oké vindt. Hè. Wat je me net al vertelde van ik wil zo min mogelijk bijdragen aan dit systeem. Ja. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je geen soldaat wordt of politieagent of belastingambtenaar. Doe maar wat. Ja, klopt. Dat je, als je naar het nieuws kijkt, begrijpt dat het niet bedoeld is om jou te informeren, maar om jouw gedachten bij jouw gedachten te implanteren. En daar dus, dat op een andere manier gaat observeren, op een manier gaat bekijken. Op een manier gaat bekijken zonder je die informatie meteen eigen te maken. Ja. Zonder het voor waar aan te nemen. Wil je verantwoordelijkheid voor jezelf kunnen nemen, wil je beslissingen kunnen nemen waar je zelf achter staat, dan zul je ook ware informatie nodig hebben om die beslissingen op te baseren. Ja, precies. En dus ook heel kritisch zijn inderdaad. En wanneer nieuwe informatie naar je toekomst koppelen aan wat je er zelf al van weet, koppelen aan misschien andere bronnen voor dezelfde feiten. Bijvoorbeeld, ja. En dat begint al met het begrijpen mensen altijd handelen op basis van wat ze denken. Ja. En je ziet dan ook dat in iedere dictatuur, ook in onze democratische dictatuur, want het is gewoon een dictatuur, alleen met een afwisselende dictator. Ja. En één monarch die daarboven bungelt natuurlijk. Ja, nou, je kunt er allerlei mooie zelfs uit de poppenkast aan hangen natuurlijk, maar in essentie is het gewoon een dictatuur. Maar dat een dictatuur alleen kan werken als mensen geloven dat het in hun voordeel is om de aan de dictatuur te blijven meedoen. Om te gehoorzamen. Ja. Dat is de enige reden waarom die dictatuur in stand kan blijven. En daarom zie je dat ook dat in iedere hiërarchische structuur propaganda onmisbaar is. Ja. Omdat degenen die aan de top staan van die structuur heel goed begrijpen dat zonder de juiste gedachten
onder de bevolking. Ja. De mensen niet hetgeen zullen doen wat zij willen daarbij doen. Ze hebben een bepaalde imago omhoog te houden en te versterken continu. De enige bedoeling van machthebbers, daar hebben we de vorige keer ook al even over gehad. Het enige wat ze willen, het enige waar het over gaat, is ons doen. Ons handelen. He, want met dat handelen maken wij de wereld, bouwen wij de structuren, bouwen wij de systemen, ondersteunen wij de systemen door wat we doen. En met dat doen vormen wij een realiteit die zoveel mogelijk die naar de zin is dus van degene die het voor het zeggen heeft. Ja, okay, ja. En het gaat om die realiteit. Ja, en wij zullen dat alleen doen op basis van gedachten, van motieven. Om te doen wat we doen. En het nieuws is niks anders dan een continue toevoer van motieven om ons dingen te laten doen en die we doen. Ja. En ons te laten denken dat dat in ons voordeel is. Dat betekent dus dat hiërarchische structuren, machtsstructuren alleen in stand kunnen blijven op basis van onwaarheid. Ja. Er is geen enkele andere mogelijkheid. Alleen onwaarheid laat ons dingen doen die we niet willen doen. Ja. Denk jij dat het goed is voor een individu wanneer het geen, ik zeg niet, totaal niet, maar geen regulier onderwijs volgt? Is dat goed? Nou, het onderwijs zoals het nu ingericht is, is een denkfabriek, een gedachtenfabriek, die kinderen van jongs af aan met bepaalde overtuigingen moet opzadelen, zodat ze later als ze zeg maar mee gaan bouwen aan die wereld, zoals men graag wil dat die wereld eruit ziet, de dingen zullen doen die men wil dat ze doen. Ja. Ja, dus het onderwijs zoals het er nu uitziet is werkelijk een aanfluiting en nou ja. Dat terwijl er zoveel kennis voorhanden is, hè, en zoveel goede manieren zijn om op een hele ruime manier een kind zijn eigen creativiteit te laten ontwikkelen. Absoluut. Binnen een groter kader. Ja, maar binnen het collectief wordt nou eenmaal zo gedacht dat onderwijs zoals het nu is, dat het een positieve bijdrage levert. Ja. Iets wat overigens heel raar te combineren is met gedachten achter leerplicht. Ja, als onderwijs werkelijk iets waardevols zou zijn dat mensen graag willen hebben, waarom zou je het dan verplicht stellen? Inderdaad. Je hoeft mensen ook niet verplicht te stellen om geld te ontvangen, noem maar wat. Iets ook wat alle mensen graag willen hebben. Dus onderwijs is een indoctrinatiefabriek. Je kunt er niks anders van maken. Met de bedoeling om straks de denkwijze van mensen allemaal keurig gestructureerd te hebben. Zodat als ze volwassen zijn, dat ze de juiste dingen zullen gaan doen. Ja, zo is ook vanuit origine eigenlijk ingericht ook, inderdaad. Absoluut. Hè? Vooral, want volgens mij zijn ze daar een paar honderd jaar terug in Engeland mee begonnen, inderdaad. En volgens mij, ik ben de naam van de man even kwijt, maar die zei ook, geef me een kind vanaf zijn vijfde tot zijn twaalfde levensjaar, zo ver mogelijk, en dan geef je de man. Precies, nou je ziet ook dat de grote voorvechters van leerplicht en onderwijs altijd deel uit hebben gemaakt van de top van de machtselite. Ja, in Amerika de Rockefellers, die de helft van het hele universitaire systeem zeg maar financieren en beheren. Ja. Die ook grote voorvechters geweest zijn al meer dan 100 jaar geleden achter de verdere invoering van de leerplicht in Amerika. Mm-hmm. Die een structuur hebben ontwikkeld die later in Europa is overgenomen. Het is in het belang van degene aan de top van de machtspyramide om vanaf een heel jonge leeftijd mensen te kunnen vormen. Je ziet het op dit moment ook heel sterk gebeuren in het onderwijs. Uitbreiding van de leerplicht, het samenvoegen van de kinderopvang met het onderwijs, zodat er straks een één top-down gestructureerde, door overheids gecontroleerde structuur ontstaat van 2 jaar tot 18 jaar. Ja, zelfs zo'n heel, inderdaad, zo'n school in één keer door tot 18 jaar. 2,5 tot 18. Ja. Ja. Nou, hier wordt ook, dus beslis je als ouder je kind hier niet aan te laten deelnemen, er hangen consequenties aan. Ja. Nou ja, dat is inderdaad een. Dan komen we weer terug op waar we bij begonnen zijn. Om je kunt je niet onttrekken van het collectief. Het enige wat je wel kunt doen, is je zo min mogelijk aan conformeren. Dat wil dus zeggen dat je als ouder, naast het feit dat je kinderen naar school gaat, ook een taak hebt. Namelijk, licht je kinderen in. Ja. Vertel ze en laat ze merken dat niet alles wat ze op school leren per definitie waar hoeft te zijn.
Zou jij, vertel ze meer dan dat. Zou jij je kind hier aan laten deelnemen? Aan dit onderwijssysteem? Ik heb zelf geen kinderen, maar ik woon samen met mijn vriendin. Die heeft wel twee kinderen en die gaan ook allebei naar school. Ja. Ik ken ook mensen die hun kinderen thuis onderwijzen. Ik vind dat een mooi principe. Ik ken die mensen ook vrij goed. Ik ken de kinderen ook goed. Ik zie dus ook wel wat het resultaat daarvan is. Ja. Waarin verschillen de kinderen eventjes tussen? De kinderen verschillen in een veel hoger bewustzijnsniveau. Een hele andere manier van kijken naar dingen. Maar dit gaat dan over dat specifieke gezin. Ja, hè? Ja. Dit zijn kinderen die hebben qua denkwijze en mentaliteit leggen die op een bepaalde leeftijd een veel hogere graad van volwassenheid aan de dag. Ja. Van bewustzijn. Ja. Denk je dat dat komt doordat ze een stuk dat hun brein gewoon gespaard is van een heleboel informatie waar ze feiten niet zoveel aan hebben. Ja, heel veel van wat je leert op school. Complete nonsens. Heb je niet zoveel aan later. Pas wanneer je een gespecialiseerde studie gaat kiezen, dan kom je in gebieden van beroepen en je levensvervulling en je vaardigheden die je wil, je skillset die je wil hebben om uiteindelijk een leven voor jezelf op te bouwen. Ja. Dat zijn bewust gekozen vormen van onderwijs, zeg maar, die een bijdrage leveren aan wat je gaat doen. Ja. In lijn met je intenties. En hoe eerder dat proces kan beginnen, hoe eerder dat bewustzijn zich dan ook ontwikkelt. Ja. Want je hebt ook heel veel laadbloeiers die vanuit die conditionering in één keer heel wat anders gaan doen. Ja. En die veranderen compleet, die mensen. Die worden opener. Je ziet ze groeien in bewustzijn ook. Nou ja, daar gaat het uiteindelijk over. Het gaat uiteindelijk allemaal over bewustzijn. Je komt altijd een beetje op glad ijs als je het gaat hebben over begrippen als bewustzijn en zo. Dus vandaar het misschien even handig is om te definiëren wat ik daarmee bedoel. Als je de menselijke geest bekijkt, dan kun je daar allerlei dingen in onderscheiden. Maar twee basiszaken, die vind je steeds weer terug. Aan de ene kant is dat het bewustzijn en aan de andere kant is het ego. Ja. Ook het ego is een beladen woord, hè, want iedereen verstaat daar weer iets anders. Ik geef onder. Zelf persoonlijk meer de voorkeur aan het woord persona, vanuit Jungiaans masker. Zo, ja, je kunt het noemen zoals als je wil. Ik prefereer het woord ego, ik zal ook uitleggen waarom. Mm-hmm. Het ego is de verzameling strategische gedachten van iemand. Zo definieer ik dat nu dus even. Okay. Je kunt het op allerlei manieren definiëren, maar zodat iedereen weet waar ik het dan over heb. Ja. Je verzameling strategieën en strategische gedachten. Het is je overlevingsmodus, zeg maar. Mm. Die gebaseerd is op de overtuiging dat de buitenwereld, alle externe zaken, bepalend is voor je succes in het leven, voor of je leven fijn is of niet, of je überhaupt kan leven, ja of nee. En die overtuiging dat die buitenwereld, al die externe dingen daarvoor verantwoordelijk zijn, die leidt natuurlijk tot de wil om al die zaken te beïnvloeden. Ja. Om die naar je zin te maken, naar je hand te zetten. Klopt. Nou, en om dat te doen heb je strategieën nodig. Ja. Ja. Die strategieën die kunnen alleen maar bestaan op basis van het afwijzen van de situatie zoals die nou is. Ja, ook nog. Je hebt geen enkele strategie nodig om ergens te komen als het nu oké is. Ja. Dat betekent dus dat ego alleen kan bestaan en blijven bestaan als het de bestaande situatie afwijst. Ja. Nou, aan de andere kant heb je... Door die onderscheiding. Precies. Aan de andere kant heb je het bewustzijn. Je kunt je alleen bewust zijn van dingen die er zijn. Ja. Dat is dus precies tegenovergesteld. Om dingen tot je bewustzijn toe te laten, zul je ze moeten aanvaarden in plaats van afwijzen. Ja. Ja. Bewustzijn bestaat dus uit aanvaarding van de dingen zoals ze zijn. Je kunt nog een mooi onderscheid maken, dan kom je weer terug bij school. Want het is een beetje een omweggetje. Uh-huh. Maar
als bewustzijn bestaat uit aanvaarding en zeg maar aandacht voor dingen die er zijn en die zijn zoals ze zijn. Mm-hmm. Dan kun je het ook anders zeggen. Alle dingen die er zijn en die zijn zoals ze zijn en die de eigenschappen hebben die ze hebben, die hele verzameling, die kun je ook waarheid noemen. Het zijn de dingen zoals ze waarlijk zijn. Ja. Bewustzijn bestaat daarom uitsluitend uit waarheid. Ja. Je kunt je bewustzijn uitsluitend vullen met waarheid. Vergissingen zijn geen bewustzijn, maar vergissingen. Dat klopt inderdaad. Ja, die bewoordingen. Dus je kunt je alleen bewust worden van waarheid. Hè? Als je bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld. Vroeger dacht ik dat banken spaargeld uitleenden van andere mensen. Ja, dat heb ik ook lang gedacht. Ja. Totdat ik me er bewust van werd dat banken geld uit niets creëren. Ja. Je kunt je alleen bewust zijn van waarheid. Ja. Bewustzijn bestaat dus uit je verzameling waarheid. En omdat ego dat wat is en is zoals het is, per definitie afwijst. Ja. Anders zou het geen strategie in hoeven te zetten om het te veranderen. Ja. Ja. Bestaat ego uitsluitend uit onwaarheid. Ego is puur strategisch en bestaat uitsluitend uit onwaarheid. Het kan nergens anders uit bestaan. Ja, oké. Ja. Nou, als we dan weer teruggaan naar school. School is een ego-voedsysteem. Het is puur strategisch. Er wordt voortdurend gezegd, als je geen goede cijfers had, dan krijg je geen diploma. Ja. Als je geen diploma krijgt, dan krijg je geen goede baan. Als je geen goede baan hebt, dan verdien je niet veel geld of niet meer dan andere mensen. Ja. Het is een puur strategisch systeem dat bedoeld is om mensen binnen hun ego te houden, binnen onwaarheid te houden. En allemaal dingen inderdaad die niet waar zijn. Precies. Ja, en het ego is alleen gebaat bij onwaarheid, zelfs allergisch voor waarheid. Want als het ego alleen maar uit onwaarheid bestaat, er is maar één ding waar onwaarheid niet tegen kan. En dat is waarheid. Ja, klopt. Daarom is ego ook allergisch voor waarheid. Probeer iemand met die sterk ego gedreven is, maar eens iets van waarheid te vertellen en je zult bevochten worden tot je erbij neervalt. Dat ken je ongetwijfeld. Hoe omschrijf jij dan datgene wat is in een mens? Stel een individu is ontvankelijk voor iets dat waar is. Ja. Waar is het ego dan? Ieder mens heeft natuurlijk een ego. En ieder mens heeft een bewustzijn. Maar omdat ze tegengesteld zijn aan elkaar, kan een beslissing nooit door beide genomen worden. Het is of het een of het ander. Ja, oké. Ja. En is ik en ego voor jou? Ja, dan kom je weer in de definitiesfeer terecht. Ja, hè? Daarom. Je zou kunnen zeggen, ik bestaat uit bewustzijn en ego. Juist. Of het zelf bestaat uit, of de geest, of hoe je het maar wilt noemen. Dan is gewoon puur even die nuance. Even de definities goed hebben. Ja, precies. Ja. Ja, maar dat is wel een heel belangrijk mechanisme dit. Omdat de wereld op dit moment, we hadden het straks over de mentaliteit van het collectief als één organisme. Ja. De wereld is heel sterk ego gedomineerd. Ja, heel sterk alle beslissingen die mensen nemen, die leunen heel sterk op strategische overwegingen. Ja. De als-dan overweging. Waarbij mensen dingen doen in de hoop daar in de toekomst beloond voor te worden. Ja. Wat overigens nooit gebeurt. Want als die toekomst nu is geworden en dezelfde denkwijze die werkt nog steeds, dan is de focus alweer op de volgende toekomst gericht. Ja. Dus je kunt simpelweg dan niet beleven wat de strategie heeft opgeleverd. Ja, inderdaad. Maar je ziet dat dus in het individu, een sterk ego gedreven individu zal altijd doelen nastreven. Heeft dus geen aandacht voor wat is, maar voor wat denkt te willen dat zou zijn. We krijgen ondertussen even koffie. Dankjewel, lekker. Dank je. Dat betekent dat de focus altijd op de toekomst gericht is. Ja. Heeft het ego natuurlijk wel een functie.
En er zijn bepaalde praktische zaken die, waarbij dat vooral te handig kan zijn. Ja, inderdaad. Ja. Het vervelende is alleen dat... Het is een gereedschap eigenlijk. Het is een gereedschap. Het vervelende is dat heel veel mensen, ik denk de meerderheid, veruit de meerderheid van de mensen, zich zodanig zijn gaan identificeren met hun ego, dat ze denken dat ze zijn. Ja, als je een masker op hebt, is dat het eerste wat je in de spiegel ziet. Precies, ja. Dus die hele... strategische gedachtegang is dominant. Je ziet dat in individuen. Hè, het ego werpt zich altijd op als de beschermer. Ja. Hè, de beschermer van bijvoorbeeld de waarden in de samenleving. Nou, niet neef, ook van het individu zelf. Mm-hmm. Hè, je moet je beschermen, je moet voor jezelf opkomen, je moet zorgen dat je meer verdient dan een ander. Dat je niet in de verdrukking raakt. En daarvoor moet je allerlei dingen doen. Het werpt zich altijd op als de beschermer. Mm-hmm. Maar het ego kan nooit verantwoordelijkheid nemen, wat natuurlijk ook logisch is, omdat het uit onwaarheid bestaat. Ja, klopt. Dus het kan nooit verantwoordelijkheid nemen. Je ziet dat ook, hè, dat als mensen bepaalde strategieën aanhangen, bijvoorbeeld noem maar wat, de gedachte, als ik meer geld verdien, dan zal ik gelukkiger zijn. Ja. Nou ja, dan wordt er misschien meer geld verdiend, maar dan zijn ze nog niet gelukkiger. Nee. En dan, ja, dan hè, als je een weet ik veel wat, een sportwagen hebt, dan ben je pas gelukkig. Nou, dan is de Porsche er en dan is hij nog niet gelukkig. En dan, dan moet de Ferrari er komen en dan ben je pas... Enzovoort, hè? Ja. Maar de beloftes van het ego, die komen nooit uit. En het neemt daar nooit verantwoordelijkheid voor. Het werpt zich op als beschermer. Het legt zijn gastheer of gastvrouw... geeft hij orders, legt hem op wat hij moet doen. Ja. En als het dan niet uitkomt, als het geen resultaat is, precies, dan is het niet verantwoordelijk. Wat natuurlijk ook logisch en is. En dat heeft dus te maken omdat het natuurlijk altijd op naar buiten gericht is, op de situaties eromheen en met die strategieën bezig is. En niet op zichzelf naar, of op het zelf gericht is. Precies. Hè? Het denk is altijd op de buitenwereld gericht. Denk je dat die reactie dan, wanneer een conflict is tussen twee individuen, en het maakt niet uit van welke aard, of het nou zakelijk, romantisch, we kunnen het echt heel breed trekken. Ja. Op het moment dat er dan een conflict situatie onderstaat, bijvoorbeeld doordat er een bepaalde verstandhouding niet meer voortgezet kan worden, door wat voor reden dan ook, mm-hmm, dat de ego's dan vervolgens datgene wat ze in eerste instantie bij zichzelf doen, doordat ze zijn, door die identificatie met die ander, dat het ego dan daarom ook zo reageert tegen die ander als het op zichzelf in kan praten. Want het is in principe hetzelfde proces wat plaatsvindt. Ja. Dus dat is hoe ik het zelf heb ervaren. Ego is gebaseerd op de overtuiging dat anderen bepalend zijn voor jouw kwaliteit van leven. Ja. Dus dat betekent dat als er iets gebeurt wat je niet fijn vindt, dat het ego geen andere keuze heeft dan de ander daar de schuld van te geven. Ja. De ander daarvoor verantwoordelijk te maken. Het vervelende is dus, en daarom kan ego ook geen verantwoordelijkheid nemen, omdat het ervan overtuigd is dat die verantwoordelijkheid bij anderen ligt. Ja, precies, inderdaad. Dus het zal bij zichzelf. Daarbij alles loskoppelt van zichzelf. Het kan niet. Het is onmogelijk. En dus ego-strategieën komen nooit uit, maar ze mogen ook niet uitkomen, want dan zou het ego zichzelf overbodig maken. Het ego zegt: jongen of meisje, als je nou dit of dat doet, dan word je gelukkig. Ja. Als dat zo zou zijn, dan zou het ego daarna overbodig zijn. Ja. Het kan zichzelf dus niet toestaan om zijn strategieën uit te laten komen. En het grappige is, we hadden het net in het begin van de uitzending over mechanismen die in het individu werken, dat die zelfs in het collectief werken. Ja. Dat geldt ook voor ego. We hebben ook een collectief ego dat op exact dezelfde manier werkt als het individuele ego. Ja. Dat zich opwerpt als beschermer. Ja, en ook ego's van groepen, zeg maar. Dat van groepen mensen, inderdaad. Of landen, nationaliteiten, bedrijven, inderdaad. Ja, maar het is nog veel simpeler dan dat eigenlijk. In die zin, het werpt zich op als beschermer. Het maakt gebruik van strategieën. Het richt zich helemaal op de externe wereld. Mm-hmm. Het doet beloftes, maar komt nooit verantwoordelijkheid na. Ja. En het collectieve ego kennen wij als regering en bestuur. Ja. Dat is het. Ja. Het is dictatoriaal, precies zoals het individuele ego dictatoriaal is. Ja, precies, inderdaad. Dus eigenlijk, het is een uiterlijk verschijnsel van het feit dat het ego van binnenuit geen verantwoordelijkheid neemt. Zeker. Hè? Het is een afspiegeling van de gangbare mentaliteit op dit moment onder mensen. En binnen die mentaliteit is het ego de baas. Ja.
Dat dus, is ja, in dit tijdsgevricht het geval. Dus inderdaad, als het even kort samenvat, ego zit achter het stuur. Maar ja, ego hoort eigenlijk helemaal niet de bestuurder te zijn. Dat kun je niet mooier zeggen dan ja, dat. Eigenlijk op de achterbank zelfs. Eigenlijk op de achterbank zitten. Ja, het is niet meer dan gereedschap. Misschien zelfs in de kofferbak. In de kofferbak, in de gereedschapkussie. Je kunt het af en toe eventjes gebruiken als je een lekke band hebt die gerepareerd moet worden. Of zoiets dergelijks, hè. Maar het zou niet leidend moeten zijn. Maar het punt is wel, kijk, als het collectieve ego, dus bestaand uit regering en bestuur, kan alleen maar macht uitoefenen over de mensheid, als die ook ego gedomineerd zijn, als die zeg maar in onwaarheid kan leven. Ja. En in bewustzijn is dat onmogelijk. Ja. Ja. In bewustzijn is het onmogelijk om in onwaarheid te leven, omdat het bewustzijn simpelweg nergens anders uit kan bestaan dan uit waarheid. Dan uit waarheid, inderdaad. Ja. En daarbij komen we natuurlijk ook een cirkeltje rond aan bij het zelf, inderdaad. Of in ieder geval het concept van zelf, dat, ja, dat in principe ook altijd wordt afgebeeld als het middelpunt, inderdaad. Zeg maar, het oog van de storm waarin alles stilstaat en alles wat beweegt eromheen kan zien. En ja, ja, eigenlijk het vaste waarheidspunt is, of het ankerpunt. Ja, ja, precies. Dus ja, willen wij ontvankelijk worden voor deze ja, toch wel heel kwalijke machtspyramide zoals de wereld is ingericht op dit moment, ja, dan zit er maar één ding op. En dat is ons richten op ons bewustzijn, of beter gezegd op waarheid in plaats van onwaarheid. Nogmaals. Ja. Machtssituaties, hiërarchische systemen kunnen alleen maar bestaan op basis van onwaarheid. Ja. Ja. Dus het argument wat ik regelmatig krijg is van ja, maar mensen zijn nou eenmaal kuddedieren die leiding nodig hebben. Het is een natuurlijke structuur. Er is geen enkele natuurlijke structuur in de hele natuur niet die alleen op basis werkt, van onwaarheid kan bestaan. Ja. Zou jij in deze zin het begrip onwaarheid en waarheid kunnen, het is helemaal een beetje een stokpaardje van ons. Ja. Ik zie de vertaling mythos, logos. Zeg het nog eens. Mythos en logos. Ja. Mythos in dit kader staat voor de subjectieve waarheidsbeleving. Ja. Waar dus allerlei onzin in kan komen. En foutieve interpretaties, noem het maar op. Alles. Omdat het compleet subjectief is. En ook nog eens een keer aangestuurd door de zintuigen. En sensorische informatie is, daarvan is ook al lang aangetoond dat het niet nauwkeurig is. Dat je daar niet op kunt varen eigenlijk, zeg maar. In het grove wel, maar in het fijne niet. En logos staat in deze context voor gewoon puur keiharde objectieve werkelijkheid waar we allemaal deel van uitmaken. Mm-hmm. De kosmische wetten, zeg maar. Het onveranderbare. Of het voortdurend veranderlijke, maar met dezelfde wetten. Ja, ja. De stijger, zeg maar. Waaraan alles zich optrekt. Ja. Daar bedoel ik eigenlijk meer datgene wat de patronen in de natuur bepaalt. De ontwikkeling van foetus naar volwassen mens, naar ouderdom, dood en zo verder. Dat is een stukje waar wij ons heel veel mee bezighouden. Ja, vind ik ook heel interessant. Inmiddels ben ik zelf ook tot de conclusie gekomen, eigenlijk min of meer, en anderen voor mij ook hoor, dat qua rassen kun je de mensheid etnisch gezien niet opdelen. Dat vind ik een onterechte iets dat je kunt doen. Maar als je kijkt psychologisch gezien, zijn er eigenlijk twee mensheden, waarvan één zwaar in de minderheid. Hoe zou je die typeren? Mythos en logos. Ja, ja. Oké, dat ben ik met je eens. Nou ja, ik noem dat dus ego en bewustzijn. Maar we bedoelen denk ik zo ongeveer hetzelfde. Je kunt het ook waarheid en onwaarheid noemen. Ja. In ons ontwerp zit een beetje een valkuil. Ja. En er zit je zou het een zwak punt kunnen noemen. En dat is namelijk dit. Wij mensen beleven ons leven en alles wat er daarin gebeurt uitsluitend in onze beleving. Ja. En verder nergens. Nee. Het is het projectiedoek waar alles zich afspeelt. Het is het enige waarin we dingen kunnen beleven, is in onze beleving. Ja. Alles wat we beleven vindt daar plaats. Ja, dus daarom is ook alles subjectief in die beleving. Nou, en die beleving, dat projectiedoek, maakt geen onderscheid tussen waarheid en onwaarheid. Nee.
Het beleeft gewoon. Klopt. Meer niet. Maar, en hoe die beleving gevuld wordt, is eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt je beleving maar op twee manieren, zeg maar, tot stand laten komen. Of via twee elementen. Ja. Eén is aandacht. Mm-hmm. Je beleeft pas iets als je ergens aandacht aan geeft. Ja. Als je, of je nou mee geconfronteerd wordt of er bewust naar kijkt, maar in ieder geval, je moet ergens aandacht aan geven, wil je weer het kunnen beleven. Klopt. En pas als je het gaat beleven, dan komt het tot bestaan in je beleving. In jou. En de tweede dat onze beleving bepaalt, is hoe we over dingen denken. Ja. Welk beeld we daarvan hebben, welk oordeel we hebben over zaken. Dus wat we beleven, dat komt door aandacht. En hoe we beleven, dat komt tot stand door hoe we erover nadenken. En samen vormt het onze beleving. Ja. En je kunt die beleving dus vullen. Je kunt de beleving van anderen vullen door ze dingen te vertellen. Ja. Ja. Dat is wat er op het journaal iedere dag gebeurt. Mensen beleven de dingen die op het journaal uitgezonden worden als echt. Ja, klopt. Ja, en natuurlijk ook elk verhaal, elke ervaring en elke interactie met een ander is natuurlijk onderdeel van zo'n beleving. Ja, en dus en mensen vormen daar een gedachte over en dat leidt dan tot beleving. En je kunt die beleving dus. Het grappige is dat de gedachten die gevormd worden daarover, mm-hmm, zichzelf altijd weer bevestigen in die beleving. Ja. Want als je op een gegeven moment een bepaalde gedachte over iets hebt, dan zul je daarna handelen. En met dat handelen creëer je je realiteit. Nou, ik zeg altijd zo, als je een splinternieuwe rode auto hebt gekocht, zie je overal rode auto's rijden. Ja, precies. Ja, maar het is ook, het werkt ook actief zo. Hè? Als je bijvoorbeeld, noem maar wat, als je er komt een nieuwe buurman naast je wonen, mm-hmm, en je denkt, nou, dat zal wel niet zo'n aardige vent zijn, die zal wel vervelend worden. Ja, dat kan. Nou ja, dan kan je het onderop zeggen. De emotie is dat je een beetje angstig bent voor die man. Ja. Het handelen is dat je afstandelijk zult doen naar hem, want je bent bang voor hem. En de reactie van die man zal natuurlijk niet de vriendelijkste zijn. En daarmee bevestig je je eerste gedachte. Uh-huh. Dat is een belevings... dat is eigenlijk, dan ga je dus een interactie aan met een extern element, in dit geval de buurman, ja, die gebaseerd is op jouw beleving. Op je gedachten over... Ja. Gedachten... Maar wanneer je die zelfde buurman benadert vanuit je ratio, ja, dan ben je niet met je beleving bezig. Dat klopt. Dus en voor mij dan ben je ook met je beleving bezig. Laat me even afmaken. Natuurlijk, het is uiteindelijk allemaal beleving, maar je hebt subjectieve beleving, je hebt objectieve beleving. Nou, het gaat dus om hoe vul je het? Hoe laat je de beleving tot stand komen? Objectiviteit laat het vanzelf tot stand komen. Nou ja, je kunt het dus doen door de dingen waar je, die je wil beleven te bekijken, waar te nemen. Ja, precies. Zonder oordeel. Ja. Ja, gewoon voor wat het is. In de observatormodus. En dan komen we weer bij waarheid uit. Hè? Dus de dingen observeren zoveel mogelijk. Hè? Want ja, onze menselijke geest is niet perfect. Dus dat betekent dat er altijd wel foutjes insluipen hier en daar. Die overigens, waarvoor je overigens meer dan voldoende tijd krijgt om ze recht te zetten in de loop van de tijd. Ja, als je er niet al te gehecht aan bent aan je waarheden. Maar je kunt dus zoveel mogelijk proberen waar te nemen. Hè? En dan, het heet niet voor niks waar te nemen. Hè? Juist, de dingen bekijken via je zintuigen binnen laten komen. Met de bedoeling te zien wat ze werkelijk zijn. Ik vind het ook wel mooi, omdat ook in de taal dat daar terug te nemen is, omdat het waarnemen is een hele bewuste handeling die er voortkomt vanuit jezelf. Ja. En het voor waar aannemen, dat is heel iets anders. Je neemt het letterlijk aan van een externe bron weer. Ja, en, ik zie daar wel steeds meer nuances tussen. Ja. Dat hele subjectieve, objectieve. En uiteindelijk is het allemaal beleving. Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen ik heb voor mezelf het gevoel dat we...
Kijk, de grote filosofen die er zijn geweest in de loop der geschiedenis. En de spoeling is wat dunner geworden de laatste tijd. Of tenminste, ik denk dat de muur hoger is. Dat is misschien een betere omschrijving. Nou, ik denk dat mensen de gedachte hebben dat de dingen die nu, zeg maar, gedacht worden en opgeschreven worden, dat die minder waardevol zullen zijn dan dingen die 1000 jaar overleefd hebben. Ja, dat is ook een neiging die best wel aanwezig is, dat klopt. Ja. En maar ook dat is weer een gedachte. Hè? Je ziet dan dat, wat je bijvoorbeeld heel veel ziet, is dat als er ergens iets geschreven staat of iemand zegt iets op televisie, mm-hmm. dat er eerst gekeken mm-hmm. wordt naar wie. Zegt het, ja, dat het heel bepaald is inderdaad. Ja. En dat dan de inhoud ineens niet meer zo belangrijk is. Hè? Als het iemand is die professor, dokter, weet ik veel wat, en maar vaak met zijn kop op televisie komt, dan is het per definitie waar. Ja, precies. En vaak of als hij een witte jas aan heeft als niet zo arts. Naar de inhoud geluisterd. Ja. Dat betekent dus dat er hier niet gekeken wordt naar, zoals jij zo mooi zegt, naar wat het nou werkelijk is. Wat hij zegt, of wat er geschreven staat. Ja. Maar naar de gedachten die we erover hebben. Ja, naar het beeld dat er van bestaat. We beleven dan onze eigen gedachten, namelijk die we professor dokter beeld. Is iemand. Ja. Ja. Dus je kunt op twee manieren kun je dingen beleven. Door naar de dingen te kijken, zoveel mogelijk zoals ze zijn. Of door te kijken naar hoe wij over die dingen denken. Ja. Dus in het laatste geval ontstaat er vanzelf onwaarheid. Ja. En want het is niet meer het ding waar we naar kijken, maar het is onze gedachten waar we naar kijken. Ja. Onze overtuiging waar we naar kijken. Ja. En daar kun je inderdaad de perfecte tweedeling in maken, Robert, zoals je net al zei. Dat is inderdaad de perfecte tweedeling. Het is, je kunt het namelijk niet allebei. Je moet daar een keuze in maken. Ja. Precies zo als wanneer je beslissingen neemt, neem je die op basis van ego-overwegingen, strategische overwegingen, met de bedoeling iets te bereiken, of op basis van waarheid, van hoe het is. Ja. Voor mij is vroeger ging ik er prat op. En toen ben ik met een tijd onder gaan dompelen in de hele New Age wereld. Ja. Waardoor ik best wel even het spoor bijster was. Ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen dat ervaren op een gegeven moment. Maar toch op een gegeven moment, ook daar bouw je een masker op, een ego op. Je zit in een kringetje en er zitten er, we zitten met z'n 30 en 10 zeggen, oh, voel je dat ook, voel je dat ook, oh, zie je dat ook, en je, puur door de kracht van suggestie, je gaat erin mee, zeg maar, en zelfs als zie je niks, dan doe je alsof, want je wil niet buiten de boot vallen. Je gaat het jezelf voorhouden omdat je niet buiten die boot wil vallen, zeg maar. Nou ja, dat is dus een prachtig voorbeeld van je gedachten als leidraad. Volstrekt irrationeel. Ja, volstrekt irrationeel. Volstrekt irrationeel. En ik zie ook dat irrationaliteit aan alle kanten aangemoedigd wordt. Natuurlijk, logisch. Want in rationaliteit, of in waarheid noem ik het liever, zijn mensen simpelweg niet overheersbaar. Juist. Omdat machtsstructuren alleen in onwaarheid kunnen bestaan. Ja. Ze zijn gefundeerd op onwaarheid. Ja. Ze kunnen alleen in onwaarheid bestaan. Anders kan het niet. Ja. Dus dat betekent dat het aan alle kanten aangemoedigd wordt om onwaarheid voor waarheid aan te nemen. Daarom krijgen kinderen bijvoorbeeld op de lagere school worden voortdurend gepusht om een mening te vormen over dingen. Ja. Maar meningen zijn per definitie onwaar. Ja. Net zoals geloof per definitie onwaar is. Het kan niet anders. Ja, omdat geloof kan namelijk alleen bestaan in onwetendheid. Er is geen manier om in iets te geloven als je iets weet. Ja, precies, inderdaad. Want in het geval van kennis is er geen geloof, inderdaad. Ja. En in kennis is er het bewustzijn van de feiten, inderdaad, precies. Zoals ze er liggen. Ja. Het is voor mij onmogelijk nu om te geloven dat ik hiernaast zou zitten. Omdat ik weet dat ik hiernaast zou zitten. Ja. Je kunt alleen dingen geloven die je niet weet. Ja. En datzelfde geldt voor een mening. Een mening zegt helemaal niets over waarheid. Ja. Het staat in geen enkel verband met waarheid. Hè, want ik kan een mening aanhangen, jij diezelfde weer niet. En jij hem weer wel, de overbuurman niet. En de bakker weer wel. En de slager niet. Ja. Het heeft totaal geen relevantie als het gaat over waarheid. Hetzelfde geldt voor geloof. Ik kan iets geloven, jij kan het niet geloven. Jij wel, de bakker niet. En de slager wel. Blijft subjectief. Het zegt helemaal niets over waarheid. Dus, hè. En de vergissing is dat mensen, als ze dingen geloven, aannemen dat wat ze geloven waar is. Ja. 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 Dat ze dus hun beleving, hun visie, hun beeld van de dingen tot stand laten komen door middel van geloven. Ja.
Het is gewoon geen handige manier om dat te doen. En daarom zie je ook dat machthebbers, politici altijd erop hameren dat wij ze moeten geloven. Juist. Nou, ze tonen niet aan dat de dingen die ze doen, dat die enige relevantie hebben met waarheid. Ze zeggen, nee, weet je, jullie zijn te dom. Wij zijn degene met deskundigheid. Geloof ons nou maar. Juist, ja. Dat is ook wel een beetje de moeite die ik heb met meritocratische gedachten. Nou, kijk, je hebt de meritocratische gedachte, die is best wel. Die wordt op heel veel verschillende manieren uitgelegd. En de manier hoe ik hem in ieder geval uitleg is. Dat als er al een bestuur nodig is, dient dat het bestuur, net zoals eigenlijk wat Plato oorspronkelijk bedoelde met een democratie, zonder natuurlijk bepaalde normen en waarden die toen nog gelden, waar wij inmiddels wel voorbij geëvolueerd zijn, mag ik hopen. Mm-hmm. Want of de andere kant op. Ja, ook, dat gebeurt ook. Maar dat je niet zozeer geregeerd wordt door de meest getalenteerde, maar dat die puur de infrastructuur die nodig is om een cultuur tot opbloei te laten komen, in goede banen leiden. Vanuit hun skillset. En niet vanuit hun etnische afkomst, geloof, kleur, ras. Nee, vanuit hun vaardigheid. Ja. Nou, vanuit in die zin volg ik je helemaal. Ik denk dat de enige legitieme vorm van leiderschap, inspirerend leiderschap is. Met inspireren bedoel ik mogelijkheden laten zien. Mm-hmm. Ja. Sommige mensen zien mogelijkheden die anderen niet zien. Ja. Overigens ziet iedereen mogelijkheden die anderen weer niet zien. Ja. Dus wanneer je op die manier met elkaar omgaat, dan kan iedereen inspireren. Maar er zijn inderdaad mensen die daar beter in zijn dan anderen. En die kunnen dus dingen laten zien, mogelijkheden laten zien. En ja, of die anderen dat dan omarmen. Of ze daar waarde aan hechten en erin meegaan. Ja, dat is helemaal aan die anderen. Ja, ja. Op het moment dat daar een dwangsituatie bij komt, dan gaat het dan weer mis. Ja. Want dan betekent dat degene die zeg maar gezien worden als experts of als deskundigen op hun vakgebied, dat die de baas gaan worden en de lakens gaan uitdelen. En ja, wie moet die mensen dan aanwijzen? Ik bedoel, degene die minder deskundig zijn, die kunnen het niet beoordelen. Of de deskundige deskundig zijn. Nee, maar ik denk dat ze tegenwoordig met de huidige mate van zeker interactieve technologie, dat we zeker tot een soort objectieve testmethode kunnen komen. Ja, het blijft moeilijk hoor. Want en zo iemand is natuurlijk niet. Die posities die moeten ook roleren, want anders heb je geen variatie. Ja. Maar eigenlijk is dat al een beetje zoals het nu is. Hè? Nu gaan de mensen naar de stembus in de verwachting dat degene op wie ze stemmen deskundig zal zijn in het besturen van het land. Hè? Ja, maar dat zijn ze niet. Nee, dat zijn ze niet. Ik al een aantal jaren niet meer. Maar dat zullen ze, denk ik, als de democratie als structuur zou blijven bestaan, misschien dan met een iets andere focus, meer een focus op niet bestuurlijke kwaliteit, maar meer op zeg maar vakkundigheid. Ja. Dan nog is het voor de stemmer heel moeilijk om te beoordelen of diegene ook echt deskundig is. Dus die zal dat moeten baseren op of die gelooft of hij deskundig is. Dus dan gaat het net zoals nu niet meer over deskundigheid, maar over geloofwaardigheid. En dan zit je weer in dezelfde hoek. Het is ook een complexe... Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat bestuur helemaal overbodig is. Inspirerend leiderschap waar we het net over hadden. Dus mensen die op een gegeven moment mogelijkheden laten zien, suggesties doen, tips geven. Prima. Ja, en of mensen dat dan volgen, nou ja, dat is helemaal aan die mensen zelf. Nou, een mooi voorbeeld is, ik weet niet of je het meegekregen, maar in Duitsland hadden ze een proef gedaan in een dorp. Daar hadden ze alle verkeersborden weggehaald. Ja. Alle zebrapaden, noem het maar op, weet je wel. En het aantal ongelukken en verkeersovertredingen, noem het op, kelderde. Ja. We hebben het toen straks gehad over vrijheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid kan alleen maar bestaan samen met verantwoordelijkheid. Ja. Om de doodsimpele reden dat als je in vrijheid ben je gedwongen je eigen beslissingen te nemen, omdat niemand vertelt wat je moet doen. Heb je geen andere keuze dan ze zelf te nemen. Ja. En je zult dan een motief moeten vinden om
de keuzes te maken die je maakt. Ja, dus en dat motief, dat kun je alleen bij dat kun jezelf, je, ja, ja, precies, ja. Dat kun je alleen bij jezelf vinden. Dus dat betekent dat in vrijheid mensen gedwongen zullen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ze hebben geen andere keuze. Ja, moet wel. Ja. Dat is een gedwongen vrijheid, dan zou je het kunnen noemen. Hè? Andersom werkt het ook zo. In een hiërarchische samenleving met een bestuur waarin anderen zeggen, waarin leiders zeggen wat je moet doen, zullen mensen ook niet de behoefte voelen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. Simpelweg omdat ze die keuze niet zelf kunnen maken. Ja. Anderen vertellen wat ze moeten doen. Ja. Je ziet dan ook dat... Ik vind het wel mooi dat Pieter Stuurman predikt geen leiderschap. Nee, hooguit inspirerend leiderschap. Hè? Ja, ik denk ook dat het overbodig is. De gedachte achter tegengestelde belangen, die natuurlijk achter elke vorm van politiek en leiderschap zit. De verdeel- en heersgedachte. Mm-hmm. Verdelen en heers kan natuurlijk alleen maar bestaan als er verdeling, als er perceptie van verdeling is. Ja. En perceptie van verdeling is altijd gebaseerd op perceptie van verschil in belang. Ja. Die verschillen in belangen moeten worden uitvergroot, wil je de leiding kunnen nemen. Juist, ja. Maar ik denk dat er in essentie heel weinig belangenverschil is. Eigenlijk willen alle mensen eigenlijk op de hele wereld iedereen hetzelfde. Ja. Namelijk, ze willen voor zichzelf kunnen zorgen en de dierbaren om zich heen. Ja. En die dierbaren om hun heen, die willen ook weer voor hun dierbaren zorgen. Nou, en dan kom je op de... Als het allemaal mag gebeuren. Dan is de hele cirkel al rond. Ja, je kent het, hè? Ja. In 6 stappen heb je dan alle mensen in de hele wereld. De 6 degrees of separation. Maar, dus het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Hè? Als je mensen zelf laat beslissen, dan zullen ze niet zo snel geneigd zijn om het verkeerde te doen. Nee, klopt. Terwijl, wanneer het criterium voor de... om dingen te doen of laten, is je binnen de regels van de baas te begeven, mm-hmm. dan zullen mensen ook weinig aangelegen zijn om zelf na te denken. Mm-hmm. Of de dingen die ze doen, of ze die zelf oké vinden. Als het mag van de baas, is het oké. Of als de baas me niet bij mijn kladder grapt en ik grijpt, dan krijg ik het voor elkaar om hem... zijn we buiten zijn bereik, dan is het ook oké. Ja. Ja, hij zweeft staat in de hoek en de koekjes liggen op de plank, hoor. Ja. Dus, maar ja, hier staat is iemand die vraagt even op de chat. Wanneer is iets waarheid? Wanneer het wetenschappelijk bewezen is? Nee. En de vervolgvraag, dus waarheid staat niet vast. Nou, ik ben zelf geneigd te zeggen dat er een objectieve vaste waarheid is. Die is er, ja. En dat er een... ontelbare hoeveelheid subjectieve waarheden zijn. Nou ja, ik maak een verschil tussen... dat gaat ook weer over definities, hè? Ja. Maar ik wil even een verschil maken, dan wordt het wat begrijpelijker. Ja, aan de ene kant heb je de contextuele waarheid. Ja, precies. Ja. Dat is gewoon, zeg maar, alles dat er is en de eigenschappen heeft die het heeft. Ja, punt. Gewoon alles wat er bestaat. Ja. Punt. Punt. De hele verzameling. Sommige mensen noemen het de schepping. Ja. Je ziet het in... Overigens zie je dit principe in alle religies ook terug. Ja, misschien komen we daar ook nog even op. Maar het is gewoon alles wat de verzameling van alles dat er bestaat en dat eigenschappen heeft, die het heeft. Dat is waarheid. Ja. Dan heb je vervolgens onze beleving daarvan. Ja. Die is subjectief. Hè? Ik heb net al even uit de doeken proberen te doen van hoe komt die beleving dan tot stand? Nou, die beleving is onze beleving van waarheid. Oftewel onze beleefde realiteit. Ja. Dus ik maak een verschil tussen realiteit... Die bestaat uit beleving en waarheid. De context waarin wij, het toneel waarin wij leven. Ja. Die context, die is noodzakelijk om onszelf te kunnen beleven. Je kunt alleen beleven dat, dat water nat is als je je hand erin steekt. Of dat ijskoud is als je het voelt. Die context heb je nodig om jezelf te kunnen beleven. Mm-hmm. Je kunt jezelf alleen beleven door ook te beleven wat je niet bent. Nou, wat je niet bent, dat is die context. Je maakt er wel deel van uit, maar je bent het niet. Ja. Nou, dan heb je je realiteit, je beleefde realiteit. En dat is zeg maar ons beeld wat we vormen. Ja. Onze projectie, onze afbeelding in onze beleving van alles dat er is. Ja. Nou, dat is geen objectieve afbeelding, omdat die gekleurd wordt door onze gedachten over zaken. Ja. En ook gekleurd wordt door eventuele misvattingen, door de gebrekkigheid van onze
senses, hoe noem je het, zintuigen. Ja. Die zijn nou eenmaal niet helemaal objectief. En wanneer we nu die verschuiving tot stand willen brengen van meer uit die subjectieve beleving of die onwaarheid, en we willen meer naar die waarheid, naar dat zelf toe schuiven. Hoe zie je die beweging, zeg maar? Hoe kunnen mensen die tot stand brengen? Hoe komen we van die onwaarheid naar een realistisch, objectief werkelijkheidsbesef? En nou, dat is een lastig proces. Hè? Omdat, daar begon ik net al mee. Voor onze beleving is er geen verschil tussen waarheid en onwaarheid. Wij kunnen dat verschil niet beleven. Ook onwaarheid lijkt in onze realiteit waar te zijn. Ja. Kunnen wij dat niet beleven, zeg maar? Kunnen we niet, wanneer we een objectieve positie innemen en iets komt tot ons, kunnen we dan geen onderscheid zien? Nou, het enige wat we kunnen doen is ons beeld zorgvuldiger samenstellen. Hmm. Dat betekent dus meer op basis van waarneming van de dingen zoals ze zijn, dan op basis van hoe we over dingen denken. De menselijke gedachte is een enorm krachtig gereedschap om realiteit, beleefde realiteit mee te creëren. Ja. In principe is elke denkbare realiteit mogelijk, letterlijk en figuurlijk. Ja. Iedere gedachte, als die lang genoeg aanhoudt, zal zich uiteindelijk bevestigen in de beleefde realiteit. De beleefde realiteit. Hoe onzinnig die gedachten ook mogen zijn. Juist. Dat betekent dus dat de menselijke gedachte een ongelooflijk krachtig gereedschap is. Want die beleving is het enige wat we hebben. Ja. Ons hele leven beleven we in onze beleving. Dat wil zeggen dat er geen verschil is tussen ons leven en onze beleving. Ja. Dat is hetzelfde ding. Ja. Dus willen wij verantwoordelijkheid nemen, zijn we er weer, voor de kwaliteit van onze beleving. Mm. En weten we dat onze gedachten daarbij een heel krachtig gereedschap zijn, dan geldt precies hetzelfde als voor elk ander krachtig gereedschap. Namelijk, je kunt er hele mooie dingen mee doen, maar je kunt jezelf er ook enorm mee bezeren. Ja. Als je er niet zorgvuldig mee omgaat. Ja. Dus zorgvuldigheid is denk ik heel erg belangrijk. Is zorgvuldigheid ook niet weer een eigenschap van rationaliteit? In ieder geval van bewustzijn. Ik vind bewustzijn, aspect, meer, dan, aspect bewustzijn van, meer dan rationaliteit. Ja, nee, maar rationaliteit is een... kijk, voor mij is rationaliteit en een reden, wat in het Engels ook wel de power of reason, reasoning genoemd wordt. Ja. Logos in het Grieks. Logos in het Grieks, inderdaad. Ja. Dat een vrij recente psychologische ontwikkeling is in de menselijke soort. Ja. Dat vermogen is zich nog maar sinds kort aan het ontwikkelen. Dat kun je zien aan die enkele individuen die in één keer oppopten met een compleet radicaal nieuw wereldbeeld gebaseerd op logica in feite en beredeneerd. Ja. En termen als a priori en a posteriori bewijsvoering deden hun intrede en dat soort dingen. En ik denk dat nou ja, je kunt rationaliteit kun je ook weer op twee manieren... Het is een nieuw gereedschap. Het is een hartstikke handig gereedschap. Maar je kunt het ook weer op twee manieren gebruiken. Ja, zeker. Je kunt het gebruiken door bijvoorbeeld de dingen te observeren, waar te nemen en hebben het weer. Ja. En het in te zetten om de verbanden tussen zaken te zien. Mm-hmm. Je komt er dan achter dat alles met elkaar in verband staat. Nou, dat is gewoon Einstein, hè? Ja. Alles heeft betrekking op alles. Dus de relativiteitstheorie. Nou ja, de relativiteitstheorie die... doordat wij... We zijn het erover eens, er is een objectieve werkelijkheid. Mm-hmm. Daarmee vervalt de relativiteitstheorie. Wat je kunt zeggen, er is een objectieve werkelijkheid. En binnen die objectieve werkelijkheid staat alles met elkaar in verband. Eigenlijk is de objectieve werkelijkheid één ding. Dus dat dingen maar dat die, is niet de realiteitstheorie. Sorry dat ik even mieren neuk. Dat alles in relatie staat tot alles. Ja. Ja. Dus, de relatietheorie. Ja, er is maar één ding. Eigenlijk. En dat is het al. Het alles. De verzameling. Eén substantie. Het al. Ja. Het heelal. De waarheid. De schepping. Hoe je het maar wil noemen. Elk woordje waar we heid achter plakken. Precies. Het is één interactief systeem. Juist. Ja. En je kunt dus die rationaliteit gebruiken door je waarnemingen. Om je waarnemingen zodanig aan elkaar te koppelen. Dat je de interactie, de mechanismen tussen alle schijnbaar losstaande zaken kunt gaan zien. Maar tegelijkertijd inderdaad kan logica ook gebruikt worden
voor de meest grote banen, want wanneer je uitgangspunt verkeerd is, dus wanneer die vanuit de verkeerde beleving voortkomt, ja. inderdaad, kan ja. logica ook ja. leiden. Ja, de logica kan ja. helemaal kloppend zijn, maar als ja. je uitgangspunt verkeerd is, hoef je niet per definitie tot ja. een goede conclusie te komen. En je kunt logica ja. ook heel goed inzetten voor onwaarheid. Ja. Want als we het hebben over strategieën die per definitie op onwaarheid gebaseerd zijn, omdat strategieën alleen maar kunnen bestaan in afwijzing van waarheid, in van hoe het is. In strategieën kun je logica heel goed gebruiken voor onwaarheid. Ja, als de machtselite doet niets anders dan dat. Juist. Maar dat is kijk, je hebt, voor mij is de logica van tegenstelling, ofwel de dialectische logica, komt meer in de buurt van objectieve beredenering dan dualistische logica, zoals die wordt gebruikt, hè, de doublespeak. Ja, doublespeak. Ja. Dat double is dus, think, dat double is speak. Die verkrachting. Ja. Ja. En waar logica inderdaad als een soort schil over een compleet onzinverhaal wordt gelegd, ja. waarmee het als aanneembaar overkomt. Ja. En ik vind persoonlijk heel belangrijk dat in onze communicatie met elkaar, niet alleen tijdens deze uitzending, maar gewoon in het dagelijks leven, dat we dit soort dingen duidelijk gaan definiëren. Omdat ook, ja. hoe helderder wij onze taal gebruiken en hoe minder ruimte voor misvattingen. Ook dat. Ja. Maar ook taal maakt bewustzijnsgroei mogelijk. Absoluut. Hoe complexer de taal, hoe complexer je bewustzijn. Mm. Ja. En daarmee kom ik ook tot het volgende punt waar ik het even met je over wil hebben. Ja. Deze gedachtegang leidt dan automatisch tot de conclusie dat er geen schepper vooraf gaat aan bewustzijn, aan het universum, maar dat die daaruit voortkomt. Ja. Zo is het. Nou ja, wat mij verbaast is, ik heb wel eens zeg maar gedachtenwisselingen gehad met bijvoorbeeld christenen, die heel sterk georiënteerd zijn op de Bijbel. Ik ben zelf niet in die zin religieus. Ik heb zelfs lange tijd een beetje een afkeer van gehad. Ja. Vandaar dat ik ook nooit echt zoiets als een Bijbel ben gaan lezen. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch wel interesse en ik viel stijl achterover al van de eerste pagina. Ja. Hoe groot de misinterpretatie van de kerken en ook van de huidige zeg maar geloofsaanhangers is. Want misinterpretatie eerste, of misvorming? Misinterpretatie. Ja. Misinterpretatie kan natuurlijk je eigen misinterpretatie zijn, of misinterpretaties die anderen zeg maar je opgeduwd hebben. Mm-hmm. Maar al op de eerste pagina wordt heel duidelijk verteld hoe het in elkaar steekt. Want daar staat, daar wordt de God voorgesteld. En die schept alles, weet je wel. De maan en de sterren en de aarde. En de bomen en de dieren en de mensen. De mens, dagje rust. Ja, dus nou ja. Dus er staat, nou ja, God schept alles. En nog geen twee alinea's daarna zegt diezelfde God, die zegt, ik ben het al. Ik ben al dat is. Ja. Ik ben het al, ik ben al dat is. Nou, ik viel van mijn stoel. Ik denk, wat? Hij zegt daar niet, ik ben degene die alles maakt. Nee, ik ben ook alles wat gemaakt is. Ja. Ik ben de schepping en de schepper. Ja. Oftewel, wat daar gezegd wordt, is de schepping is hetzelfde als de schepper. Ja. De schepping schept. Ja. En dat is het. Het is een continu proces wat voortdurend doorgaat. Niet ooit een keer begonnen is en gestopt is, maar het gaat voortdurend door. Het is het proces van continue transformatie van de ene vorm in de andere vorm, zodat er nieuwe vormen geschapen worden. Ja, precies. Dat staat in die Bijbel. Ja. Kun je dan ook mee in de gedachtegang dat wat door de wetenschap de Big Bang Theory wordt genoemd, of de Big Bang eigenlijk, want in feite is wel, voor zover wij dat kunnen, wel iets gevonden wat aantoont dat het inderdaad dat beginmoment is geweest. Ja. Maar dat het eigenlijk de geboorte was van de reïncarnatie van het vorige universum. Nou, als het vormen voortdurend van vorm veranderen, hè, transformeren van de ene vorm in de andere vorm, dan geldt het niet alleen hier, maar dan geldt het overal. Zo boven, zo dus beneden. Dan betekent dat dat de vorm van het universum die we nu voor een klein stukje kunnen waarnemen, dat die nooit hetzelfde is en dus ook nooit hetzelfde zal zijn en ook nooit hetzelfde geweest is. Maar de wet van het behoud van energie
Nou, de wet van behoud van energie... Zegt niks over de vorm. Dat zegt niets over de vorm. Ja, dat zegt alleen over dat er energie is. En dat zodra twee energieën bij elkaar komen, er een nieuwe vorm ontstaat. Ja, dat er interactie is. Inderdaad. En dat is inderdaad... Maar dat betekent ook, de wet op behoud van energie raakt ook het begrip oneindigheid. En het begrip oneindigheid is heel moeilijk te pakken voor mensen. En ook voor wetenschap. Ja. Want het begrip oneindigheid... Ik ben heel blij dat je hier bij komt. Oké, het begrip oneindigheid betekent dat er geen einde aan zit, maar ook dat er geen begin aan zit. Oneindigheid betekent ook onbeginnigheid. Iedere vorm, iedere manifestatie, hè, deze asbak, dit kopje, is een vorm die het nu heeft, maar het over een oneindig klein moment niet meer helemaal heeft. Alles is alles verandering. In ieder geval ook. Dus, maar dat betekent dat dat hele mechanisme van zichzelf steeds transformerende manifestaties, dat daar geen begin en geen einde aan zit. En ook niet kan zitten. Je kunt niet oneindigheid binnen een eindig kader vatten. Het concept van oneindigheid kun je niet aanhangen als je zegt dat er wel een begin is. Dat is doublethink. Ja. Dus de wetenschap die ervan uitgaat dat het universum is zo oud en het is begonnen met een Big Bang. Nee, er is geen begin. Er is geen begin misschien. En er is ook geen begin aan deze vorm. Omdat maar waarom zou dat niet kunnen? Omdat in oneindigheid ook geen begin kan zijn. Nee, maar wel... we zijn ook tot de conclusie gekomen inmiddels, onze voorouders daarentegen ook al, dat alles cyclisch is. Ja. Dus, kijk, wij worden ook geboren. Weet je, we beginnen als een minuscuul klein combinatietje van twee nog kleinere celletjes. En in wezen, wanneer de massa van ons lichaam, wanneer we volwassen zijn, en de energie die zich daarin huisvest, want daar kun je ook een ik geloof dat mijn lichaam net zoveel energie bevat dat je daar een jaar van stroom kan voorzien, in potentie. Nou, hè, dat een verhouding van mijn lichaam tot die twee celletjes zou wel eens net zo groot kunnen zijn van als het huidige universum tot wat het was tijdens die Big Bang. Wil maar niet ook, zeggen dat, dat klopt. Hè, maar dat die transformatie was van energie naar materie. En aan het eind van ditje weer van materie naar energie. En weer terug. Pats. Nogmaals, de vormen veranderen voortdurend. Ja. Jouw voorbeeld van mensen dat opgroeit is daar een mooi voorbeeld van. De vormen veranderen voortdurend. Dus je kunt hooguit zeggen dat de vorm zoals we die nu waarnemen niet altijd zo geweest is. Nou, dat is een logische gevolgtrekking. Ja. Die is niet altijd zo geweest. Die is zelfs op geen enkel moment statisch. Hij verandert voortdurend. Dus dat betekent dat als je lang teruggaat in de tijd, dat die vorm er heel anders uit gezien zou kunnen hebben. Maar dus andere samenstellingen. Zou vormloos geweest zou kunnen zijn. Of heel andere vormen heeft gehad. Misschien minder in wat wij materie noemen. Materie is ook niks meer dan energie. Die voor ons waarneembaar is. Het is een manifestatie van energie. Ja. Wederom door de fysieke zintuigen ook natuurlijk. Door de fysieke zintuigen. Met materie kun je ook de collectief objectieve droom noemen. Want die moet een vastgesteld aantal regels hebben. Ja. Anders kunnen we daarin geen verbanden aangaan. Precies. Nou, dat is wat ik bedoel met de contextuele wereld. Je kunt jezelf als waarnemer, als laat maar zeggen geest, alleen maar beleven in relatie tot dingen die je niet bent. En daarvoor is materie wel verrotte handig. Ja. De droom droomt die zijn eigen droom droomt. Ja, en dat is ook al wat wordt gezegd inderdaad. We lijken natuurlijk allerlei heel veel onafhankelijke ervarers of bewustzijnsunits, of hoe je het maar wilt noemen inderdaad. En bewustzijn kan alleen groeien door interactie met ander bewustzijn. Dat is in het groot zo, in het klein zo, dat is altijd wat eraan. Dat kan alleen maar, Nou ja, goed, we hebben aan het begin van het gesprek hebben we het al over bewustzijn. Bewustzijn kan alleen maar bestaan uit waarheid. En waarheid is niks anders dan de totale verzameling van alles dat er op een moment is. Ja. Een van de waarheden over waarheid is dat alles wat er op een bepaald moment is, er alleen op dit moment is. Ja. Want in het volgende moment is het anders, omdat het uit verandering bestaat. Geen enkele manifestatie is waarneembaar zonder verandering. Er is niets dat statisch is. En als het werkelijk niet veranderlijk was, dan was het onwaarneembaar. Ja, klopt. Kijk, dus,
Je noemde net de wetenschap even. Die hebben een enorm probleem met het begrip oneindigheid. Ze hebben überhaupt een heel groot probleem met waarheid. Ja, want ze hebben een probleem met... En dat komt omdat de hele wetenschap gebaseerd is op een drijfzand. Namelijk op een fundament dat niet klopt. Ja. Namelijk, de wetenschap gaat uit van de overtuiging dat iets pas waar is als het bewezen is. Maar of je het nou bewijst of niet, de dingen zijn precies even waar. Ja, precies. Precies. En, dus, en sommige ware dingen zijn niet te bewijzen. Alleen te concluderen. Maar het is ook helemaal niet nodig om waarheid te bewijzen. Je kunt waarheid alleen maar waarnemen als je dat wil. Als je er de moeite voor neemt. De enige manier om iets te leren kennen wat iets werkelijk is, wat iets waarlijk is en wat de eigenschappen zijn die het heeft, is door ernaar te kijken, door er aandacht aan te geven. En dan zijn we weer terug bij beleving. Beleving kan alleen maar gevuld worden door aandacht. Cyclisch, ja. Ja, het is allemaal cyclisch. Ja, helpcirkeltjes zijn weer rondgelopen. Maar als we het nou hebben over cyclisch, dan vind ik het wel grappig dat we daar nou weer op terugkomen. Hè. We hadden toen straks over, gaan wij als mensheid hier nou een stap maken straks? Ja. Hè? Wat je dus ziet, is dat de mensheid nog steeds heel sterk handelt op basis van gehoorzaamheid. Ja. En dat doen we omdat we ergens het wel lekker vinden als anderen vertellen wat wij moeten doen. Ja, we zijn. Dat dient dus wel een bepaalde behoefte, een bepaald verlangen. Mm-hmm. Dat andere mensen zeggen wat je moet doen. Je ziet dan ook dat er op dit moment heel veel mensen zijn die problemen hebben. En dat vertaalt zich dan ook weer in de grote problemen in het collectief, in de wereld. Die problemen hebben met onvrijheid. Ja. Maar die toch graag willen dat ze geleid worden. Ja. De gedachte is dan, ik wil graag iemand hebben die vertelt wat ik moet doen. Ja. De gedachte daarachter is weer van, als het dan misgaat, dan is het niet mijn schuld, maar het is de verantwoordelijkheid van degene die dat verteld heeft. Ja, inderdaad. En nou, dat kan al niet. Hè, nee. Omdat die mensen nemen geen verantwoordelijkheid, zoals je dag in dag uit merkt. Klopt. De corrupte bestuurders die de lakens hebben uitgedeeld en de zakken gevuld hebben. de foute politici, de dictators die achteraf massamoordenaars bleken. Ze nemen nooit verantwoordelijkheid. Nee. Dus dat is sowieso al niet handig om op die manier tot je daden te komen. Klopt. Ja. Maar goed. Mensen willen graag iemand die ze vertelt wat ze moeten doen. Mm-hmm. Als het dan misgaat, dan kunnen ze de leider de schuld geven. Maar als het goed gaat, dan willen ze wel graag zelf de vruchten daarvan plukken. En als dan vervolgens die leider de vruchten inpikt, dan zeggen mensen, luister eens, daar zie ik niet zitten. Ik wil vrijheid. Ja. Maar dat is doublethink. Je kunt niet een leider willen hebben en vrij willen zijn. Ik heb laatst nog heel hard moeten lachen. Ik zat naar een actualiteitenprogramma te kijken, mm-hmm, op televisie. Die zijn echt hilarisch af en toe. Die zijn hilarisch af en toe. Nou, en dat was in de tijd toen er net die oorlogsdreiging in Syrië was. Ja. En toen het erop leek dat Obama graag ten oorlog wilde, mm-hmm, maar dat hij tegenstand kreeg. Ja. En toen kwam er zo'n deskundoloog. Deskundoloog. Ik geloof dat het een politicoloog of iets dergelijks was. En toen vroeg de interviewer, wat denkt u nou, zou Obama zijn zin krijgen? Ja. En toen zei die man, ik viel werk van mijn stoel van het lachen hoor. Toen zei die man, we moeten president Obama niet onderschatten. Want hij is toch tenslotte de machtigste man van het Vrije Westen. Ja. De machtigste man van het Vrije Westen. Nou, ik dacht dat ik niet meer bij kwam. Maar dat is dus een deskundige die dat verkondigt daar. Hè? Die noemt zichzelf politicoloog. Hè? Maar die begrijpt niet dat je over vrije mensen geen macht kunt hebben. Het is eigenlijk gewoon een theaterrecensie. Als je macht hebt over mensen, dan zijn ze niet vrij. En over vrije mensen kun je geen macht hebben. Ja, nee. Want macht betekent dat jij kunt bepalen wat die andere mensen doen. Ja. Anders heb je geen macht. Nee. Ja, en vrij betekent dan in die zin dat je zelf kunt bepalen wat je zelf wil. Dat die mensen dus niet kunnen doen wat ze zelf willen en dus niet vrij zijn. Je kunt niet macht hebben over het Vrije Westen. Nou, ik heb ook een verbazing naar de hele toestand rondom Nelson Mandela gezien. Ja. Die bijna die verering van het hele sta,
stadion ook. Ja, dat de boodschap is heel duidelijk. Hè, daarvan. En gewoon een complete onoprechtheid die hij uit zijn ogen straalde. Zeg maar. De boodschap is heel duidelijk. Hè. De gesublimeerde gedachte die erachter zit, mm-hmm. is alleen zeer uitzonderlijke mensen kunnen iets veranderen. Jullie allemaal kunnen dat niet. Alleen helden kunnen iets veranderen. Ja. Jullie, de gewone mensen, kunnen dat niet. En dus moeten die helden vereerd worden, op een voetstuk gezet worden. Die moeten echt boven menselijke mm-hmm. proporties ja. krijgen. Zodat wij allemaal begrijpen dat wij daar niet eens aan hoeven te denken. Ja, ja. precies. Inderdaad. Ik denk ook dat dat ook een basis ja, blauwdruk is voor heel veel van die complottheorieën die de wereld in geslingerd worden. Omdat al die vijanden die we schijnbaar hebben, die worden op zo'n afstand geplaatst. Dat, ja, of je bevriest in angst. Hmm. Je vervalt in onverschilligheid. Ik denk, ja, ja ver laat van, mij maar. Ver van mijn bed, show, weet je wel. Ja. Ja, of je flipt. Alle drie voorbeelden van onwaarheid. Alle ja. drie voorbeelden van niet bewust zijn. Niet op, hè? Dus niet, je, ja, je daden, je beslissingen nemen niet op basis van bewustzijn. Ja. Hè, maar in, het grappige is wel dat. Het leidt tot heel dure vergissingen. Mm. En met dure ja. vergissingen bedoel ik dat het leidt tot zaken waar die niemand wil. Vrijwel niemand wil. Ja, neem een stom voorbeeld. Niemand wil oorlog. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zegt ik zou wel oorlog willen. Ja, nee. Geen mens. Nee, nee. Ze zijn er wel. Ja. Ze zijn er wel. Want oorlog kan voor een heel klein, een handjevol mensen op de wereld echt ontzettend handig zijn ja. om hun positie te versterken. Vooral winstgevend. Ja. Nou ja, geld kun je dan ook weer gebruiken om je positie te versterken, maar in ieder geval om je machtspositie te versterken. Inderdaad. En ja, stel nou, ga nou even op die stoel van die persoon zitten. En hoe krijg je nou die miljarden mensen mee die dat eigenlijk niet willen? Ja. Nou, en de enige reden waarom mensen bereid zijn om ten oorlog te trekken, waarom ze bereid zijn in het leger te gaan of het leger te financieren of te ondersteunen, is omdat mensen geen oorlog willen. Ja. Ze willen geen oorlog. Het enige wat je dus hoeft te doen, wil je die mensen toch oorlog laten voeren, is zeggen dat er een ander is, een vermeende tegenstander is, die wel andere mensen wil doodmaken. Is dat, en die moet tegengehouden moet worden. Is dat stuk dat ze geen oorlog willen en dat ze in die zin die bescherming opzoeken, is dat, zou dat een in het verlengde kunnen liggen van dat stuk zelfverantwoordelijkheid, maar ook die heel veel mensen zijn ook niet zozeer bang voor conflict, maar bang om de confrontatie aan te gaan, vooral met zichzelf. En ik zie dit toch wel als een verlengstuk daarvan, een soort emanatie daarvan, een bepaald. Wat zie je als verlengstuk daarvan? Nou, die behoefte om, hè, wat jij zegt, een heleboel mensen willen geen oorlog, ja. gaan daardoor op zoek naar machthebbers die vrede prediken, maar in ja. feite oorlog manifesteren. Ja. Hè, dat is weer die double speak en double think. Ja. En van daaruit, ik zie daar een verband, denk ik, vanuit het individu, dat zichzelf niet in de spiegel wil kijken, omdat het diep van binnen waarschijnlijk voelt, ja, ik ondersteun het, ik draag hier aan bij. En omdat het de confrontatie met zichzelf niet aangaat, wil het in het gebruikt het in het collectief het begrip vrede als excuus voor de oorlog om voor te blijven bestaan. Ja, precies. Nou ja, het heeft ook weer te maken met het niet willen nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ja, het niet, ja. Of het niet denken niet te kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid. Want het is altijd de tegenstander die verantwoordelijk gehouden wordt voor het beginnen en het voortduren ja. van de oorlog. Ja. Er is geen enkele soldaat in geen enkele oorlog in de hele geschiedenis geweest die dacht voor de verkeerde partij te vechten. Mm-hmm. Ja. Het enige wat ervoor nodig is om dit te voorkomen is heel simpel. Zorgvuldiger omgaan met je gedachten. Juist. Als een leider tegen jou zegt, hé, daar in dat land, daar zit iemand die ons aan wil vallen. En je denkt er heel even over na wat we nu in 5 minuten gezegd hebben. Mm-hmm. Dan begrijp je dat het geen goed idee is om daar naartoe te gaan en te gaan vechten.
He, want die soldaat van die andere partij, die denkt precies hetzelfde over jou. Juist. En dus de enige manier om geen oorlog te hebben, is geen oorlog te voeren. Juist. En het zijn niet de machthebbers die oorlog voeren. Ja. Het zijn de soldaten die gerekruteerd zijn uit het volk. Die de oorlog vechten. Die de oorlog vechten. Ja, het zijn de machthebbers die het sturen. Je kent het, misschien het liedje inderdaad. Van Boudewijn de Groot, de eeuwige soldaat. Vertaling van Donovan's Universal Soldier. Ja. Hij is de eeuwige soldaat en hij is werkelijk de schuld. Ja. Zonder hem had Hitler geen kans gehad. Ja. Dus het is weer de eigen verantwoordelijkheid. Nou, ja. Als je nou kijkt hoeveel moeite het collectief, de mensheid heeft, zeg maar, met het begrip eigen verantwoordelijkheid. En je zet dat af weer tegen het individu. Want die mechanismen in het individu werken exact op dezelfde manier als in het collectief. Dat hebben we net al gezien. Dan zie je dat in een individu er eigenlijk maar één periode is in een mensenleven waarin je niet de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf kunt dragen. En dat is als je kind bent. Ja. Dat is een glijdende schaal. Dat begint bij nul verantwoordelijkheid als je net geboren bent. Dan zijn je ouders volledig verantwoordelijk voor je. Ja. En naarmate je opgroeit kun je langzaamaan wat meer verantwoordelijkheid dragen. En als het goed is, kun je op het moment dat je volwassen bent volledig verantwoordelijk zijn voor jezelf. En dan zijn we nu natuurlijk weer terug bij dat schoolsysteem aangekomen met zo snel mogelijk kinderen bepaalde kaders geven inderdaad. Precies. Weinig verantwoordelijkheid. Want wanneer je naar de natuur kijkt inderdaad, dan zie je niet dat bijvoorbeeld ouders claimen zeg maar wel beschermen in het begin, maar zoveel mogelijk ruimte en vrijheid geven om zoveel mogelijk die eigen ervaring en het eigen instinct Het grappige is dat in een mensheid die zich zo zoologisch nog manifesteert, dat dit heel anti-zoologisch is. Het ligt een beetje aan hoe je het bekijkt. Hè. Kijk, in een individu, hè, dat proces van langzaamaan steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen naarmate hij opgroeit. Het individu als één organisme, zeg maar. Ja. Wanneer je de mensheid bekijkt als één organisme, dan zijn wij ook nog maar een jonge soort. Ja, zeker. Het betekent misschien dat wij als soort een soort puberteit doormaken. Ja, dat roep ik al een tijdje. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat we nu een jaartje of 17, 18 zijn en de behoefte krijgen om ons vrij te maken van onze, spreekwoordelijke ouders. Dat gepaard gaat met dezelfde verwarring, dezelfde doublethink waar ik het net over had. Aan de ene kant nog wat graag horen wat je moet doen, aan de andere kant de sterke behoefte om je af te zetten tegen degene die je dat vertellen. Juist. Dezelfde verwarring doormaken als collectief, als het organisme mensheid. Als bij een puber, een individuele puber, waar die verwarring ook in blijft. In welke fase van je leven ben je het meest vatbaar voor religieus fanatisme? In je puberteit. Ja. Dat zie je wel aan de religie ook. Ja, je ziet het aan de religie ook. Het is zo, ik heb wel eens gezegd in een artikel dat ik ergens online heb geschreven. En dan heb ik het puur vanuit een archetypisch kader gezien. Mm-hmm. Al sluit ik het niet uit, omdat ik kan me voorstellen dat er individuele bewustzijnsunits, hier op aarde hebben we dan mensen, maar dat zou elders in het universum van een compleet andere... Dat zou je wel kunnen. Ik kan dat gewoon niet uitsluiten. Ik kan me voorstellen dat er vanuit een soort die zich misschien wel 2-3 miljoen jaar voor ons tot een bepaald bewustzijn is gekomen, dat daar vanuit individuen een bepaalde staat van bewustzijn hebben die wij kunnen gelijkstellen aan goddelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat ze goedaardig zijn. Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar dat het is niet uit te sluiten. Het is een mogelijkheid. Juist. Je kunt er een bepaalde mate van waarschijnlijkheid aan hangen, maar dat is helemaal aan jezelf. Juist. Maar ik wil even terug naar het archetypische. Ja. Satan, in die zin, kun je wel zien als de puberale fase van God. Ja. Dat zou je heel goed zeggen. Nou ja, als de onvolwassen fase. De God van de Bijbel, hoe die omschreven wordt, is eigenlijk Satan. Tenminste, als je het in dat kader plaatst, dan alle eigenschappen, alle brute, onmenselijke, tyrannieke eigenschappen die de Abrahamistische God ook toegediend wordt, die worden ook toegekend aan Satan. Ja. En dat bedoelt puur, even weer, ik heb het puur over het archetype. Mm-hmm. Het stuk in onszelf. Mm-hmm. Want kennelijk zijn er toch een aantal miljard mensen die zich
vereenzelvigen met dat archetype op een bepaalde manier. Of ze onderwerpen zichzelf eraan. Hmm. Of ze zien zichzelf als uitverkorenen van dat archetype. Of ze zien zichzelf als priesters of als afgevaardigden van dat archetype. Avatars, noem het maar op, weet je wel. De gestichten zitten vol met mensen die denken dat ze Jezus zijn. Ja. En dus ik zie daar toch een enorme vergelijking met die infantiliteit die hoort bij puberteit. Mm-hmm. Maar in puberteit ontstaat ook idealisme. Dat zie je dus nu ook ontstaan. Juist. Ja. En, dus het, is heel, het loopt heel erg analoog. Ja. Het is bijna niet te zien als je het helemaal ziet. Ja. En vandaar ook, om even terug te komen op je vraag, heb je hoop voor de toekomst? Ja. Ik denk van wel. Ja. Ik bedoel, er zijn pubers genoeg, ik ken het ook wel uit mijn eigen tijd, die op een gegeven moment dachten van, nou, dit zie ik helemaal niet zitten met al die verwarring. Als dat diezelfde soort verwarring die zie je nu in het collectief, maar dat komt wel weer goed. Ja. Mits we gaan begrijpen dat het een goed idee is om verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen. En daar stagneert het een klein beetje. Het is wel een probleem, hè? Want ja, hoe ga je nu als de collectieve mentaliteit er op dit moment een is van onvolwassenheid. Mm-hmm. Die gekenmerkt wordt dus door zeg maar, de aarzeling of het verzet tegen het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ja. Hoe ga je nou door volwassenen, hoe ga je nou kinderen op laten voeden door die volwassenen tot volwassenheid als je die zelf niet hebt? Ja. Nou ja, het is ook, geen werkelijke volwassenheid. Het is nog niet tot volledige wasdom. Het is ook niet fysiek is het wel af, zeg maar. Ja. Alleen mentaal niet. Het lijkt ons brein al voorbereid is op de geestelijke ontwikkeling die we nog door moeten maken. Ik denk het wel. Nou, we hadden het net over cyclische zaken. Ik denk dat we deze cyclus al vele malen hebben doorgemaakt. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er vrij nauwkeurig afmeetbare periodes zijn in de loop der geschiedenis, laten we zeggen. Ja, dat denk ik ook. Per periode gekenmerkt worden door een van de twee krachten waar alles op gebaseerd is. En je hebt aan de ene kant de statische kracht van aantrekkingskracht van de dingen die van de kracht die alles bij elkaar houdt. Hè, van de oorsprong. Ook wel liefde genoemd. Hè. Je kent de uitspraak misschien. Nietzsche zou het wil noemen. Hindoes. Liefde is het enige mysterie van het universum. Je zou liefde kunnen noemen dat wat bij elkaar houdt. Ja, de ultieme aantrekker. Aantrekkingskracht. Ja. Zwaartekracht bijvoorbeeld. Mm-hmm. Valt er dus ook onder. Ja, onder die verzameling zaken. Ja. Het is en dan heb je aan de andere kant de beweging die manifestatie mogelijk maakt. Ja. Zonder beweging zou zwaartekracht van het hele universum op één kluit zitten. Ja, precies. Dus je hebt het over een inademing. Ik vind het wel mooi dat je liefde koppelt aan zwaartekracht, omdat liefde ook heel zwaar op het hart kan liggen. Ik bedoel dat niet zwaar in de zin van negatief. Ik bedoel gewoon als een onvermijdelijke, altijd bestaande, niet-dynamische kracht. Ja, ik speel nu even met woorden. Hoor. Ja, het is de beweging eromheen die ons in staat stelt het te beleven. Ja. De kracht is er altijd en altijd hetzelfde, net zoals de zwaartekracht er altijd en is en dat die altijd hetzelfde is. Het is de beweging die de manifestatie en dus de beleving mogelijk maakt. Ja. Maar je ziet dan ook dat die periodes in die cycli waar we het net over hadden steeds zeg maar gedreven worden door de dominantie van het een of het ander. Mm-hmm. Ja. Ja. Je ziet een verwijdering, een verwijdering vanuit de oorsprong. Ja. Een bepaalde periode en dan krijg je een omkering en weer terug naar de oorsprong. Ja. Ja. En zo gaat het in een achtje. Dus hebben we dat infinity symbool. Ja, daar hebben we oneindigheid. Dan heb je het op en neer en dan heb je oneindigheid. Ja. En ieder kwart van het achtje
wordt gekenmerkt door op beweging. Dat moment dominante kracht. Ja. Hè, is de dominante kracht beweging, dan ga je uit... Oh, dat hebben wij precies in onze presentatie. Wat jij nu omschrijft, zit ook in onze... Letterlijk, ook met het symbool erbij. En ja, dat is geweldig. Ja. Ja, letterlijk. Nou, maar als ik dat nou zo eens bekijk, de toestand zeg maar zoals die nu is van de mensheid, dan heb ik sterk het idee dat we op een van de uiteinde buitenpunten van dat achje zitten. Dat kan wel heel... Ik teken het zelf altijd aan de linkerkant, ik weet niet waarom. Maar het maakt niet zo gek veel uit. Maar dat we een periode achter de rug hebben van waarbij de dus dynamische energie sterker was dan de statische aantrekkingskracht. Ja. Dus dat betekent dat er sprake is geweest van toenemende beweging. En van een toenemende beweging weg van de oorsprong. Ja. He, dus van verdeling. En je ziet het ook prachtig terug in de geschiedenis. Bijvoorbeeld in de Bijbelse geschiedenis zie je het ook heel mooi terug. He, de 2000 jaar. Het is een periode van ongeveer 2000 jaar als je het zo bekijkt. He, zo'n heel achtje, dat is ongeveer 8000 jaar. Wat ook weer prachtig overeenkomt met de Maya tijdrekening. He, die pikt toen van 7885 jaar. Dus 8000 jaar. Ook ziet als een verversingsperiode, zeg maar. Maar. Sorry hoor, even. Ja, maakt niet uit. Maar je ziet dan ook dat de periode 2000 jaar voor het jaar 0, zeg maar ongeveer, gekenmerkt was door het steeds verder samenkomen. Hè, de verschillende stammen die in de Bijbel bij elkaar kwamen en uiteindelijk het Israël vormden. Naties en landen. Vlak na het jaar 0 kreeg je de brand in Jeruzalem en de diaspora die daarop volgde. Ja. En dus zie ik echt weer dat het uit elkaar gaat. De verdeling die daar het gevolg van is geweest. En ik denk dat we nu ongeveer op het uiteinde zitten. En dat wil zeggen dat het dominante motief straks zal veranderen. Ja. Dat betekent dat er straks weer een hang, een drang, een energie, zeg maar een leidende energie zal zijn die weer richting eenwording gaat. Juist, ja. Ja. Nou, het is... ik wil toch nog even, want we hebben nog gewoon 10 minuten. Nog even terugkeren op het individu. Hè? Ja. Want ook in het individu. Er wordt heel veel eigenlijk door externe individuen. Worden er allerlei dingen geïnstalleerd in het individu. Vanaf het moment dat het opgroeit na geboorte. Ja. Onder die installatie van. Die installatie van dingen is hetzelfde, is zowel van psychologische aard als van materiële aard. Ja. Mensen geven patronen door aan hun kinderen, maar ook erfstukken, waar ook een stuk identificatie aan vast zit. Eigenlijk wat plaatsvindt binnen de middenstand en de armen, zeg maar, is een overdracht van identiteit via nostalgie. Allerlei overwegingen. En wat je bij de elite ziet, is een overdracht van identiteit en macht via geld. Ook, maar ook overtuigingen. Ja, die zijn daar voor mij aan gekoppeld, zeg maar. Hè? Want bij idioot veel geld bezit, hoort een bepaald... bepaald bewustzijn, een bepaald vooral ego-bewustzijn natuurlijk. En overtuigingen. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat we zo min mogelijk in die zin, zowel fysiek als energetisch, overdragen aan onze kinderen. Dat kinderen de kans krijgen, alles wat op hun pad komt, dat iets is dat voor hun nieuw is, uniek is en ze niet aangereikt is vanuit de noodzaak tot identificatie. Ja. Nou, dat ben ik met je eens, met name vanwege het laatste wat je zegt. Niet zeg maar vanwege de noodzaak tot identificatie. Identificatie is afscheiding. Ja. Of identificatie met eigenlijk. Ja. Nou, identificatie is sowieso altijd afscheiding. Ja. Of je het nou met iets doet of met jezelf doet, of het maakt niet zo gek veel uit. Ja. Maar... het is wel
onmogelijk om een kind niet iets mee te geven. Klopt. Kinderen, we hadden het er net al even over. Kinderen zijn nog niet in staat om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Niet volledig afhankelijk van de leeftijd. Dat betekent dus dat ze nog qua verantwoordelijkheid deel uitmaken van jou als ouder. Dat betekent ook dat ze die dingen van jou gaan overnemen. Dat is onvermijdelijk. Ja, tuurlijk. Het enige wat je kunt doen in het proces van begeleiden naar volwassenheid is als we op de juiste momenten stimuleren om zelf verantwoordelijkheden te nemen. Niet alleen voor hun daden, maar ook voor hun denken. En dus ze niet proberen op te leggen dat ze hetzelfde moeten denken als jij, maar ze mogelijkheden laten zien. Om hun eigen visie te... Ja, mijn broer zegt het zelf ook inderdaad. Die heeft het ook niet over opvoeden, maar die heeft het gewoon inderdaad over, nou ja, ter behoeve van de veiligheid bepaalde kaders geven. Ja. Maar daarin wel het zelf volledig tot wasdom laten komen. Dus te laten uitkomen wat er eigenlijk al in zit. Exact. Juist. Opvoeden is niks meer dan de juiste verantwoordelijkheid nemen voor het kind op het moment. De verantwoordelijkheid die het nodig heeft. Mm-hmm. Een kind kan niet zeggen, zoals mijn ouders het doen, dat is niet oké, ik doe het zelf wel. Dat gaat niet. Dus ze zijn afhankelijk van je. Het is die afhankelijkheid dus ook die bepalend is voor onvolwassenheid. Mm-hmm. Vandaar ook dat het gevoel van afhankelijkheid in het collectief ook leidt tot de hiërarchische inrichting en dus ook kenmerkend is voor onvolwassenheid. Ja. Mm-hmm. Het enige wat je kunt doen als je de taak van ouderschap op je neemt, is begrijpen dat je in een bepaalde mate verantwoordelijk bent voor het kind en dat het die taak inhoudt dat je het kind langzaam aan, geleidelijk aan, begeleidt naar volwassenheid, dus naar een situatie waarin het zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Dat het kind dingen van je overneemt is onvermijdelijk. Klopt. Want dat doen kinderen gewoon, die zuigen dat op. Ja. Maar laat ze in ieder geval zien dat er mogelijkheden zijn om op een gegeven moment onafhankelijk te worden. En probeer die afhankelijkheid ook niet in stand te houden als het kind volwassen is. Dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen. Ja, klopt. En je ziet veel ouders ook die hun volwassen kinderen nog steeds menen te moeten vertellen wat ze moeten doen. Ze willen graag die positie behouden. Maar het punt is, je kunt dat die ouders kwalijk nemen of niet. Het zijn niet de ouders die dat bepalen of die situatie in stand blijft, maar de kinderen. Want als de kinderen op een gegeven moment zeggen van, pa, bedankt voor de tip, maar ik ga het op mijn manier doen. Ja. Dan vervalt die positie ogenblikkelijk. Nou, zo geldt dat collectief ook voor de mensheid ten opzichte van de elite die vertelt wat wij moeten doen. Ja. Als we zeggen, nou, bedankt voor de tip, maar we gaan het op onze manier doen. Bedankt voor de tip. Leuke naam voor de website. Bedankt voor de tip.nl. Natuurlijk, als we zeggen, inspirerend leiderschap is het enige legitieme leiderschap. Nou, dan kunnen wij dat zelf zo oppakken. Dat is de enige manier van leiderschap die eigenlijk de kracht teruggeeft aan degene die de kracht teruggeeft aan de mensen zelf, zeg maar. Nou, de mensen zelf inspireren door in hunzelf naar boven te halen. Ja, het is een situatie waarin de mensen de kracht bij zichzelf houden. Ja. En simpelweg niet weggeven aan anderen. Ja. Nee, ik heb het dus inderdaad over degene die leiding wenst, bijvoorbeeld. Inderdaad, weet je, maar je kan het autoritair doen. Oké, dan kom maar eens met een goed idee, zou ik dan zeggen. Kom eens met een goed idee. Dan kijken we wel. Of we het doen, ja of nee. Hè? In plaats van het opgelegd krijgen op straffen van. Maar de sleutel ligt niet bij de machthebbers. Het ligt niet bij het opsluiten van de machtselite of het over de kling jagen. Het ligt echt puur bij onszelf. Ja, inderdaad. Bij degene die tot nu toe gewend geweest zijn om te gehoorzamen. Die op een gegeven moment tot het besef zouden kunnen komen dat het helemaal niet noodzakelijk is om te gehoorzamen. Is het individu daarmee dus toch de sleutel tot bevrijding van het collectief? Natuurlijk, het collectief bestaat nergens anders uit dan uit individuen. Dus de enige mogelijkheid ligt bij individuen. Ja. Het collectief gaat geen beslissingen nemen zonder dat die individuen beslissingen nemen. Juist. Dus individuen, inspireer. Ja. Ja, het is, het is alweer 11:02. Er zijn op de chat toch wel reacties gekomen. En
Menno noemde je al een man naar zijn hart, Pieter. En, nou, dat is fijn om te horen. Menno heb ik tenminste één fan. Ja, nou, ik heb Menno ontmoet op de Frontiers. Ja, want hij had een kaartje gewonnen. En hij is echt een grote knuffelbeer. Okay. En ja, ik had wel een goed gevoel bij Menno. En Menno had dus ook een goed gevoel bij jou. En, nou, fijn dat je dat even meldt. Dank je, Menno. En Menno zegt Robert de Art Bell van Nederland. Dankjewel. Nou, in ieder geval, ja, Pieter, ik heb nog steeds het vermoeden dat we nog lang niet uitgesproken zijn. Dat zou zomaar kunnen, ja. Wat dacht je van, we hoeven nu niet de datum te prikken, maar dat we nog ook nog een keer uitzending doen over goede ideeën en oplossingen. Ja, lijkt me een goed idee. Dat vind ik wel grappig dat je dat nou aanhaalt. Er wordt veel geroepen om oplossingen. Ja. En ja, daar heb ik denk dat we daar nog best iets over, over kunnen praten. Ja. Ja. Ja, het lijkt mij in ieder geval heel fijn. En ja, er is nog zoveel eigenlijk waar we op door kunnen. En ja, ik sta open voor een serie uitzendingen in ieder geval. Ik vind de dynamiek die hier ontstaat heel fijn. En natuurlijk hebben we ook andere gasten binnenkort in de uitzending. Ja. Volgende week hebben we Jeroen Arends. Okay. En heb je ze van hem gehoord? Van naam, ja. Ja. Nou, inhoudelijk weet ik niet veel van hem. Hij is nu heel veel bezig met water. En vooral het zuiveren daarvan. En hoe je dat op een goede manier kunt doen. Want ook dat wordt heel veel over gezegd en gedaan. Maar goed, Menno zegt al een deel 3 met Pieter Stuurman. En ik zou zeggen, dat doen we. Maar het zal waarschijnlijk na de feestdagen gaan worden. Dat lijkt me een goed idee. En ook misschien ook wel leuk voor de mensen die op tweede kerstdag nog niks te doen hebben. Dan gaan we een soort paganistisch kersteningsviering doen met Benjamin Adema. Die heel veel weet van het collectieve onderbewuste, demonologie en al dat soort dingen. Metafysica en heel veel van de geschiedenis van onze voorouders. En we gaan eigenlijk de periode die nu wordt gevierd als kerst even bekijken vanuit de ogen van onze Keltische voorouders. En hoe hun daarmee omgingen. Want dat schijnt toch wel heel anders te zijn geweest. Dus ja, Pieter, bedankt voor heel graag gedaan. Je aanwezigheid. En, voor de gastvrijheid. Ja, tuurlijk. En ik vond het weer een fantastische uitzending. En een hele mooie overgang van het collectief naar het individu. En wellicht de volgende stap oplossingen waar we met z'n allen wat mee we gaan. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, ja. Top. Nou mensen, ook weer een fijne avond. Peter, jij ook natuurlijk weer tot volgende week. En Jeroen Arends dan. Jeroen Arends inderdaad, ja. 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 Ja, hij heeft er zin in inderdaad. Hij was eigenlijk deze week al inderdaad. Maar hij heeft nog heel eventjes op de rem kunnen houden. Het is oké, volgende week mag je Jeroen. Volgende week mag je Lotso. Ja. Dus zal hij wat over water te vertellen hebben. Ik denk het ook wel. Ik denk het ook wel. Nou goed, Pieter. Tot de volgende keer zou ik zeggen. En, ja, dankjewel. Ja, luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En ja, zeg het voort als je dit een goede uitzending vond. En hij staat ergens morgen in het archief na te beluisteren en te downloaden. En verspreid hem onder al je vrienden en kennissen. En als je nog meer wil weten van Pieter, ga even naar pieterstuurman.blogspot.nl of .com. Weet je dat ik het zelf niet eens weet, maar als je mijn naam googelt, dan kom ik boven. Ja, dan kom je bovenaan. Ja, Pieter Stuurman Blogspot in ieder geval. Ja. En, dat is de link. Dus fijne avond, fijn weekend en tot volgende week bij de Gulden Snede op Frontier Radio. Dit is Frontier Radio.